Dit is Brugklas. Het is de eerste dag op een nieuwe school voor eersteklassers Heli, Tirza en Nouri. Het Koning Willem-Alexander College is gefuseerd met het Prinses Irene College. En dat betekent een nieuw gebouw, nieuwe medeleerlingen en nieuwe leraar. Tilja! Nee, doorrennen ook nog! Lekker begin zo, jongens! Nou, oh, dankjewel. Alsjeblieft. Gramsci? Nee, dat was mijn broertje. Ik ben Hamza Abwab, wiskundeleraar hier op school. Wat is dit? Kunst. Kunst? Dit is niet de opdracht hoor, Gijs. Bij die Gijs? Ik weet het niet. Ja, lekker makkelijk ook bij Steenkamp. Die wordt toch nooit boos. In de eerste pauze maken oude en nieuwe klasgenoten kennis met elkaar. Aha, grappig. Wow. Wie is mijn tas? Wat? Mijn tas, hij is weg. Misschien ben je hem bij de les vergeten? Ja, tuurlijk dacht ik die loser van een Gijs wel tof doen. En ik ben kennelijk zijn slachtoffer. Hoe heet jij? Nouri. Nouri? Ja. Nouri, je bent te laat. Ja, een beetje laat is... Te laat is te laat. Dat betekent dat je kan vertrekken. Wow. Ik was mijn tas aan het zoeken, hè? Omdat iemand hem had verstopt. Maar meneer, dit slaat toch nergens op? Moet je er gewoon niet mee bemoeien. Maar ik ben getuige. Nouri's tas was echt weg. Ik heb een zero-tolerance beleid, ja, ten opzichte van mensen die te laat komen en mensen met een grote mond. Dat betekent nu dat jij en Nouri allebei weg kunnen. Nouri die was dus te laat. Dus Gijs doet het hele verhaal tegen Steenkamp over dat ik onterecht weg moest. Dat hij toen ook onterecht weg moest. Ja, die gast is echt een eikel. Dat weet jij misschien niet, maar ik zit hier al veel langer. Ja, en wat zeg ik altijd over dat schelden, Gijs? Altijd. Nou ja, ik praat wel met hem. Hé, daar is hij. Oké, meneer Abouab. Ik praat wel even met hem. Gast, wat is dit? Ken jij Steenkamp? Ja, klopt. Mevrouw Steenkamp is mijn moeder. Kijk, Nouri is gewoon gepest. Ik bedoel, kan ik echt helemaal niks aan doen. En deze jongeman hier weet inmiddels dat hij met een brutale mond heel verkeerd bezig was. Dus die wil heel graag zijn excuus aanbieden. Toch, Gijs? Sorry, meneer. Prima. Maar als hij nog één keer te laat komt en als hij nog één keer brutaal is, dan zijn de consequenties. Nee, is dat duidelijk? Is dat duidelijk, jongens? Ja, ja, toch? Jongens? Ja, dankjewel. Weet jij waar muziek is? Nee. Tirza heeft een paar heftige weken achter de rug. Ze heeft namelijk via DNA-onderzoek ontdekt dat haar vader niet is. Of haar moeder wel haar biologische moeder is, weet ze niet. Nog niet. Oké, maar wat hoop je dat het is? Nou, ik hoop dat je hem snel openmaakt. Oké. Even kijken. Wil je het weten? Natuurlijk wil ik het weten. Oké, er staat hier dat jij en je moeder voor de helft hetzelfde DNA hebben. Dus dat betekent dat het je echte moeder is. En dat is toch eigenlijk best wel goed? Ik bedoel, het is beter dan dat ze beide je ouders niet zijn. Toch? Ja, maar mijn vader is nog steeds mijn vader niet. Mijn moeder is gewoon zo fake. Ze zit altijd van, in dit huis doen we één ding niet en dat is liegen. Ja, right. Wat heeft dit te betekenen? We zitten hier in een nieuw gebouw en jij denkt meteen maar even de tafels onder te kalken? Ga maar naar mevrouw de Jong. Nu meteen. Wegwezen hier. Alsjeblieft, zegt. En vanmiddag kom je terug om die tafels weer schoon te maken. Later die middag komt Tirza thuis, waar ze meteen doorloopt naar haar kamer om te vermijden dat ze opnieuw met haar ouders in gesprek raakt. Ik had het echt bijna gezegd, hè. Mijn moeder was helemaal uit de hoogte aan het doen van, ja, thuis geef ik altijd het goede voorbeeld. Nou, uiteindelijk deed ik maar gewoon alsof het om dat ding met dat schrift ging. Hey, maak ons een beetje zorgen. Ja, lieverd, we herkennen je helemaal niet zo. Nou, kennen jullie anders ook niet. Je moeder heeft hier helemaal niks gedaan. Dat is niet waar. Wat bedoel je hier nou mee? Je weet hartstikke goed waar ik het over heb. Dat kennelijk niet. Je bent zo hypocriet, kutwijf. Hey, moeder zegt dat het eten klaar is. Doei.
Nouri is al een paar dagen bezig met zijn spreekbeurt voor biologie. Mijn spreekbeurt gaat over dierenproeven en ik had me voorgenomen een supergoed cijfer te halen. Ik ga iets extra's doen. Oh ja, wat dan? Kijk, er worden dus veel dierenproeven op konijnen gedaan. Dus ik wil een echt konijn meenemen. Kijk, dit is Woef. Ja, hij wil Woef. Wat? Nee, die krijg je echt niet, Nouri. Alsjeblieft, ik wil hem één dagje lenen. Eén ochtendje. Het is toch ook leuk voor hem? Hij zit altijd maar in diezelfde kooi. Ik heb wel eens gehoord dat alle dieren niet van veranderingen houden. En Woef al helemaal niet, hè? Hij is al 8. Mag je wel een konijn meenemen naar school? Ja, Sabine had ook een puppy. En toen haar moeder haar kwam ophalen, had ze die puppy ook mee. En namen ze die gewoon de school in. En iedereen vond het schattig, dit, dat. Zelfs de leraren. Die zijn alleen maar blij als er een keer wat gebeurt, joh. Oké, dan mag het wel van mij. Maar ik wil hem wel met de lunch terug hebben. Oké. Wat is dat nou weer? Dit is mijn konijn. Ja, je mag geen dieren in de klas hebben. Dag konijn, wegbrengen. Ja, maar dat kan toch niet? Want ja, iemand pakt hem dan en dan is hij weg. Dat kan ik toch niet doen? Dan ga je er lekker naast zitten, toch? Ja, maar dat kan toch ook niet, want ik heb les. Wat ik ermee probeer te zeggen is of je zet dat ding weg of jullie gaan allebei eruit. Je krijgt 3 minuten tijd, anders kan je wegblijven. Serieus? Nu. Ik hoop dat je een beetje hebt vermaakt, want je mag straks mijn bio wel gelukkig mee. Want zij vindt het chill, dus dat wordt even shinen. Woef. Slaap je zo? Woef. Woef. Shit. Woef. Je slaapt of niet? Hij sliep niet. Hij was dood. Vind jij hem knap? Wie? Nou, Demi natuurlijk. Volgens mij is echt een van de knapste jongens van de klas. Wat denk jij? Ik ben een schorpioen en hij is een kreeft. Dat is echt de perfecte match. Oh ja, ik ben een tweeling. Alleen ik heb mijn andere helft nog niet hier gevonden. Romy's verjaardag is nog best ver weg. Dus als ik haar overhaal om samen het feest te organiseren, ben ik tot die tijd in ieder geval nog haar vriendin. Het zou echt zo leuk zijn als hij op mijn feest kon komen. En dan zou ik daar de eerste keer kunnen zoenen. Hoe mooi zou dat zijn? Moet ik wel weten of hij mij leuk vindt natuurlijk. Kan jij dat doen? Wat? Kun je aan Damien vragen of hij iemand heeft en wat hij van mij vindt? Nou ja, niet wat hij van mij vindt misschien, maar of hij iemand leuk vindt. Als ik besties wil worden met Romy, dan moet ik dit nu gewoon doen. Daarna gaan we vast wel leuke dingen doen. Damien. Had je een vraag? Ja, ik wou namelijk vragen of je eigenlijk al iemand hebt. Wat? Voor het wiskundeproject? Nee. Heb je al een vriendinnetje of een vriendje? Nee. Oké. Vind je eigenlijk iemand leuk? Later. Maar hoe kan je nou niemand leuk vinden? Ja, dat geloofde ik gewoon niet. Ja, misschien had Mike het gewoon verkeerd gevraagd of durfde Damien het niet te zeggen. Ik denk gewoon niet dat dit gaat werken. Wat? Nou, gewoon dat we besties zijn. Ik denk dat ik toch een andere bestie moet zoeken. Ik hoop dat Romy het niet verkeerd opvat, maar we hebben gewoon niks gemeen. Als ze maar niet verdrietig wordt. Want dan weet ik echt niet wat ik moet doen. Besties? Ja, je weet wel, beste vriendinnen. Ja, nee. Ik weet wel wat besties zijn, maar ik bedoel, waren we al vriendinnen dan? Want we hebben 1 keer naast elkaar gezeten in de les. Wil je helpen? Hoe verleidelijk dat ook klinkt, ik ga naar Sebastiaan vanmiddag gamen. Niet hier? Nee, bij Sebastiaan. Waarom wil je nou niet op school vertellen dat ik je moeder ben? Komt wel een keer, maar niet nu. Waarom niet? Ik wil eerst gewoon even kijken hoe iedereen over jou praat als ze niet weten dat je mijn moeder bent. Maar Gijs, je kan toch gewoon het beste jezelf zijn? Dat weet je toch? Nou, dat doe jij toch ook niet? Je bent thuis heel anders dan op school. Echt niet. Ben jullie toch precies hetzelfde? Ze hebben op school echt een verkeerd beeld van mijn moeder. Ze denken vast dat ze een saaie muts is die thuis zit met koekjes. Terwijl dat is totaal niet zo. Thank you.
Ik heb dus een TikTok-account aangemaakt voor mijn moeder. En daar ga ik allemaal filmpjes op posten om te laten zien op school hoe ze echt is. Want een naakte vrouw tekenen is cool. Dat zou zelfs Sam cool vinden. Zit je mij nou te filmen? Ja, gewoon mijn leven vastleggen. Oké. En is dit dan voor school of? Nee, gewoon voor de lol. Is goed eens. Ik vind je prachtig. Hey, Gijs, stop je mee. Sorry hoor, Marijke. Jemig. Ik film het dagelijks leven, dat zei ik laatst toch ook al? Ja, mijn leven, jouw leven. Maar je kunt Marijke niet filmen. Jij schildert haar toch? Dan is het toch precies. Ja, dit is een betalende klant, Gijs. Je hebt niet eens toestemming, joh. Mag ik? Hey! Ik wil dat je het nu verwijdert. Uit die telefoon. Uit die telefoon nu halen. Ja. Maak je geen zorgen hoor, haalt het eruit. Ja. Uithalen nu. Ik verwijder het al. Gijs, eruit het halen. Het is al weg. Ja, ook uit je verwijderde items. Ja. Sorry hoor. Ja. Ja. Geen niet. Gijs, ik besef me wel ineens dat dit wel een heel vreemd huishouden voor jou moet zijn, zo voor een puber. Hoezo? Nou, het is gewoon abnormaal. Nou, ik vind het juist lachen dat het een beetje gek is hier. En jij bent ook echt niet zoals alle andere moeders. En dat is juist cool. Nee, maar mensen moeten niet mij in één keer als een of andere rare moeder gaan zien. Maar je bent ook een hele rare moeder. Je bent echt heel raar. Een tijdje terug ontdekte Tirza dat haar vader haar biologische vader niet is. Inmiddels weet ze ook dat haar moeder wel haar echte moeder is. Maar wat ze daar verder mee moet, dat weet ze dan weer niet. En al die gedachten hebben effect op haar slaap. Ik wil dus dat jullie een optreden gaan geven met show-elementen. Denk bijvoorbeeld aan Elton John. Ja? Oh, tuurlijk! Het is alweer de tweede die te laat komt. Sorry. Jongens, wat is dit? Hè? Eerst Diego, nu Tirza. De vorige les waren er ook alweer twee mensen te laat. Show-elementen. De grote veren, de... Tirza! Serieus? Te laat komen en nu ook door me heen praat? Weet je, ik wilde gewoon dat Bergman, meneer Bergman, zijn kop zou houden. Mond. Sorry hoor, maar ik mis 5 minuten uitleg over iets totaal onbelangrijks en dan moet ik liedjes gaan zingen? Ik vind het leuk om ons voor gek te zetten en dat maakt u juist irritant. Eruit, nu! En snel! Ik was gewoon super moe en Bergman zat zo te zeuren. Waarom ben je eigenlijk zo moe? Ik heb dus de hele nacht zitten nadenken, want ik wil eens mijn vader gaan zoeken. Ik blijf er maar aan denken. Oké, waarom vraag je hem dan niet gewoon aan je moeder? Dat heb ik toch al uitgelegd. Ik ben bang dat mijn ouders gaan scheiden. Want mijn nepvader wordt sowieso echt super kwaad als hij erachter komt. Even later is Tirza op zoek naar meneer Bergman om haar excuses te maken. Precies zoals meneer Van Morselt van haar gevraagd heeft. Tirza, ook ik moet jou een straf geven. Het wordt tijd voor dat tweede coupletje. Wat? Speel wat je net speelde. De klas van Maaike heeft vandaag het tweede uur aardrijkskunde van meneer Van Morselt. We hebben ook nog een gletsjerrivier. En hier is er sprake van smeltwater in het vroege voorjaar, als de temperatuur wat hoger wordt. Anna, geef jij maar eens antwoord. Ik had mijn vinger niet eens opgestoken. Nee, maar je krijgt wel de beurt. Ik weet het niet. Anna, je moet opletten en niet gaan zitten kletsen. Dit is belangrijk voor je proefwerk. Het antwoord is je een combinatie. Je had het antwoord wel even mogen geven. Dus je wist het toch? En of stak je je vinger op omdat je moest kakken of zo? Vanochtend bij muziek maakte meneer Bergman groepjes van 2. Alleen hij was mij vergeten om in te delen. En ik durfde dat natuurlijk weer niet te zeggen, omdat ik denk dat iedereen dat raar gaat vinden. Ik heb trouwens van meneer Bergman gehoord dat er tijdens de les iets is voorgevallen. Nou, wat kan ik er nou weer aan doen dat hij me niet ziet? En de vorige les, u zag mij ook niet eens. Ik stak mijn vinger op en u keek gewoon over me heen, alsof ik er niet was. Sorry, dat heb ik echt niet gezien. Ja, precies. Niemand ziet me. Een poosje geleden deed Tirza de heftige ontdekking dat haar vader niet haar vader is. En hoewel Heli haar helpt om vrolijk te blijven, is dit niet altijd makkelijk. Oké, als ik dat voor Bergmans opdracht doe, dan krijg ik zeker een 1. Nee, maar Bergmans vindt muziek toch veel belangrijker dan dans. Je weet wat hij altijd zegt. Mensen, dit is muziekles. Ik had dus mijn moeders oude werk een mailtje gestuurd. En ik had gevraagd om een lijst met namen van de werknemers van toen. Maar ze begon helemaal over privacywetgeving en zo. Kreeg ik dus een mailtje van het vroegere werk van mijn moeder. De lijst met namen van de werknemers van toen. Stel,
dat mijn vader daartussen zit. Dan kon ik dat toch niet zomaar negeren? Hey. Ik heb een geknallende koppijn. Ik had die lijst met namen. En ik voelde gewoon dat ik elk moment kon ontdekken wie mijn echte vader is. Hi. Hallo, waar ben je? Ben je er al bijna? Ik ben al een half uur op je aan het wachten, hè? Maar ben je al om de hoek of zo? Ja, ik voel me niet zo lekker. Ik ben ziek. Ziek? Gisteren was je nog prima. Ja, gewoon ineens knallende koppijn. Nou, dan wens ik je veel beterschap, hè? Doei. Weet je, ik doe het wel gewoon een andere keer. Laat iemand anders maar gewoon aan de beurt. Nee, misschien heeft iemand een oplader voor je. Nee hoor, laat maar. Het hoeft niet. De les ging super slecht. Ik stond helemaal voor schut in mijn eentje. Die kleding was ook super stuf. Mijn telefoon was leeg. En weet je wat? Laat het ook gewoon maar. Ik kan er toch ook niks aan doen dat ik ziek was? Ja, we snappen het nu allemaal wel. Je was ziek. Maar als ik ziek was geweest, dan was ik er wel gewoon voor je gekomen. Vooral als het zoiets belangrijks was. Belangrijk. Het is een schoolopdracht, hè. Weet je wat pas echt belangrijk is? Als je vader niet blijkt te zijn en je moeder daar je hele leven lang over liegt, dat is pas belangrijk. Ik zie je wel dat je niet ziek was? Je zou dat gedoe achter je laten. Ik kan het niet achter me laten, oké? Ja, het is wel super vervelend voor je, hoor. Maar soms gaat het ook weer niet over jou en gaat het over mij. Zoals gisteren bijvoorbeeld. De klas van Romy heeft het vierde uur wiskunde. Al is Romy's aandacht vandaag heel ergens anders. Luca, kun je even mijn x berekenen? Ja. Wat is x? Wat is x? Yes. Ja, wat is de x? Ah, gevonden. Hier. Dat is niet bepaald grappig. Je kan weer gaan zitten. Je weet precies wat ik bedoel. Luca is zo knap. Ik vind het wel best wel lang leuk, sinds hij hier op school zit. Hij komt van het kwak. Wat, heb je mijn berichtje gekregen? Ik vind het niet grappig om tegen iemand te zeggen dat hij vies ruikt. Is dat wat je hebt gehoord? Ik ga stuk. Nee, dat is totaal niet wat ik heb gezegd. Ik denk dat dat verkeerd is aangekomen. Ik zei tegen hem van, you like me. Dus dat is zo verkeerd doorgekomen. Oh. Even. Teruggekomen door de vraag. You like me? Ja, nu wel weer. Ja? Oké, mooi. Blijf het je leuk om dadelijk dan na school af te spreken? Ja, is goed. Oké, zie ik je straks. Klasgenootje Vee heeft een onderzoek bedacht waarmee Romy de ideale jongen kan bepalen. Wat vind je nou echt belangrijk? Vind je bijvoorbeeld sportief belangrijk? Oh, nee. Hij moet eigenlijk liever niet sportief zijn. Want straks moet ik gewoon ieder weekend langs de lijn staan bij een of andere voetbalwedstrijd en doen alsof ik het leuk vind. Of hij gaat in iedere pauze voetballen en dan stikt hij hartstikke naar zweet. Hij moet wel echt lekker ruiken. Lekker ruiken, ja. Oh, weet je wat ook irritant is? Als hij super lang niet reageert op je appjes. Als hij echt, zeg maar, super hard to get probeert te zijn. Mm-hmm. We hadden uiteindelijk echt 30 dingen die de perfecte jongen moest hebben. Nou, geen ramp als Lucas er niet heeft. Dan kunnen we het lekker op elke jongen gaan testen. Had jij niet met Sabine? Ik had eerst wat met Sabine, ja. Maar we passen niet zo goed bij elkaar, dus dat is niet echt. Luca had al zoveel goed van de checklist. Hij ruikt lekker, hij is zelfverzekerd en hij praat niet gemeen over zijn exen. Hij hoefde nog maar één vraag. Sport jij even? Ja, heel veel. Ik zit op voetbal zelf. Ik hou van sporten. Het liefst train ik elke dag. Sowieso elke vrijdag en zondag wedstrijd. Dus hopelijk kom je een keertje supporten. Hij had die laatste fout. Dan houdt het op. Oh, ik ben de verjaardag van mijn oma vergeten. Sorry, ik moet echt gaan. Sorry. Het is vrijdag en onze brugklassers zitten in de les bij aardrijkskunde, waar meneer Van Morselt de antwoorden van een proefwerk doorneemt. 3a, de mistraal. Kijk naar de definitie op het bord. De mistraal is een krachtige noordenwind die in de winter en in de lente, meestal, hè, voorkomt. Maar meneer, ja, Deirse en ik hebben ook bijna hetzelfde antwoord, alleen die van haar is goed gerekend en die van mij niet. Ik was er niet blij mee, nee, toen Hedy dat zei. Dat kon dat Heli een extra punt zou krijgen. Maar het kon natuurlijk ook dat Vermors op mijn antwoord alsnog fout zou rekenen. Ja, best wel toevallig, hè? Oh, wat suggereer je daarmee? Ja, ik denk toch dat het voor iedereen wel duidelijk is? U bent gewoon racistisch. Pardon? Je kunt niet zomaar iemand voor een racist uitmaken. Wat denken jullie wel? Ja, maar het is toch zo? Als je 4 mensen hebt, 2 zijn er wit en 2 zijn er niet wit. En ze geven voor alle 4 hetzelfde antwoord, maar bij degene die niet wit zijn, is het fout gerekend.
Nou wordt hij helemaal mooi, zeg. Ja, nee, het is helemaal niet mooi. Nori, ik zou mijn mond maar houden voordat je zometeen nog meer zegt waar je zometeen spijt van krijgt, ja? Ik wens niet voor een racist uitgemaakt te worden. Dus jullie mogen je spullen pakken en vertrekken, nu meteen. Ja, meneer, ik ben vorige week al bij de Jong geweest. Ik kan oh, toch niet maar weer... je hoeft niet naar mevrouw de Jong. Je mag meteen door naar mevrouw de Wilde. Wegwezen, hoppa. Kunnen wij verder? Oké, er is niemand meer, kom. Wacht, wacht. Snel en stil. Ja, hè? Weg. Kijk op, let's go. Ja, jongens en meisjes, het is voor mij een hele bijzondere dag. Want ik ga jullie namelijk vertellen dat ik de school ga verlaten. Ik wilde het je persoonlijk vertellen en ik heb het steeds een beetje uitgesteld. En nou ja, net kon ik je niet vinden, dus... Ja, ik zat opgesloten in mijn lokaal. Meen je niet? Ik wilde je al een tijdje iets zeggen. Hè? Of vragen. Of eerst zeggen en dan vragen. Ik hou nog steeds van je. Wat gewoon. En ik wil je uitgerekend vandaag opnieuw ten huwelijk vragen. Zo romantisch. Sterker nog, ik ga dat alsnog doen. Oh my god. Ik moet de hele dag aan je denken. En toen je net vertelde dat je weg zou gaan, toen dacht ik... niet doen. Of in ieder geval niet zonder mij. Hè. Want ik ben bereid om je de hele wereld over te volgen. Dus... lieve Sanne, wil jij opnieuw met me trouwen? Zo, wat zijn jullie goed bezig, jongens. Ik heb nog even een kleine mededeling tussendoor. Ik blijf gewoon nog lesgeven, ook al word ik de nieuwe conrector. Mevrouw de Wilde gaf natuurlijk eigenlijk ook altijd gewoon nog de Engelse lessen. Dus, ja. Wat is dit? Wat heeft dit nou weer te betekenen? Waar slaat het op? Ben ik dit? Nou, u vroeg wat er in ons hoofd omging en dit is toevallig waar ik aan dacht. Als Gijs echt geheim wil houden dat Steenkamp zijn moeder is, dan moet hij niet zo pissig kijken als iemand in de klas iets flikt. Of je maakt iets anders, of je kiest voor dit, maar dan krijg je wel een onvoldoende. Ja, maar mevrouw, ik heb hier de hele les aan zitten werken. Ja, nou, ik denk dat jij nog heel erg blij moet zijn dat jij gewoon een kans van mij krijgt. Hè? En trouwens, ik hoor net dat meneer Bos ziek is, dus je hebt nog tijd genoeg. Ik snap niet dat vrouw Steenkamp zo boos is, hoor. Ik kan er niks aan doen dat zij zulke dikke dijen heeft. Had of jij een goeie bek? Sorry, hoor. Iemand heeft hier een kleine crush op mevrouw Steenkamp. Is het wel zo handig om wraak te nemen? Ja, weet ik niet, maar het moet gewoon even. Morris had de hele middag tijdens nablijven aan een nieuw schilderij gewerkt. En die ging Gijs dus nu vernielen. Luister, Steenkamp is de moeder van Gijs, oké? Okay? Dus daarom vond hij het niet zo chill dat je haar zo zat te beledigen. Je maakt een grapje, dus toch? Beter kapje daarmee. Nee, ik maak geen grapje. Dus hou dan maar goed je kop tegen haar, oké? Okay? Nou, Gijs staat op dat schilderij omdat Steenkamp de moeder van Gijs is. Toch, Gijs? Ja, jongens, stop maar. Ho maar. Nori was de enige die wist wie mijn moeder is. Waarom zou die gast mij zo verraden? Ik dacht dat we vrienden waren. Oké. Okay. Sorry dan, ja? Ik wil alleen helpen. Ja, oké, maar volgende keer, doe maar niet. Ik los mijn shit wel zelf op. Het is al een paar weken geleden dat Tirza via een geheime DNA-test ontdekte dat haar vader niet is. Hoewel ze besloot dit niet tegen haar ouders te zeggen, is ze er zelf nog wel heel veel mee bezig. Haley en ik hadden vrijdag ruzie gehad. En elkaar daarna het hele weekend niet gesproken. En ze reageerden dus ook niet op mijn appjes. Haley. Goed, mensen, luister. We hebben eerder ruzie gehad, maar dit is gewoon anders. Ze heeft tegen me gelogen en dat doet echt pijn. Dus ik heb besloten om niet meer naast haar te zitten en gezellig te doen. Tirza en Haley, ik vind dat jullie het moeten bijleggen. Jullie komen er zo echt niet uit. Dus jullie hebben mij als bemiddelaar ertussen. Want bij mij thuis, als ik ruzie heb met mijn zus, dan wil mijn moeder ook altijd altijd goed maken. Ja, oké. Sorry dat ik heb gelogen. Dat was stom. Ja, en eigenlijk wil ik ook gewoon niets liever dan dat ze gewoon weer normaal vrienden kunnen zijn. Wacht, misschien kan ze gewoon bij ons groepje. En dan zijn we gewoon een groepje van drie. Ja, toch? Ja, hoor. Ik zou dat wel graag willen, maar
ik zit al met Stijn. Maaike heeft wiskunde. Maar hun wiskundedocent, meneer Abouab, is nog nergens te bekennen. Doe eens even een beetje zachtjes allemaal. Er zijn hier gewoon allemaal lessen aan de gang, hè? Mensen hebben er last van. Meneer Abouab is ziek, dus de wiskundeles gaat niet door. Yes. Jullie kunnen dus naar de mediatheek en dan kan je daar zelf gaan studeren. Dat je je punt een beetje ophaalt. Anders heb je er straks last van met de toetsweek. Kom op, go. Ja, ik weet het. Heel goed, ja. In de benen, hoppakee. Ja, ik ga niet naar de mediatheek. Ik heb een plan om te en je leren. Tijd een beetje nuttig besteden, hè, dames? Anders is het zonde. Kom op. Nuttig. Jullie ook? Go, go, go. Ja, op zijn 31ste weer allemaal. Iedereen had weer iets leuks gedaan in het tussenuur. En ik zat weer alleen. Ik wil ook een keer iets anders eten dan die eeuwige krentenbollen. Waarom zoek je anders zelf gewoon niet een vriendin? Ik bedoel, leuke dingen doen met z'n vieren is juist leuk, toch? Of ben je bang dat je geen vriendin kan krijgen? Nee, tuurlijk niet. Nou, ik was dus helemaal afgeleid door mijn eigen gedachten. Wat als ik nou Justin's vriendinnetje word? Dan word ik ook gelijk Romy's bestie. Maar ja, met wie moet hij dan krijgen? Ik bedoel, hij ziet er wel goed uit, maar hij is echt niet super knap. Denk je dat Sophie het misschien of nou, Emma? Ik dacht misschien wel met mij. Echt? Sinds wanneer vond jij jongens leuk? Ik regel het wel voor je. Maaike! Wat doen ze daar nou? Geen idee. Zullen we naartoe lopen? Ja. We gaan op dubbeldate, want die jongens wilden dat graag. Alleen stiekem hoopte ik eigenlijk dat ze samen zouden gaan gamen. Zo kon ik iets leuks doen met Romy. We hebben een leuk idee. We kunnen ook gewoon gaan zoenen in plaats van shoppen. Ik wilde echt niet zoenen. Sowieso niet. Maar nu al helemaal niet met Justin Fischer parfum. Maar als ik wegloop, gaat Romy me sowieso stom vinden. Nee, sorry. Ik kan het niet. Ik ben ongesteld geworden. Maar dan kan je toch nog steeds zoenen, hè? Ja, ik dacht dat we gingen shoppen. En dan kon ik gelijk naar de drogist. Want ik wil echt niet doorlekken. Ik heb nog altijd mijn kluisje, dus kom maar gewoon even mee. Ja? Ja. Ik dans automatisch. Hoewel meneer Bos nog redelijk nieuw is voor eerstejaars Gijs, heeft hij al een behoorlijk goed beeld van zijn gymleraar gekregen. Vooral de kledingmankementen van meneer Bos zijn duidelijk zichtbaar. Jij ook, Gwen. Je kan veel sneller. Ja, liefst, meneer. Bos is echt de hel, hè? Ja. Is het een tekenlansje of zo? Kom op, goed aansluiten. Die filmpjes die je van hem had gemaakt, die waren echt heel grappig. Ik had een paar dagen geleden wat filmpjes gemaakt over Bos. En wat is hier zo interessant? Aan filmpjes kijken tijdens de les. Is mijn les niet zwaar genoeg? Huh? Moet ik het zwaarder maken voor jullie? Wat is dit? Dat is mijn kanaal. En dan dacht je, dan ga je filmpjes over mij maken. Nou, zo dom is het niet hoor. Ik had gewoon echt niet verwacht dat die video's bij die gasten terecht zouden komen. Weet je wat jij kan doen? Dan kan je onmiddellijk gaan melden bij Formers. En daar kan je dit filmpje ook laten zien. Oké, jullie twee, allebei nog 10 keer opdrukken. Hey Quinn, doe eens even mee op de les. Maar meester, voor de zoveelste keer. Ik heb Lise, geen Quinn. Maar nogmaals, ik snap dat je daar nu even niet op zit te wachten. Het feit dat hij en je moeder, dat moet niet makkelijk zijn. Niet dat het veel voorstelt. Dat weet ik trouwens ook helemaal niet. Mijn moeder is al best wel een tijd single. Eigenlijk al sinds ze van mijn vader gescheiden is. Dat dacht ik tenminste. Maar misschien weet ik dus helemaal niet alles. Vommers heeft me er vanaf laten komen met de waarschuwing. Dat is omdat hij het zoontje van is natuurlijk. Wat? Ja, geef maar toe, hè. Het is wel heel toevallig. Later die schooldag is Gijs vastbesloten om zijn klasgenoten te laten zien dat hij voor niemand bang is en dat hij helemaal niet wordt voorgetrokken. Dat ik geen straf kreeg lag vooral aan de lafheid van meneer Vollmers. Niet aan mij en ook niet aan mijn moeder.
eens mee. Mee komen jij. Nu! Ik dans automatisch. Die stilstaan dan bestaat niet. Het is de eerste pauze en onze bruggers mogen van meneer Bergman het muzieklokaal gebruiken om een afscheidslied te maken voor mevrouw De Wilde, die over een paar dagen vertrekt. Van Morsel gaat ook weg. Wat? Wat? Hij gaat van school af. Misschien gaan ze wel samen weg. Na die mislukte liefdesverklaring van die twee? Die praten echt niet meer, hoor. Misschien gaat hij daarom wel weg. Kom op, dat was toch echt super lief. Ik bedoel, ja, dat wilde nou toevallig niet hetzelfde voelen. Daar kon Van Morsel toch echt helemaal niks aan doen. Als nu bijvoorbeeld mij zo'n liefdesverklaring zou doen, dat zou ik echt super cute vinden. Ja, maar dat ga ik niet doen. Ik hoef niet voor gek te staan. Maar waarom ga je je liefde aan iemand verklaren met 100 mensen erbij? Als je niet eens zeker weet of de ander hetzelfde voelt. Ja, ik vind dat juist dapper. Ja, vind ik eigenlijk ook. Een paar dagen later is de afscheidsbarbecue in volle gang. Maar het lijkt alsof meneer Van Morsel besloten heeft niet te komen. Hé, hey, jongens, zijn jullie klaar voor? Ja, ja, maar alleen Gijs is er niet, want hij heeft podiumvreemd. Ja, maar Mike is ook nog niet. Ik ben gewoon hier, hoor. Oh, nou, dan kunnen we beginnen. Moeten we niet wachten op meneer Van Morsel? Want ja, een deel van het lied gaat gewoon over hem. Ja, maar die gaat toch niet meer komen. En misschien kunnen we dat stukje er toch beter uitlaten. Ja, maar we kunnen niet vlak voor het opgaan de halve tekst veranderen. Oké, okay, weet je wat? We gaan gewoon beginnen en dan zien we het dan wel, ja? Oké, okay, let's go. Oh, yes? Oké. Okay. Okay. Nou, lieve Sanne, ja? Er zijn een aantal leerlingen die een optreden voor je willen gaan doen. Dus ja, ik zou zeggen, ga lekker genieten. Mevrouw De Wilde, we wensen u plezier. Het zal wel wennen zijn, we gaan u missen hier. Van Morsel gaat ook weg, dat is een dikke pech. Ze zijn een beetje raar, daar wagen we niet naar. De love tussen hen is echt straight from the heart. Ze horen bij elkaar, en ja, dat is echt waar. Dit is mevrouw De Wilde, we wensen u plezier. En als het niks wordt, heeft het wel zin? Dan kunnen ze toch helemaal niet horen vanaf hier. Ja, weet je, als je hier niet bij wil zijn, mag je ook gewoon weggaan, hoor. Wat zeggen ze nu dan? Ja, toen je me ten huwelijk vroeg, toen was ik gewoon zo in shock. Maar ja, ik heb er nog even voor nagedacht en ik hou nog steeds van je. Waarom zijn jullie nu weer aan het lachen? Deze ruis heeft allemaal zandbal in ketchup gedaan. Nu iedereen zijn mond staat in de fik. Nou jongens, het ging echt super goed. Ik denk echt dat we het bij hebben gelegd. Het is toch feest? Ja. Nou, zijn we hier. Oh, dat is zo. Haley heeft vanmiddag een proefwerk waar ze nog niet zo goed voor had geleerd. Maar vanochtend heeft ze geregeld dat ze nog een uurtje extra kon leren. Hey. Ik zat gisteravond dus vet te stressen voor dat proefwerk. En toen besefte ik me dat we eerste uur adeskunde hadden. Van Van Morsel. Die dus weggaat. Jij was niet in mijn les. En dat heet spijbelen. Hadden we les dan? Ja, natuurlijk hadden we les. Ja, maar ik dacht dat omdat u vertrek had aangekondigd dat ik daardoor geen les meer had. Dus jij gaat je gewoon melden. En ik ga checken bij mevrouw De Wilde of je ook echt geweest bent. Maar ik kan toch niet gestraft worden voor iets dat dom is? Vooral na wat ik allemaal heb gedaan eigenlijk. Wat heb je allemaal gedaan dan? Nou, ik speelde een hele grote rol in dat het weer goed is tussen u en Van Morsel. Ja, ik en Romy eigenlijk ook een beetje. Ja, wij hebben Van Morsel dus uitgenodigd naar uw afscheid. En daar hebben jullie weer voor het eerst met elkaar gepraat. En als hij niet was gekomen, dan hadden jullie nu nog steeds ruzie. Maar het is nu weer goed tussen jullie, toch? Ja, dat heb ik zelf gezien. Ja, dat jullie ons stonden af te luisteren, dat hebben wij ook gezien. Ja, en die koppelpoging was ook echt wel lief. En ik denk ook echt dat jij een goed hart hebt, Haley. Dus weet je wat? Ik ga wel even met meneer Van Morsel praten. Haley, zeg het eens. Ja, niet dat, maar ik wil weten wanneer u eigenlijk vertrekt om naar Frankrijk te gaan. Over een week. En heeft u al uw collega's al gedag gezegd? Ja, het afscheid was vorige week. Ja, niet zo. Ik bedoel meer apart iets voor uw collega's. Dat u dan iemand nog ziet of zo. Ik heb van alle collega's afscheid genomen, ja. Ja, maar ik bedoel of u iemand nog gaat missen specifiek. Haley, ik denk dat je wil vragen of ik meneer Van Morsel nog ga zien. Ja. Ik denk dat wij elkaar nog wel gaan zien, ja. En bent u verliefd? Tot zover maar eventjes, hè. Jongens en meisjes, wie maakt hem af? There is someone.
Ik geef hem als voorbeeld at the door. Maaike is vandaag door meneer Van Morselt gevraagd om langs te komen, omdat hij zich zorgen maakt over haar. Maaike, ik merk de laatste tijd dat jij wat vaker alleen zit tijdens de les. En ik zie dat je ook op het schoolplein weinig contact maakt met anderen. Meneer Van Morselt denkt echt dat ik een onwijs sneu geval ben. Hij zat ook de hele tijd tegen me te praten dan eerder met me te praten. En ik wil wel eens weten hoe het met die kennis is gesteld. Dus wij gaan een kennismakingsquiz doen. Twee van jullie gaan die voorbereiden. Die maken kaartjes met daarop vragen van leerlingen. En tijdens de quiz mogen jullie raden welke vraag bij welke leerling past. Nou, dat wordt hartstikke leuk. Ik heb daarvoor twee leerlingen nodig. Maaike, jij. En je mag je laten helpen door Anna. Nou, dat wordt hartstikke leuk. Hey. Ja, ik snap wel dat je baalt. Je had natuurlijk niet gewild met Deborah. Jullie zijn namelijk beste vriendinnen. Nee hoor. Huh? Zo niet. Ik heb ruzie met Deborah. Het is echt een bitch. Ik wil haar echt nooit meer zien. Maar was er dan tussen jullie twee gebeurd? Nou, ik vond Daan dus leuk. En toen had ze expres met Daan geappt. Ja, leuk. Maar ik had trouwens ook nog wat andere vragen bedacht voor Deborah en wat andere kinderen. Oh, wat dan? Ik heb gewoon appjes verzameld en dan moeten ze dus raden wie bij welk appje hoort. En geloof me, de appjes zijn echt zo grappig. Wat voor appjes? Deborah had dus laatst geappt dat ze dus zo hard moest lachen dat ze in haar broek had gepist. Is het niet misschien een beetje zielig om aan iedereen te vertellen? Nee. Van wie is dit appje? Kom naar de wc. Nu. Moest net zo hard lachen dat ik in mijn broek piste. Letterlijk alles nat. Stomme trut! Dat moest je niet zeggen, Deborah. Nu weet iedereen al dat jij het was. Jongelui, dit is niet grappig. Wat is dit voor flauwekul? We hebben gewoon onze eigen aanvulling opgemaakt. Moet je luisteren? We stoppen met de quiz. Ik ga niet meewerken aan dit soort pesterijen. En jullie kunnen je spullen pakken en wegwezen. Ga je maar melden bij mevrouw de Jong. En ik ga ook jullie ouders informeren. Valt me erg van jullie tegen, hoor. Zoals elke dinsdagochtend hebben Haley en Noori Nederlands van meneer Volmers. En vooral Haley kan haar aandacht er niet bij houden vandaag. Voor mij? Zullen we straks in de pauze een TikTok opnemen? Waarvan? Ja. Dat weet ik nog niet, maar dat kunnen we straks toch ook wel beslissen. Jij? Leren kan toch ook leuk zijn? En ik denk niet dat er echt kritisch is gekeken naar dat lesplan van u in de laatste 50 jaar. Pardon? Hey, ik ben hier de leraar, sterker nog, ik ben hier de directeur, dus ik bepaal wat we doen in de les. Lianne, inleveren die telefoon. Nee, meneer, alsjeblieft, ik heb die telefoon echt nodig. Als ik merk dat dit filmpje online komt, hè, bijvoorbeeld op Klikker of TokTok, dan ga jij er spijt van krijgen, jongedame. We gaan verder. Niet veel later ontdekt Haley dat klasgenootje Lianne het filmpje met meneer Volmers stiekem wel online heeft gezet. Ja, kijk dan. Ik zie nu al dat het gezaaid met Volmers wordt. Dat filmpje heeft dus echt al vet veel likes. En alle reacties die zijn ook positief. Dus eigenlijk is iedereen het gewoon eens met mij. Ja, lachen. Nou, eerlijk gezegd vind ik het best wel oneerlijk. Want ze vinden haar filmpje grappig, maar het filmpje gaat dus over mij. 1. Je krijgt veel likes en volgers door iets grappigs te doen. En 2. Je krijgt ook veel views als je iemand tagt die heel veel volgers heeft. En met die twee samen heb je dus dubbel zoveel likes, views en volgers. Wat doe je? Sorry, dit water. Iemand heeft er zout in gedaan. Het lijkt net alsof ik in mijn broek heb geplast, man. Sorry, het was echt niet mijn bedoeling. Maar dat is allemaal niet grappig, hè? Ze is eerder misbruik maken van dat Lianne populair is. Haley is soms zo met zichzelf bezig dat ze totaal vergeet hoe iets voelt voor anderen. Zoals nu. Het is toch gewoon zielig om Lianne te gebruiken om zelf populair te worden? Lianne had mij ook gebruikt in een filmpje van haar. Dus wat dat betreft was het volgens mij helemaal niet fout om haar ook te gebruiken in een filmpje van mij. Bijna alle vriendinnen van Romy hebben al wel een zoenfoto of filmpje. En Romy vindt het hoog tijd dat zij ook haar eerste kus krijgt. Oh, shit. Boas is eigenlijk perfect. Hij is grappig, knap, stoer, populair. Alleen ja, verder weet ik dus helemaal niks van hem. Prima, zal ik het even uitleggen? We hebben hier... Oh. Classic. Als ik jou de video's van Boas zou lijken, dan
zou hij misschien snappen dat ik interesse in hem heb. Nou, niet alles natuurlijk. Alleen van de laatste 3 weken of zo. Anders lijk ik net een stalker. Nee, ga ik ze opschrijven, dus je moet gewoon rustig blijven. Oeh, Boas. Goede keuze. Wil je met hem? Ja, als hij me ziet staan wel. Waarom ga je in de pauze niet gewoon naar hem toe? Ja, wat moet ik dan zeggen? Boas, wil je verkering met me? Oh, Samuel. Heb je even? Ja hoor. Ik zag jullie skatevideo. Ja. Echt super cool. Ja, echt sick, hè? Ik wil zelf graag weten wat Boas allemaal leuk vindt. Maar je moet niet tegen hem zeggen dat ik hem leuk vind of zo, hè? Oké. Hij basketbalt 3 keer in de week. En we chillen vaak bij het winkelcentrum. Houdt hij van shoppen? Ja, hij wil altijd wel langs een paar winkels voor we naar de film gaan. Dus... Een knappe, grappige jongen die ook nog eens van shoppen houdt? Wow, die zijn zeldzaam. Oké, nou, dan zal ik... Samuel vertelde dat je alles over me wilde weten. Nou, niet alles hoor, gewoon... Nee, ik vind het wel leuk hoor. Ik vind je ook leuk. Eerste punt is... Wow, hij vindt me gewoon leuk. En ik dacht dat ik geen kans maakte. Zo stoer dat hij dat gewoon zei? Je doet zeg maar zo. Ja? Hartje. Zo? Ja. Dan zie je de zon daartussen. Wacht, ik laat wel een foto zien. Wacht. Ga eens terug. Nee. Oh, dit was niks. Dat heb je nou precies dezelfde foto met een ander meisje gemaakt? Oh, je bedoelt Lilou. Het is al echt maanden klaar met haar. Dus ik weet niet wat je zegt, maar we zijn hier samen, toch? Dus ik weet niet. Kom, laten we het leuk hebben. Nee, sorry, maar je hebt dit precies met een ander meisje gemaakt. Ik wil dat echt niet als jij dat al met iemand anders hebt gedaan. Sorry, nee. Wat? Meneer Van Morselt heeft vandaag zijn laatste werkdag. Meneer? Heli? Wat gaat u eigenlijk doen dan? Ik ga naar het buitenland. Gaat iedereen dat doen of zo? De Wilde ging toch ook al naar het buitenland? Gaat u met de Wilde mee? Ja, ik ga met mevrouw de Wilde mee. We hebben het weer goed gemaakt. Tuurlijk hadden we die roddel al gehoord. Maar dat is het ding met roddels. Je weet niet zeker of ze waar zijn. In dit mandje zitten briefjes met daarop jullie namen en ook die van mij. Jullie trekken zometeen een briefje. En je gaat een complimentje schrijven voor de persoon die je trekt. Ja. Oh, deze is voor u. Oh, nou, spannend. Wat is er? Het is niet echt een compliment. Laat eens kijken. Helemaal niet, eigenlijk. Ik ben blij dat je oprot. Daar staat natuurlijk geen naam op, hè? Van wie is dit? Het is wel jammer dat ik jullie handschriften inmiddels een beetje ken, hè? En vooral die hanenpoten van Rick. Je hebt je niet aan de opdracht gehouden. Nou, ik vind van wel, wat ik schreef was waar en dat moest toch, dus... Ja, maar het is niet positief. Jij mag vertrekken. En nu meteen. Pak je spullen maar. We wilden gewoon iets grappigs doen. Ik vind het sowieso bizar dat jullie überhaupt iets voor die sneuwe gast wil doen. Nee, je zou blij moeten zijn dat die rotkerel eindelijk opdondert. Ja, en wij zullen blij zijn als jij eindelijk eens een keertje opdondert. Precies. We moeten niet te lang wachten, want anders zijn we te laat. Ben je niet eens een beetje benieuwd naar hoe het met die Wilde gaat? Waarschijnlijk niet geweldig, toch? Anders ga je meestal niet naar het ziekenhuis. En dat vind je gewoon oké? Okay? Ben je een computer of zo? Heb je geen gevoelens? Ik lig er meestal niet van wakker hoe het met mijn leraar gaat, nee. Ongeluk. Nou, dan hopen wij voor jou dat er niks met haar aan de hand is. Ja. Kom, we gaan. We zamelen dus geld in. Je hebt een cadeautje voor de Wilde. Toen voelde ze toch wel een beetje schuldig. Ja, en als je geld geeft, dan komt je naam erop. Ja, oh ja, tuurlijk. Ik heb volgens mij wel wat. Kijk, Theo. Alsjeblieft. Is de 50 goed? Ja hoor. Dankjewel. Succes. Oh nee. Ja, ik heb een verschrikte pols en ik heb 2 gebroken enkels. Zijn jullie nu tevreden? Sorry. Dat was gewoon niet de bedoeling. Ik heb mijn enkels gebroken op verschillende plekken. Dus daar ben ik echt wel een tijdje zoet mee.
En we kunnen dus ook niet naar Frankrijk. Ja, lekker. Ga nog langer naar me staan kijken. Dan kan je beter meteen tegen Van Morsel zeggen dat ik het was. Ja, we dachten dit is veel effectiever dan boos worden of straf geven of zo. Om jullie eens even goed een lesje te leren. Precies. En dat geldt ook voor jou, juist. Rick. Ja. Want we zagen heus wel dat jij die kanon pakte. Het was waarschijnlijk ook nog jouw idee. Ja. Zeker weten. Ja. Trouwens, betekent niet dat we nu niet boos zijn en dat jullie geen straf krijgen. Huh? Jij dus ook, Rick. Ja. Het is de week tegen het pesten. En vandaag blijkt dat populair zijn helemaal geen garantie is dat je nooit gepest wordt. Dus er. Ik zag dus zeg maar dit. Dat is erg. Ik word net door school gebeld dat jij ziek naar huis bent gegaan. Mm-hmm. Is dat zo? Ja. Heb je koorts? Ja, ik ben echt super misselijk en ik heb buikpijn en zo. Ik heb het gevoel ook overgegeven. Je ziet er helemaal niet ziek uit. En dat pak koekjes, dat... Het was een appje van Lea. Ze zei dat ik de rest van de dag mocht wegblijven. En de rest van het jaar ook. Je mag de rest van de dag wegblijven. En de rest van het jaar ook maar meteen. Zo. Ja, het is natuurlijk niet echt pesten, maar het is gewoon niet zo'n chill appje, dus ik wil het gewoon even laten weten. Nou, dat vind ik echt niet normaal hoor. Van wie heb jij die? Lea. Ik pest helemaal niet. Oh nee? Nee. Dus je bent en een pester en een leugenaar. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik heb één appje gestuurd, maar dat noem ik geen pest hoor. Alleen een appje? Je hebt dit op de muur gezet. Mijn kluis staat nu lelijke slet. Ja, maar zij begon als eerst. Zij heeft iets veel ergs geflikt. Wat dan? Je hebt mijn vriendje afgepakt. Het was al een eit tussen jou en Damien. Ik wist alleen dat hij op dat moment geen vriendin had. Ik ga het niet bijhouden hoe lang exen uit elkaar zijn. Maar dat wist ik ook niet. En als je nog een keer zo'n geintje flikt, dan kan je een nieuwe school gaan zoeken. Ben ik duidelijk? Ja, mevrouw. Juist. Om een jongen. Kom op, zeg. Het is de week tegen het pesten. En na net een uur wiskunde te hebben gehad, weet Teerza eigenlijk wel zeker dat school is uitgevonden om leerlingen te pesten. Hé, doe eens even normaal. Kan je het niet gewoon met woorden oplossen of zo? Je gaat hier niet lopen duwen, hè? Hier in de school. Ben jij nog iets meer? Kijk eens uit! Hé! Weg met die dingen! Uit! Hier komen! Hé, je bent er weer. Ja. Je bent toch lang weg geweest? Wat zit daarin? Dat is mijn scheikundeproject. Zo, en nu ben ik ook weg. Wat hebben ze gedaan? Ik zeg nog, er is niks. Staat er iets op je voorhoofd? Dat was denk ik echt het ergste wat ik ooit had meegemaakt. Qua pesten dan. Met een marker, hè? Dat gaat er niet eens af. Pesten ze je vaker? Nee, het valt wel mee. Nou, volgens mij valt het niet mee, hoor. Ze hebben loser op je voorhoofd geschreven. Ik ga weg van deze school, weg van deze rotplek. Weg van die trut van een Francis. Ja, maar het heeft toch helemaal geen zin? Je gaat je toch niet weg laten pesten, hè? Je moet het gewoon tegen iemand vertellen. Als we nu zo naar Vommers gaan, dan gaat hij echt wel doen, hoor. Nee, ik ga niet zo naar beneden. Dan gaat iedereen me sowieso pesten. En Vormers gaat echt niks doen, hoor. Ja, dan moet haar Francis terugpakken, toch? Ze is super gemeen. Nee. Een paar uur later is de schooldag voorbij. Maar niet iedereen kan zomaar naar huis. En je wiel is er al. Wat is er gebeurd? Ze is gevallen. Misschien moet je toch even naar de dokter of zo. Ik weet al wat je gaat zeggen. Dit is volledig mijn schuld. Toen jij zei dat ik iets moest bedenken, iets slims, toen heb ik... Niet dat het jouw schuld is natuurlijk, het is volledig mijn schuld, maar... Ik dacht dat ze alleen ging vallen. Au, 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 dat doet echt heel veel pijn. Zo is ze haar arm gebroken. Nou, ik hoop het. Op 3 plekken. Het is de week tegen het pesten. Een week die vooral om leerlingen en hun gedrag draait. Maar Gijs en Noori zien mevrouw De Jong ook vaak genoeg als een pester. Ik was niet echt te laat. Ik wist gewoon niet dat er een lokaalwissel was geweest. Weet je wat ik nu hoor? Bla bla bla, bla 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 bla. Deze mogen allemaal schoon en die mogen allemaal schoon. Alsjeblieft, ja? Ah, adios. Even zie je dat ding, joh. Nee, oh, hier. Laat me met rust. Nee. Dat is mijn tas. Zo. Wat heb je allemaal voor mooie spelletjes dan?
Zo, laat het met rust. Wat? Zie je iets van mij? Hier. Hoe gaat het? Ja. Elke keer als ik je zie, ben ik bang, weet je. Kijk, luister. Hij is gewoon jaloers. Omdat hij is blijven zitten en dom is. Jij bent slim. Ik zat met hem op de basisschool en daar was hij ook altijd al het slachtoffer. Hij trekt het aan of zo. Onzin. Weet je zeker dat het werkt? Nee, maar ik denk het wel. Ja, Nouri dacht dat hij wel ongeveer zo sterk was als jij. En ik dacht van niet, dus we wilden het even uittesten. Ja, ja, oké. Okay. En nu die andere hand van Nouri nog? Oh ja. Hé, hey, wat doe je? Dat had je toch wel kunnen bedenken? Jij bent toch heel slim, of niet? Niet slim genoeg om door te hebben dat je in de zeik wordt genomen. Stelletje sukkels! Doe dat bordje op. Maak me los! Nee, ga weg! Ga weg! Niet voeren! Maak me gewoon los! Maak me los, stelletje sukkels! Wat kom je doen? Ik wil niet dat Nouri en Gijs straf krijgen. Ze kwamen me helpen, ze kwamen voor me op. Het plan is dat we op deze school een pestpolitie oprichten. Een politie voor de leerlingen, maar ook door de leerlingen. Dus dat leerlingen die gepest worden, dat die precies weten waar ze naartoe kunnen, waar ze terecht kunnen met hun verhaal en dat ze zich ook beschermd voelen door de pestpolitie. Snap je? Deze bikini gekregen van mijn oma en ik heb heel dit leuk vest gekregen van mijn vader, want ik moest van mijn vader naar mijn moeder toe, dus ik moest alles meenemen. Ik had een nieuwe badpak af. Och, ik heb stom nu van mij. Nou, ik heb nog wel een bikini die je eventueel kan lenen. We gaan met Lots feestje zwemmen en de hele klas is uitgenodigd. Maar we gaan niet naar een gewoon zwembad, we gaan naar echt zo'n cool waterpark. Yo, ik had gehoord dat je iedereen had uitgenodigd voor je verjaardag. Klopt. Behalve ik. Klopt. Waarom niet? Ik mag toch zelf uitnodigen wie ik wil. Ik bedoel, het is niet alsof we heel veel praten. Ik denk gewoon dat mijn moeder een hekel aan heeft of zo. Dat is best wel raar. Ja, klopt. Hij is ook gewoon super aardig en populair. Ik snap mijn moeder gewoon niet. Die middag worden de ouders van Lot en Rodi op school gevraagd. De moeder van Lot heeft net met meneer Volmers gepraat. En nu is de vader van Rodi aan de beurt. Hey. Ja. Ik moet even schakelen. Lydia. Ken je mij nog? Ja, ik ken jou nog, ja. Het was wel best een vreemd verhaal eigenlijk. Maar toen zag ik de vader van Rodi met de moeder van Lot praten. En toen werd het pas echt raar. We hebben zo met jou gelachen toen vroeger, hè? Oh, ja, we hebben wel gelachen, ja. Ja, dat weet ik nog goed. De vader van Rodi? Ja. Dan mag u de trap op, linksaf en dan de tweede deur rechts. Dat is goed. Leuk jou te zien. Fijne dag. Ja, dank je. Maar die moeder haat die man. Ze deed er super aardig tegen hem en toen hij wegliep zag ze gewoon haar middelvinger om. Echt? Ja. En toen heeft Lot ook nog in vertrouwen tegen mij gezegd dat haar moeder Rodi haat en ze weet niet eens waarom. Kijk, je hoeft me niet per se te helpen, maar ik wil gewoon de naam van die vader weten. Want nu heeft Lot ruzie met Rodi en ze weet niet eens waarom. Ja, maar ik mag dat echt niet doen, snap je? Ja, alsjeblieft. Ik zal het niet durven. Hoe heet die vader van Rodi, die net naar meneer Volmers is? Ik heb gewoon in 2 minuten ontdekt dat de moeder van Lot en de vader van Rodi in dezelfde klas hebben gezeten. Nou, dus die kinderen hier, die hebben het idee dat dit met een oude veet te maken heeft of zo. Nou, als het namelijk zo is dat zij gelijk hebben, dan lijkt me dit een heel goed moment om je eens uit te spreken, hè? Jij hebt mij jarenlang gepest, hè? Jarenlang. Dat doet pijn, weet je dat? Dat doet pijn, ja? Lapsen. Serieus? Ja, Rodi, jongen, dat is jaren geleden. Die impact van pesten, dat wordt zo onderschat. Ja, dan kan je even die stomzinnige lach van je gezicht halen misschien. Die mevrouw zit hier te huilen en dat is niet voor niks. Dat zijn littekens zo diep. Daar kom je nooit meer vanaf. Kijk naar haar. En dit heb jij gedaan. Ja, het spijt me echt. Dit is echt nooit de bedoeling geweest. Ik vind het echt heel erg. Het is de week tegen het pesten en de pestpolitie van mevrouw de Jong bestaat nu een week. Niet helemaal in de outfit zoals Gijs had bedacht, maar wel herkenbaar voor iedereen. Yo, ben je nog lastiggevallen sinds we de jongens hebben aangesproken? Nee, helemaal niet. Lekker man. Maar hoewel Gijs denkt dat er niet meer gepest wordt, is er op datzelfde moment op het schoolplein iets aan de hand. Waarschijnlijk is ons bestaan alleen al genoeg om die pesters af te schrikken. Maar het kan ook natuurlijk dat het zo zichtbaar is allemaal, dat het nu wat meer stiekem gebeurt. Snap je? Ja, daar zit wat in. Ja, anders zou ik het niet zeggen.
Ik zou beter opletten. Nou, aan de slag. Kom, kom. In ieder geval. Kom, snel. Een paar meiden die noemden het altijd giraf, omdat ik zo lang en dun ben. En nu vonden ze het een leuk idee om met Gim mijn kleren te verwisselen voor die stomme onesie. Hey, gaat het? Ja, echt niet dat ik wilde zeggen dat ik gepest werd. Nee, dan zouden ze me alleen nog maar zieliger vinden. En het is niet alsof zij daar iets aan kunnen veranderen. Waarom heb je een giraffenpak aan? Gewoon omdat ik daar zin in had. Wij hebben als pestpolitie al wel meerdere leerlingen geholpen. Sorry hoor, maar omdat jij zo'n shirtje draagt en die walkie-talkie bij je hebt, ben je niet in één keer belangrijker of zo, hè? Er wordt nog steeds gepest. Alleen krijgen jullie het misschien nu niet meer mee. Wat moet ik hiermee? Ik heb voor je geregeld dat je bij de pestpolitie mag. Sorry hoor, maar ik vind dit echt een heel slecht idee. Ik dacht dat het goed zou zijn voor Linde's zelfvertrouwen als ze bij de pestpolitie zou komen. En echt niet dat ze iemand durft te pesten die bij de pestpolitie zit. Ik zou maar oppassen als ik jullie was. Ik zit namelijk bij de pestpolitie, dus ik kan alles maken wat ik wil. Nou, dat is... De volgende keer dat jullie het een goed idee vinden om mij lastig te vallen, dan slaat de pestpolitie terug. Oh, en dat zal er echt heftiger aan toegaan dan dat jullie je kunnen voorstellen. Gijs had wel gelijk. Ja, met het shirt van de pestpolitie heb je echt het gevoel dat je iedereen aan kan. Het is misschien een beetje uit de hand gelopen, maar het was niet echt lullig bedoeld. Ik bedoel, zijn we nu weer oké? Ja, sure. Als jullie me gewoon met rust laten. Nou, en geen giraf meer noemen. Nee. Deal. Kom op het creatieve kamp. Ik hoop dat jullie er allemaal net zoveel zin in hebben als ik. Het is tijd voor het schoolkamp. En dit keer is het niet zomaar een kamp, maar een week waar de nadruk op de creativiteit van de brugklassers zal liggen. Heel goed. Ja? Waarom kunnen we niet gewoon de hele week lekker surfen, lekker kanoën en zo? Dat deden we op die vorige schoolkamp het ook altijd. Dat was 10 keer leuker, toch? Nou, ik vond Noor's optreden al zo helemaal top. We gaan ons kamp niet laten verpesten door Bergman. En jongens, ik denk dat het tijd wordt dat we het ook aan hemzelf gaan duidelijk maken. Jongens, let op. Kijk wat ik hier heb. Wat is dat? Wat ben je van plan? Nou, spacecake. Die heeft mijn broer gisteren vers gebakken. En het schijnt dus dat als je er al een heel klein stukje van opeet, dat je al helemaal wappie wordt. Dus ja, wie weet wat er gebeurt als je er een hele plak van hebt. Rick had cake met daarin wiet meegenomen. Naar een schoolkamp. Dat is toch niet normaal? Ga je wiet geven aan meneer Bergman? Ja, het is maar wiet, hè, Gijs. Wiet is gewoon legaal in Nederland. Kijk eens, meneer Bergman. Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk en geniet ervan, hè? Dank je wel. Lekker. Wat lief. Rick had toch die spacecake aan Bergman gegeven. En sorry hoor, maar ik vond het gewoon grappig. Hou jij niet van cake? Oh, jawel, maar ik mag het niet hebben. Ik heb een glutenallergie. Mm. Echt? Ja. Wat erg. Ik ben echt dol op cake. Je mag anders mijn stukje ook wel hebben, hoor. Ja? Oh, nou, lekker. Mam. Ja? Denk wel aan je lijn, hè? Nou, dan neem ik een extra groot stuk. Dat is wel. We zijn bijna bij het bed. Een half uur later is de vrolijke stemming helemaal omgeslagen. Nee, rustig, rustig. Hé. Godverdomme! Naar de wc. Naar binnen! Dat. Hé, het voelt, man. Het is de eerste echte kampdag en Haley's klas is bezig met de eerste activiteit. Decorstukken maken voor de eindvoorstelling van het schoolkamp. Ik snap gewoon niet waarom we honderden duizenden kilometers hebben gereden om vervolgens weer les te hebben. We zouden toch vakantie krijgen? Mogen we misschien naar het buitenzwembad? Buitenzwembad? Ja. Nee. Meneer Bergman heeft het hele programma al vol helemaal bedacht, dus dat kan niet. Ja, maar het is vol met alleen maar saaie dingen. En we doen bijna altijd hetzelfde. Kunnen we niet een van de saaie dingen omwisselen met iets leuks? En trouwens, zwemmen is echt supergezond. Nee, dat kan echt niet. Meneer Bergman heeft heel veel moeite gestoken in al die activiteiten. Jullie wilden stiekem gaan zwemmen? Ja, lijkt me wel lachen. Maar niet zo lachen om in de problemen te komen, geloof ik. Waarom doe je zo schrikachtig? Loop gewoon even door, man. Stiekem is schoolrector nu, hè? Zij kan ons schorsen gewoon. Ja, dat is waar. Maar ik denk dat die twee wel wat beters te doen hebben dan om 6 uur 's ochtends onze kamer te checken om te kijken of we slapen. 3, 2, 1, go.
hoor net dat er camerabeelden van jullie te zien zijn bij een zwembad. Althans, van twee kinderen, maar goed, het is hier een heel klein dorp, dus het is ook volledig logisch en helemaal duidelijk dat zij meteen weten dat jullie bij deze groep horen. Nee, camera's had ik niet opgelet bij het zwembad. Maar alles was super slecht beveiligd. Dan is het toch ook onlogisch dat er wel camera's hangen? Ja, het spijt ons. Nou, bewaar dat maar voor thuis. Want jullie gaan vanavond naar huis. Naar huis? Naar huis. Het kamp is halverwege, maar voor Haley en Noori is het de laatste dag. Ze hebben het vanochtend zo bont gemaakt dat ze voor het avondeten van het kamp moeten vertrekken. Kom, het zeg ik toch of niet? Oké, rustig. Kan ik jou even spreken? Nu we nog hier zijn, zou ik het liefst gewoon lol maken. Zou jij ook moeten doen? Ja, dat is het hele punt dus. Ik kan het niet. Ja, ik baal er gewoon van. En ik ben eigenlijk sowieso niet meegegaan om lol te maken. Ik wilde eigenlijk alleen zeggen dat ik gewoon shit vind wat voor soort dingen je wilt doen de hele tijd. Soort dingen? Maar naar mij ga je toch nooit luisteren, want we doen altijd wat jij wilt doen. Oké, je had het wel eerder kunnen zeggen hoor. Kijk, ik vind je heel erg leuk, oké? Maar ik wil ook gewoon even met vrienden zijn hier. Ik vond het wel rot dat Noori zei dat hij het leuk vond om met zijn vrienden te zijn, maar dat hij niks over mij zei. Ja, gewoon mezelf een beetje rustig houden. Sorry zeggen misschien. Oké, sorry. Nee, niet tegen mij, tegen de leraren. Dat we misschien wel mogen blijven. Wat is dit? Ja, het is een goedmaakdiner om sorry te zeggen. Het was helemaal Noori's idee. Dus eigenlijk moeten jullie niet boos zijn op hem, maar op mij. Want het was ook mijn schuld van vanochtend en zo. Ja, we hebben wijn voor jullie. Die heeft hij gevonden ergens in een kastje. Maar we weten dat volwassenen van wijn houden, toch? Dus waar willen jullie zitten? Zitten? Ik wil helemaal niet zitten. Ik wil het helemaal überhaupt niet. Jullie zijn door de hele drankvoorraad heen gegaan. Die wijn is van de eigenaren van dit kampgebouw. Denken jullie nou echt dat wij gaan drinken als we verantwoordelijk zijn voor 40 leerlingen? Zijn jullie helemaal gek geworden? Ah, jongens, en die ballonnen. Die ballonnen die waren voor morgen. Meneer Bergman is morgen jarig. Oh. Ja, hoe moeilijk is het voor jullie om je gewoon aan de regels te houden? Ja, en vooral voor Noori. Alles wat ik op dit kamp deed, ging verkeerd, leek wel. Terwijl ik alleen maar lol wilde maken en het leuk wilde hebben met Noori. Wat ruik ik? Wat? Ik heb pizza's in de oven. Het is de derde kampdag en net als de andere dagen staat ook vandaag in het teken van kunst en creativiteit. En de voorbereiding op de bonte avond die straks begint. Misschien heeft het gewoon nog wat werk nodig. Ja, wil jij anders even voor vrij speel poseren? Dan kan ik het opnieuw doen, want het ziet er niet uit. Maar dat snap je zelf toch ook wel goed? Nee, dat snap ik niet, Bram. Want dit is jouw baan. Er waren er duidelijk een paar aan het ruzieën. Ja, en misschien stom, maar dan moet ik gewoon weten wat er aan de hand is. Ja, ook omdat ik best wel goed kan bemiddelen, hoor. Maar nu gaat het in één keer om mij? Ja. Het gaat om jou. Jij gaat de hele tijd met de heer niet zo tegen mij wijzen. Ja, zeker Het gaat om jou. Jij bent elke keer zo gevoelig. Je moet je niet zo aanstellen. Ik stel me helemaal niet aan. Ik bepaal wat er hier gebeurt, ja? Oh ja? Ik ben hier de baas. Hey. Chic, hoor. Thanks. Wie zoek je? Jou. Ik wilde even precies weten of dat waar was met mijn moeder en Bergman. Ja? Even flink terug moeten pakken. Hoe dan? Dat weet ik nog niet, maar doe je mee? Wat zijn jullie aan het doen? We willen een geitje uithalen met Bergman. Als we nou een gemeen liedje over Bergman maken, op dat deuntje. Ja, dat is echt super grappig. Ze zaten daar met elkaar een plannetje te maken om meneer Bergman in de zeik te nemen. Maar dat vond ik echt stom. Want dankzij hem is het wel gewoon een leuk kamp met allemaal dingen die we kunnen doen. Dus besloot ik om erachter te komen wat er nou echt aan de hand was. Dus mevrouw Steenkamp en meneer Bergman. Ik had echt zoiets anders gezien. Ik zag Steenkamp en Bergman praten. En ze zeiden exact hetzelfde wat ze ook zeiden toen jij ze zag. Maar met een script erbij. Dus ze waren gewoon aan het repeteren. Ze waarschijnlijk een soort act doen of zo. Ja, en? Nou, ze gaan doen alsof ze ruzie krijgen op de microfoon. En dat het dan helemaal uit de hand loopt. Maar ze waren gewoon aan het oefenen. Dat is precies hetzelfde wat ze toen ook deden. Nou, zij zijn bijna klaar. Dus dan gaan wij op het podium, ik pak de microfoon en ik zeg tegen iedereen dat we een grote verrassing hebben. Ja. De bonte avond is begonnen. Maar Romy is vooral zenuwachtig omdat ze erachter is gekomen dat mevrouw Steenkamp en meneer Bergman helemaal geen ruzie hebben, zoals zij tegen Gijs heeft gezegd. We doen een verrassingsnummer op het liedje Smoorverliefd. 1, 2, 3. Want hij is echt zonder talent. And is it
het nu maar voor de klas en wilde dat hij beroemder was. Maar hij is echt zonder talent. Want hij zou een zo... Vijf regels zongen we en toen had meneer Bergman al genoeg gehoord. Nou, ik vond onze tekst eigenlijk helemaal niet zo erg. Maar meneer Bergman was echt heel boos. Wat? Vinden jullie dit leuk? Ja, ik was eigenlijk net begonnen. Het leukste stukje moet nog komen. Wacht. En heel veel... Heel snel wegwezen allebei. Naar de slaapzaal. En wat mij betreft blijven jullie daar de hele avond. Oh, dat, jongens. Het was geen ruzie. We waren aan het repeteren voor de bonte avond. Ik bepaal wat er hier gebeurt. Ik ben hier de baas. Was dat wat je hoorde? Ja, maar ik dacht echt dat het echt was. Ja, dan speelden we natuurlijk ook wel echt supergoed. Maar jongens, nu hebben jullie een heel gemeen liedje gemaakt over meneer Bergman voor helemaal niks. Hoewel mevrouw Steenkamp nu begrijpt dat het liedje van Gijs en Romy op een misverstand berustte, moeten de twee alsnog voor straf corvée doen tijdens de bonte avond. Dus, iemand mag dat drinken? Je wist niet dat die ruzie gespeeld was? Dat weet ik nu wel, ja, maar dat komt omdat mijn moeder het heel boos aan mij heeft verteld. Dus je hebt het ook niet van Romy gehoord? Wat heeft hij niet van Romy gehoord? Dat ik vlak voor de bonte avond mevrouw Steenkamp en meneer Bergman heb horen ruzieën. Maar dat ik dus zag dat ze aan het repeteren waren. Ik snap wel dat Romy dacht dat het gewoon een echte ruzie was. Maar ik had het daarna wel gewoon tegen haar verteld dat het nep was. Waarom heb je dat niet verteld? Ja, sorry. Eerste dag na het schoolkamp en niemand vindt het echt leuk om weer thuis te zijn, maar Tirza vindt het vreselijk. Zij zit liever op school nu ze weet dat haar ouders tegen haar liegen. Hij is zo'n lekker ding. Ik snap echt niet hoe hij single is. Wie? Met wie heb ik het hele kamp lopen flirten? Oh, Justin. Sinds ik terug ben van kamp slaap ik dus niet meer. Ik zit alleen maar de hele nacht te malen over dat gedoe met mijn moeder en mijn nepvader. Een les waar ze normaal in slaap valt, maar na drie blikjes energy drink denkt ze dat het vandaag wel zal lukken. Oké, hey jongens en meiden. Jullie mogen de proef zo gaan uitvoeren. Let erop dat je echt de juiste verhouding gebruikt. Ja? Ga maar beginnen. Succes. Tirza, het zat al in. Wat doe je? Is dit nou weer? Tirza, je mag wel wat beter opletten. Ik doe dat toch niet expres? Ja. Misschien is het wel uw schuld, omdat we ons met gevaarlijke stoffen laat werken. Ach wel, nee. Je weet heel goed dat we hier geen proefjes doen met stoffen die kunnen exploderen. Dat is heel raar. Nou, dat weet ik nog niet zo zeker, hoor. Misschien doet u het wel gewoon expres, zodat ik kan kijken wie er oplet en wie niet. Want als je niet oplet, boem! Oké. Hey, pak jij lekker je spullen. Wegwezen, je kan gaan nablijven. Meisje, gaat alles wel goed met jou? Op school, thuis? Nou, ook al was er iets, je kon het toch niet meer helpen. En er is niks. Soms is het gewoon fijn om even je hart te luchten, je verhaal kwijt te kunnen. Misschien kan die ander tegen wie je het dan vertelt het net weer van de andere kant bekijken. Mijn vader is mijn vader niet. Heb ik ontdekt. Jeetje. Eigenlijk zou eerstejaars Gijs aan zijn spreekbeurt moeten werken, die hij morgen moet geven bij Nederlands. Maar hij oefent liever trucjes op zijn BMX samen met Sebastiaan. Je moet je gewicht iets meer naar achter verplaatsen. Oh, je hebt het niet gedaan. Laat mij het eens proberen. Stephanie staat te kijken. Ik vind haar best wel leuk. Ze is de knapste meisje van de klas. Ja, ik vind haar ook wel leuk. Ze kan echt goed voetballen. Ze gaf Rick gewoon panna. Die panna was zo legendarisch. Ja. Wauw. Ja, ik ben blij dat ze niet naar mij kijkt, want ik bak er vandaag echt niks van op de fiets. Nou, volgens mij heeft ze je heus wel gezien, hoor. Nou, we moeten naar de gymles. Wil je dit nog een keer proberen? Je hebt net geleerd. Het is echt niet omdat Stephanie kijkt, hoor, maar... Kom, we moeten gaan. Laten we gaan. Sebastiaan fantaseert altijd over meisjes. Niet dat hij al een keer verkering heeft gehad, maar in zijn hoofd is al wel een keer verhonderd. Kijk. Het is een schrift. Het is van Stephanie. Misschien moeten we het niet openmaken. Het is toch privé? Het is niet alsof het een dagboek is. Het is gewoon een schrift. Huh? Wat is dit voor lijstje? Wie is de coolste jongen? Het was de eerste keer dat ik in een schrift van een meisje kon kijken. Ik bedoel, de pagina's waarvan ze normaal niet willen dat je ze leest. Jij staat bovenaan en ik onderaan. Mm-hmm. Vindt ze je cool? Ja, blijkbaar. Wow, het is een T-Rex. Hij is echt mooi. Geweldig. Nice, man. Wat is dat? Ik had gisteren een serie te kijken en ik had eigenlijk alleen maar op mijn telefoon te kijken. Ik ga plassen.
Ik had je toch mijn nummer gegeven. Ik had gehoopt dat je me had gebeld. Oh, ja, ik was van plan om je te bellen, zeker. Alleen, ik was bezig met het voorbereiden van een spreekbeurt bij Vormers. Het gaat over... Waarom neemt deze gast een dino mee naar school? Ja, hij heeft hem besteld. Is je er niet een beetje te oud voor? Te oud? Hoezo? Ja, je speelt toch mee op de basisschool? Oké, jongelui, als iedereen even de aandacht erbij wil houden... We krijgen vandaag de spreekbeurt van Gijs. En die gaat over euthanasie, hè? Ja, dat was eerst wel mijn onderwerp, maar ik ben van onderwerp veranderd. Mijn spreekbeurt gaat over dino's. Dino's. Ja, dino's. Het zou een feestdag voor Romy moeten zijn. Haar moeder heeft haar ziek gemeld op school, zodat ze mee kan om te vieren dat haar moeder en haar vriend 5 jaar samen zijn. Schat, al draag je een vuilniszak, je bent nog steeds voor mij de mooiste. Ik mag die vent gewoon niet. Hij denkt echt dat hij de plek van mijn vader kan innemen, maar dat kan niemand. Dit is een hele bijzondere dag voor mij en voor Roy. En ik ga dat niet door jou laten verpesten. Dus je hebt de keuze. Of je gaat nu gezellig en leuk doen en dan ga jij leuk mee. Of ik breng jou zo naar school. Kan namelijk ook gewoon. De keuze ligt bij jou, ik hoor het wel. Hij doet echt heel erg zijn best. Nou, het zal wel. Mijn moeder snapt gewoon niet dat het voor mij als verraad voelt als ik Roy net zo zie als papa. Romy, wacht even. Ik heb jou ziek gemeld vandaag, dus misschien is het beste als jij gewoon even zeggen dat je toch weer beter voelde en dat je niks wilde missen en dat je daarom weer bent. En zeg maar niks over het uitje, want ja, dan gaan ze alleen maar rare dingen denken. Als ik toch al ziek gemeld ben, waarom zou ik dan eigenlijk nog naar school gaan? Michael was niet echt mijn eerste keus. Ja, ook niet mijn tweede, maar dat is zij natuurlijk niet te weten. Meike, doe die telefoon weg. Ik heb geen zin om bij iedereen afzonderlijk te vertellen dat het niet mag. Vanaf nu geen telefoons meer. Meneer, ik voelde me gewoon niet lekker, dus... Ja, ik denk dat dat komt omdat je de hele tijd op je schermpje zit te kijken. Je kan beter even opletten bij het bord, dan ga je jezelf beter voelen. Maar ik ging juist opzoeken wat de oplossing was, want... Ik heb echt al de hele dag al heel veel hoofdpijn en ik voel me heel erg duizelig en misselijk. Als ik nu niet naar Romy ging, vraagt ze me waarschijnlijk nooit meer ergens voor. Loop anders maar even naar mevrouw de Jong. Je hebt waarschijnlijk gewoon een beetje suiker nodig. Nou, ik heb het wel vaker. En meestal wat helpt is dat ik dan naar huis ga en dat ik gewoon op de bank of in bed ga liggen. Nou goed. Ga maar wel via mevrouw de Jong en meld je daar even ziek. Het is school. School? Ja. Wat ga je doen? Ik zal mijn moeder even halen. Ja. Mam! Telefoon! Hallo, met Stephanie. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ik heb Romy gisteren nog ziek gemeld. Ja, een arme kind ligt al de hele dag op bed. Oh, de klasgenoot Meike ook ziek. Oh, dat is vervelend allemaal, ja. Ja, zal ik doen. Oké, dank u wel. Fijne middag. Dag. Ik ga stoppen. Gijs heeft de derde uur CKV, waarbij ze de opdracht hebben gekregen een paar schetsen te maken. Daarvoor mogen ze de hele school gebruiken. Oh. Kom, heel snel naar beneden komen. Hey. Hallo, hoi. Gijs. Ja, nee, Marijke is hier voor schilderijen op te halen. Dat is klaar. Dus die... Oké. Ja. Leuk. Ja. Ze heeft taart meegenomen. Dus er is ook wat voor jou in de keuken. Dankjewel. Ja. Leuk. Ik ga maar. Ja. Ja. Oké. Oké. Nou.
Zie ik je donderdag? Ja, tot donderdag. Ja, oké. Okay. Ja? Maar die Marijke, die is aardig, hè? En wat zei ze nou tot donderdag? Zijn jullie nu vriendin of zo? Ja, denk het wel. Het klikt wel of zo, dus. Nou, want op zich doe ik zo niet met mijn vrienden, hoor. Zo. Nou, zo, dat je alleen maar zo gaat zitten en dan met de haren zo aankijken en handjes vastpakken. Oh, je bedoelt zo? Ja. Ik mag altijd alles vragen aan mama. En ze geeft ook altijd antwoord. Alleen dat ze een vriendin heeft. Ik bedoel, een vriendin. Ik weet niet of ik dat wel wil weten. We vinden elkaar wel gewoon leuk of zo. Of we voelen ons wel aangetrokken tot elkaar. Dus we zijn een beetje, weet ik veel, jeetje, aan het onderzoeken wat het nou precies is. Of het is ook allemaal helemaal nieuw voor mij. Ik heb nog nooit iets met een vrouw gehad. Zou je het erg vinden? Nee, helemaal niet. Mevrouw Steenkamp, klopt het dat u lesbisch bent? Dat u op vrouw valt? Nou, is het waar dat ik lesbisch ben? Nee. Dat is helemaal niet zo. Nou ja, wat wel zo is, is dat jullie behoorlijk aan het rommelen zijn hier. Zo cool. Lot ook, weer aan het schetsen graag. Nou, ik vind wel fijn in ieder geval om te weten dat je er oké mee bent. Nou, het is natuurlijk ook heel erg ouderwets om het helemaal niet meer oké te vinden. Ja, dat klopt. Dat zou ik inderdaad ook niet heel fijn vinden. Nee. Nouri is aan het werk in de kringloopwinkel. Hij maakt een webshop om wat extra geld te verdienen, maar dat hoeft zijn vader niet te weten. Wat ben je aan het doen? Ik maak foto's. Ja, dat zie ik ook wel. Maar waarom ben je een foto maken van oma's klok? Ja, ik ben voor school een webshop aan het maken. En daarvoor gebruik ik de winkel. Dus dan kunnen we nu ook online spullen verkopen. Handig, toch? Knap, hoor. En fijn dat je een hart voor de zaak hebt. Ik heb al heel vaak tegen mijn vader gezegd dat hij veel te weinig voor zijn spullen vraagt. Maar hij wil niet naar me luisteren. Prima, dan doe ik het zelf, toch? Maar wel met iets extra. 50 cent voor mijn vader en 14,50 voor mij. Klopt dat wat Boestra tegen me zei? Verkoop jij spullen voor meer geld op het internet? Ja, ik weet wel dat Nouri mij een verrader vindt. Maar als mensen erachter komen dat mijn vader spullen verkoopt voor verschillende prijzen, dan vertrouwt niemand hem meer. Weet je hoe vaak ik tegen jou heb gezegd dat je veel meer voor die spullen kan krijgen dan dat je ervoor vraagt? En ik doe toch niks verkeerds? Je krijgt gewoon het deel wat jij wilt en ik krijg de rest. Teerza heeft straks muziek, maar ze staat nog even op haar beste vriendin Haley te wachten, omdat ze haar iets belangrijks moet vertellen voor de les begint. En ik heb hem gevonden. Je hebt je vader gevonden, dus je weet wie hij is. Mijn vader opzoeken kon ik nog wel alleen. Maar nu ik hem misschien ga ontmoeten, heb ik wel de steun van een beste vriendin nodig. Wacht, ik heb gewoon zijn social media gevonden. En zijn profiel openbaar. Echt, die boomers weten echt niks van privacy af. Wacht, hier staat no place like home. Home als in hij woont daar. Dat is echt super ver, Australië. Happy birthday to my girl. My girl. Ik heb een halfzusje. Ze woont gewoon in Nederland. En ze woont niet eens heel ver. Ik had dus uitgezocht waar Kato woont. En dat was niet eens zo heel ver weg. Ik ben er ook een paar keer langs geweest, want ik moet wel weten hoe ze is. Anders weet ik toch niet of ik haar wel wil leren kennen. Wat doe je? Hallo? Ik vraag je iets. Ik doe niks. Je bespioneert me. Niet. Ik zie hier al meerdere dagen rondlopen. Oké, ik bespied wel iemand. Ik ben hier net komen wonen en ik vond jouw buurman een beetje creepy. Dus heb ik besloten om hem te volgen. Ja? En dat de middeleeuwen en zo. Hé, hey, lieverd, er is iemand voor je. Wie dan? Hoi. Wat doe jij hier? Ze komt toch in jullie werkstuk werken? Oh, ja, tuurlijk. Vergeten. Ik ben je gevolgd. Net zoals je mij altijd gevolgd. Ik weet het heus wel, hoor. Ik had toch verteld over die buurman en ja, en ik geloof je niet. Wij zijn halfzussen. Wat? Dat kan niet. Dat dacht ik eerst dus ook.
Maar toen kwam ik erachter dat mijn vader niet is. En dat is jouw vader. Romy heeft haar zoveelste slechte cijfer voor wiskunde gehaald. En meneer Abouab heeft haar net verteld dat hij met haar ouders wil praten. Ja, meneer, ik weet echt dat ik beter kan. Ja, Romy. Ja, ik begrijp het allemaal heel goed, maar ik had de laatste tijd gewoon echt superveel aan mijn hoofd. Als ik gewoon echt de tijd heb om te leren, dan lukt het sowieso. Oké, ik geef je een herkansing. Maar je zult echt flink aan de bak moeten. Maar dan ook echt flink. Mm-hmm. Dat meen ik, hè? Ja. Ziet er niet zo goed uit. Ja, maar je maakt het jezelf hier ook al veel te moeilijk. Je kan het veel makkelijker doen, want elke parallelogram kan je een rechthoek van maken. Als je nog vragen hebt, laat me weten. Ja, tuurlijk. Echt super bedankt. Hi. Nee, echt? Is het echt? Kent hij me nou niet omdat hij niet tegen bruggers praat? Of? Het kan toch niet dat een gesprek op één iemand super veel indruk maakt en op de ander gewoon geen? Maar ik wil hem niet vergeten. Want hij heeft zo'n leuke klik. Dat is gewoon bijzonder. Maar hij loopt je zwaar te dissen. Wat wil je dan doen? Je kan moeilijk ouder worden. Even later hoopt Romy dat ze het leeftijdsprobleem heeft opgelost. En het enige dat daarvoor nodig was, waren een paar sokken en een heleboel wc-papier. Je zit zeg maar heel erg te staren. Ja, het is niet alsof ik een of andere viezerik ben, maar... Ze zitten een beetje raar. Zeg maar. Ja, shit. Het was zeg maar. Nep. Ik besef nu trouwens dat ik ook nog heel veel toetsen heb. En dat ik het morgen heel druk heb. Dus dat het ijsje niet gaat worden morgen. Ik heb niks tegen kleine borsten. Maar wel tegen meiden die hun BH opvullen. Dan ben je echt te onzeker. Op het schoolplein gaat het vanochtend over de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de horrorserie die je gezien moet hebben. Maar die Noori helaas niet kan zien. En, Ewa, heb ik geen gisteren? Fakka. Nee, man. Kon niet, man. Ik heb de hele avond bij mijn vader lopen zeuren, maar hij wilde geen Videoflix abonnement nemen. Hoezo? Nou, hij vond het te duur. Hebben jullie dan een Videoflix abonnement? Ja, sinds gisteren wel, aangezien mijn vader die serie dus ook leuk vindt. Oh, mooi. Dus dan kan ik nu voortaan bij jou kijken. Ja, of ik kan je gewoon het wachtwoord geven en dan kan je het zelf thuis kijken. Ja toch, dan kijk ik bij jou toch? Eigenlijk is het alleen voor familie. En hij mag het alleen omdat we al bijna 6 maanden samen zijn. Ik wist niet eens. Ik wist eigenlijk niet dat we al 6 maanden iets hadden. Maar ik snap dus wel dan dat je een cadeautje moet kopen. En dat is lastig als je geen geld hebt. Sabbe! Wacht. Voor 3 euro kan jij Videoflixen wanneer jij wil. 2. 2? Ja. 3. Geen gezeik. Voor altijd. Ja? Ja toch. Dan stuur ik het ding aan, ja? Zo. Sabbe was een soort probeersel. Als hij die 3 euro wilde betalen, waren er ook nog vast nog wel andere klasgenoten die dat ook wilden. Mijn Videoflix-account is dus geblokkeerd. Omdat er te veel mensen zijn ingelogd van verschillende IP-adressen. En naast mijn ouders en ikzelf ben jij de enige aan wie ik dat wachtwoord heb gegeven. Maar ik kon toch moeilijk zeggen dat ik die codes ging verkopen, omdat ik dan een cadeautje voor haar wilde kopen. Weet je, ik hoef je vandaag gewoon niet meer te zien. En misschien is het ook gewoon beter als we het bij die 6 maanden houden. Ik heb jou niks te zeggen. Kijk, sorry. Ik weet dat het niet slim was. Niet slim? Ik zou het eerder extreem dom noemen. Of achterbaks. Ik heb je die Videoflixcode gegeven om je een plezier te doen. Voor ons jubileum. Ik weet dat het dom is wat ik heb gedaan. En ik schaam me ook tegenover je ouders. Maar ik dacht echt dat het geen probleem zou zijn als er een paar mensen op je andere mens zouden inloggen. Zou je me misschien kunnen helpen met deze omdoen? Ja, ik kan het natuurlijk niet zelf. En het is wel een mooi cadeau. Ik snap alleen nog steeds niet waarom je niet gewoon hebt gezegd dat je niet genoeg geld had voor een cadeau. Vind je het niet erg dan? Ja, natuurlijk vind ik het erg. En mijn ouders vinden het al zeker erg. En je bent nog steeds een enorme sukkel. Maar wel mijn sukkel. Noori heeft na school met Sabber afgesproken om te gaan chillen. Maar ze moeten eerst nog even langs de kringloopwinkel van Nouris vader om daar iets op te halen. Wat doe jij hier? Ik zag je niet staan op het rooster. Ik kom alleen mijn pinpas halen, want ik was hem gisteren vergeten. Hoe kan je die kwijtraken? Let eens op je spullen. En wat moet jij eigenlijk met je pinpas? Je hebt niet eens geld. Oh. Ga maar leren. Dat doe ik al. Nee, thuis. Farah moet haar voortgangstoets maken. En in deze familie helpen we elkaar. Ja? Dus? Ik heb de hele week hier super hard lopen werken, hè? Waarom kan Bushra het niet doen dan? Bushra zit op school. Ik haat mijn zus soms gewoon echt.
Want zij wordt altijd voorgetrokken en ik aan mijn vader ook soms. Want ja, die trekt haar altijd voor. Ik ben net gebeld door meneer Abouhab. Je bent de enige die haar toestemming heeft ingeleverd. Wat? En nu moet meneer Abouhab je een 1 geven. Een 1, Farah. Ik heb je notabene inmiddels vrijgegeven. Wat heb je gistermiddag gedaan? Ik was letterlijk de hele dag aan het leren. En ik heb hem wel ingeleverd. Ik weet het 100%. Maar het voelde eigenlijk helemaal niet zo chill. Fijne dag, meneer. Fijne dag. Kan ik Noori even alleen spreken? Heb jij mijn toets gejat? Ik vind je echt een kinderachtige sukkel. Hoe kan je dat doen? Gijs wilde deze mooie zondagmiddag graag barbecuen. Mevrouw Steenkamp heeft haar vriendin Marijke uitgenodigd. Komen er nog vrienden van je, Gijs? Heb ik helemaal niet aan gedacht. Ik vind het wel gezellig zo met z'n drieën. Mijn moeder en Marijke vinden elkaar dus leuk. Alleen moesten ze nog even uitvogelen wat ze precies van elkaar zijn. Ja, ik denk eigenlijk eerder dat als ik vrienden had uitgenodigd, dat ze dan allemaal precies zouden willen weten wat jullie van elkaar zijn. En ja, dat is vet irritant. Als ze dan allemaal vragen gaan stellen terwijl je het zelf ook niet eens precies weet. Het zal wel meevallen, toch? Die vrienden van jou zijn alleen maar bezig met die kipspiezen en hamburgers. En nou ja, echt niet met twee van die oude vrouwen hier. Nou, zo oud zijn jullie helemaal niet, hoor. Dank je wel, Gijs. Wij hebben een relatie. Oh. Echt een relatie. Echt? Ja. Oké. Vind je het oké? Ik bedoel, laatst hadden we het nog over met wel niet of met papa misschien. Ik vind eigenlijk het leven veel chiller zo als papa niet in de buurt is. En nou, ik ben gewoon vooral blij dat jij zo blij bent. En Marijke natuurlijk ook. Iedereen blij. Ja. Ja. Ik blij. Jij blij. Iedereen blij. Oh ja. Zo blij als mijn moeder met Marijke was, heb ik haar nog nooit gezien met mijn vader. Hoe vaak moet ik het nog zeggen dat ik geen telefoons in de klas wil? Ja, waren nogal privéfoto's, zeg maar. Bedoelt u die foto's van mama? Welke foto's bedoel jij? Nou, van jou, maar ook van je... van je vriendin. Ja. En die liet hij aan klasgenoten zien. Ik denk dat het gewoon niet zo handig is om dat zo open en bloot aan iedereen te laten zien. Ja, dan komt het ook weer bij ouders terecht. En je weet wat mensen ervan kunnen vinden. Waarom mag ik geen foto's laten zien van mijn moeder aan mijn vrienden? Bedoelt u dat ik geen foto's mag laten zien van een vrouw met een vrouw? Was u ook naar Steenkamp toegekomen als het foto's waren geweest van mijn moeder met een man? Nee. Dit bedoelt meneer Volmers niet. Meneer Volmers bedoelt gewoon dat je in de les niet van die privéfoto's aan je klasgenoten moet laten zien. Toch? Dat is... Het is gewoon discriminatie. Au. Gijs. Meneer Volmers wil gewoon niet dat de school weet dat jij een vriendin hebt. Laat iedereen maar praten. Iedereen mag zeggen wat hij ervan vindt. Ik ga me niet verstoppen. En ik laat aan de hele wereld zien dat deze knappe dame... Heel leuk. Je is heel blij met elkaar, maar... Oké. Je is in mijn kamer. Ja, dat snap ik. Ja. Doei. Hey. Oh, hoi. Heb jij Haley gezien? Ze is bij de tandarts. Ze heeft 2 gaatjes. Oh, shit. Ik had echt iets vet belangrijks om te vertellen. Oké. Ik had namelijk echt de beste dag ooit, gisteren. Het was namelijk met mijn zusje. Mijn nieuwe halfzusje, dat weet je toch wel? Of Kato? Ik was op zoek naar mijn echte vader. Maar die bleek dus in Australië te wonen. Nou, ik super balen. Hey, Sjoerd, kan ik jou heel even spreken? Ja. Ik heb Teerza binnen zitten. Die moet een proefwerk maken, maar ik heb daar een klas. Dus kan jij even bij haar gaan zitten? Oké, okay, ja, ja, ik heb toch lunchpauze. Dus, Oké. Het heeft toch geen zin. Ik heb niet geleerd. Waarom niet? Ik was met mijn zusje gisteren. Ik zie dat je een zus had? Ja, die is nieuw. We kennen elkaar pas net. Ik heb net ontdekt dat ik... Nou ja, ik heb net ontdekt dat mijn vader niet is. Dat was zeker een shock die erachter kwam. Ja. Mijn ouders zijn ook niet mijn ouders. Of ja, althans. Ik ben geadopteerd. Echt? Hey, ik begrijp dus dat de problemen bij jou thuis nog steeds spelen. En dat je je zusje gevonden hebt. Hey, en hoe is dat gesprek gegaan dan thuis? Leraren denken altijd dat dat alles beter maakt. Pesten, thuis vertellen. Gezeik, thuis vertellen. Alleen maar zodat ze zelf het probleem kwijt zijn, denk ik.
Je hebt dat gesprek toch wel gehouden? Nee. Maar dat is ook niet meer nodig. Want ik had allemaal vragen en die heb ik niet meer. Ik weet niet wie mijn vader is en wie mijn zusje is. Dus waarom zou ik het dan nog vertellen? Voor steun. Maar ga je nog wat doen dit weekend? Tijd voor gezelligheid. Ja. Toch? En op zich wel leuk dat je in de straat komt en muziek en dat soort dingen. Dus... Nice. Ga jij doen? Ja, ik heb de verjaardag van mijn neefje. Op zich best wel saai natuurlijk, maar niet als de bierjongen komt. Lex? Ja, Lex is gewoon zo niet normaal knap. Maar als hij juist niet normaal knap is, dan is hij toch juist heel lelijk? Ik weet het gewoon nooit zo goed met Meike. Iedereen vindt haar altijd onzichtbaar en zo. Nou ja, je moet natuurlijk ook wel een beetje met haar omgaan. Wil je zien dat ze best leuk kan zijn? Wil je misschien komen naar Sharon dit weekend? Echt? Nee, grapje. Oh. Nee, dat is geen grapje. Je mag echt komen als je wil. Ik heb nog nooit bij een vriendin gelogeerd. Maar hoe moeilijk kan dat zijn? De volgende ochtend is Meike vroeg wakker, want het is voor haar toch even wennen om niet in haar eigen bed te slapen. Wat is er? Sorry. Ik was vergeten de deur op slot te doen. Ben je helemaal te gillen? Mijke heeft Roy in zijn blootje gezien. Oh. Schat, ik ging vanochtend even hardlopen en ik dacht ik spring even onder de douche. Maaike, jij hebt gelogeerd bij Romy in huis. Je hebt daar geslapen afgelopen weekend. Ja, dat klopt. Nou, en daar zijn dus ongepaste dingen voorgevallen. Wat bedoelt u daar precies mee? Daar bedoel ik mee dat jouw stiefvader, Romy, in zijn naki met een... Een stijve? Een erectie, Romy, ja. En dat hij die aan Maaike heeft laten zien. Dat had ik helemaal niet gezegd tegen Stephanie. Ik had alleen maar tegen haar gezegd dat ik zijn ding had gezien. Niet dat hij een stijve had. Is die hard of niet? Ja, hij is wel echt hard, hoor. Hé, hey, deze is hard! Wow! Hé, hey, nu moet je deze luisteren. Nouri. Is deze nog harder? Gast. Auw, wat sla je me? Wist je het al? Ja, wat wist ik al? Bushra, ze gaat zich verloven. Bushra, geloven? Ik kan het bijna niet geloven. Ik wist niet eens dat ze een vriendje had. Ik snapte wel dat ze helemaal overstuur was, maar voor mij was het eigenlijk best goed nieuws. Maar wat is het probleem dan? Het probleem is dat die jongen niet goed is voor haar. Ik ken toevallig een vriendin van zijn nichtje en zij vertelde mij dat hij al eerder verloofd is geweest. Ja, maar dat komt toch vaker voor? Dat is toch geen groot probleem of zo? Klopt, maar dat is nog niet alles. Zijn broer is een grote drugsdealer en een loverboy. Serieus? Ja. En je weet wat er gebeurt met zulke criminelen. Uiteindelijk schieten ze elkaar dood. Ik vind het echt heel rot voor je, maar die mensen deugen niet, Bushra. Ik weet niet van wie je dit gehoord hebt. Maar dit zijn allemaal leugens. En ik heb zelf natuurlijk ook onderzoek gedaan. Of denk ik dat ik mijn dochter zomaar weggeef? Hoe ze is verloofde, die studeert rechten. En is er nooit eerder verloofd geweest. Oké, misschien heb ik het verkeerd begrepen of zo, maar die jongen is echt... Stil! Waarom doe je dit? Is er iets aan de hand? Is er jaloezie? Wat is er? Je vertelt gewoon leugens over hem nu, hè? Dat begrijp je toch wel? Praat dan! Kijk, die jongen deugt wel misschien. Yo, maar zijn grote broer. Yo, hij is een drugsdealer en een loverboy. Eigenlijk, die gast, hij slaat vrouwen. Boezes verloofde heeft geen broers. Nee. Hij heeft drie zussen. Geen broers. Maar Farah zijn... Ja, Farah zei ja. Farah had het gewoon verzonnen. En nu is mijn vader boos op mij. Ik had eigenlijk gehoopt mijn vader te laten zien dat ik goed op mijn zusjes kan passen. Meiden, hang lekker je jassen op, spullen opruimen. Ik zie jullie volgende week. Nog even iets regelen. Mevrouw, hi, ik heb voor volgende week vrijdag vrij gekregen van Volmers. Mm-hmm. Voor het verlovingsfeest van mijn zus Bushra. Gaat Bushra trouwen? Ja. Oh, wat leuk! Die bruiloft is nu nog niet. Dit duurt nog lang. Nee, dat snap ik. Maar eerst het verlovingsfeest. Ja. Alleen, ik weet dat er voor volgende week dan ook een toets ingepland staat. Kan ik dan die misschien een andere dag inhalen? Ja, natuurlijk kan je dat inhalen een andere dag. Ja? Geen probleem. Ja. Oké, okay, dankjewel. Hey, veel plezier, hè? En wat moet ik dan eigenlijk aan? Want ik denk niet dat ik gewoon in een spijkerbroek en een shirt en gimpen kan komen. Zo. Dat is best wel raar.
Ja, ik weet het nog niet. Daar hebben we het later over. Het kan niet heel veel later zijn, hè? Want ik moet nog kleding gaan zoeken. En dat gaat echt een drama worden. Ja, dus maar ik moet nu door naar mijn volgende les. Dus ja, ik spreek straks. Oké. Haley ging er helemaal vanuit dat ze kon komen na de verloving. Maar dat kan helemaal niet. Ik wist alleen echt niet hoe ik dat moest zeggen. Ik had het je misschien al moeten zeggen, maar je kan helaas toch niet mee naar het verlovingsfeest. Hoezo niet? Ik ben toch gewoon je vriendin, dus ik hoor er gewoon bij. Dus ik... Ja, dat weet ik ook. Maar op het verlovingsfeest komt alleen familie. En in de ogen van mijn opa en oma ben je niet familie tot je getrouwd bent, snap je? Oké, dat is wel een beetje streng, vind je niet? Maar je opa en oma die weten toch ook wel dat je een vriendin hebt, dus het zal vast geen probleem zijn. Ze weten het niet. Waarom zou je zoiets geheim houden voor je opa en oma? Als het zou kunnen, dan zou ik je gewoon als mijn vriendin willen voorstellen, echt. Dan vind ik dat je gewoon voor jezelf moet opkomen en gewoon zeggen wat je wil. Oké, dus je wilt gewoon niet dat ik meega. Echt, als je nu niet voor ons vecht, dan ben ik er gewoon klaar mee. Dus ja, goed. Ik vond het best wel rot dat Haley er zo verdrietig om was. Maar dan om gelijk te zeggen dat ze het misschien uit wilde maken, dat is toch wel heftig. Kijk, ik ben het misschien soms niet helemaal eens met mijn opa en oma. Maar ik wil wel gewoon hun regels respecteren en dingen niet lastig voor mijn ouders maken. En omdat ik denk dat je het toch niet gaat begrijpen, ja, lijkt het me beter om het uit te maken. Voor heel even dacht ik gewoon even dat je voor jezelf zou kiezen. Ja, maar dat is allemaal veel te makkelijk gezegd. Ik wil gewoon mijn familie niet laten vallen voor een vriendin. Het draait niet om ons, hè. Het draait om Bushra, mijn zus. Een tijdje terug is Tirza erachter gekomen dat haar vader niet haar biologische vader is. Maar na een slimme online zoektocht is ze er wel achter gekomen dat ze een halfzusje heeft. Ik vind ze echt superleuk. Ik heb nog nooit een vriendschapsbandje gehad. Ik heb er ooit wel eentje met Haley gehad, maar die was de dag daarna al kapot. Maar dit zijn eigenlijk wel meer een soort zussenschapsarmbandjes. Het was echt super gezellig met Cato. Maar ik had gewoon niet verwacht dat zij nu opeens ook super nieuwsgierig was naar hoe het zat met onze ouders. Ik vraag me wel af hoe het nou zit met die foto. We wisten alleen dat mijn vader ook de vader van Tirza was. Maar toen vond ik een foto waar mijn vader met de vader van Tirza op stond. Vroeg ik aan mijn moeder wie die man naast papa was. Zijn beste vriend van vroeger dus. Bizar toch? Ik bedoel, ik moet weten hoe dit zit. Ik heb toch gezegd dat ik er niet met mijn ouders over ga hebben. Ik weet toch wel hoe het zit. Nou, niet echt, want heeft jouw moeder het aan onze vaders, de echte en de neppe, verteld? Of erover nadacht, hoe meer ik bedacht dat er misschien toch maar één manier was om erachter te komen wat er was gebeurd. Omdat we zussen zijn. Daar, jullie lijken een boel op elkaar, ik geef het toe. Omdat we dezelfde vader hebben. Mama is vreemd gegaan. Voordat ik werd geboren. Met de vader van Cato. En hoe komen jullie aan deze informatie? Uitgezocht. Wat bedoel je, uitgezocht? Het gaat er toch niet om hoe ik erachter ben gekomen? Het gaat erom dat ik erachter ben gekomen. Dat klopt toch? Kan je alsjeblieft voor één keer gewoon geen lulverhaal vertellen? Tirza! Bedoel je niet Helene? Zij is vreemd gegaan, hè? Ik heb een andere vader. Zeg het dan. Oké. Het is waar. Jouw papa is niet degene die jou verwekt heeft. Ja. En mama is ook niet vreemd gegaan. Lieverd. Wat? Wacht even. Jij wist dit al? Jullie hebben gewoon allebei tegen mij gelogen? Ja, maar... De eerste lessen gaan zo beginnen en Maaike is op zoek naar Romy. Romy! Want sinds Maaike met Romy omgaat, is school een stuk leuker geworden, maar soms ook wel wat ingewikkelder. Ja, is goed. Dag. De eerste. Hey. Hi. Wat zijn jullie aan het doen? Schoolproject, moet iets doen met afval. Stinkt ook echt heel erg, jeetje. Misschien ben ik het wel, hoor. Ik ga even douchen. Doe wel de deur op slot, hè? Het spijt me trouwens nog.
Het spijt me nog trouwens... Sorry. Het spijt me van de vorige keer wat er was gebeurd. Nou, niet wat er was gebeurd, maar wat ik had verteld dat er was gebeurd. Oké. Nou, ik hoop dat je de volgende keer wat beter nadenkt over hoe je dingen verwoordt. Ja. Het is een heel gevoelig onderwerp, snap je dat? Ja, ja. En ik besef me ook. En ja, en ik loog ook eigenlijk niet. Want Karma die vroeg op school of hij groot was. En ik had er helemaal geen antwoord op gegeven. En op een gegeven moment deden ze iets met hun vingers. Zo of zo. Maar op een gegeven moment zeiden ze, had hij een stijve? En ik had er ook helemaal niet op gereageerd, want hij was juist heel klein. En ja, sorry dat... Vind jij dit grappig? Dit is totaal niet grappig. Ik wil jou nu spreken in de keuken. Kom. Nu. De klas van Gijs heeft vandaag het eerste uur Nederlands en wacht op de gang op meneer Vormers die te laat is. De tweeling Remco en Emiel maken van die gelegenheid gebruik om een geintje met hem uit te halen. Remco, waar ben jij mee bezig? Ik doe helemaal niks. Niks, laat eens zien. Je zit toch met die pritstift hier de deurklink in te smeren? Nou, hop, schoonmaken nu. Lijm op de deurklink. Echt een Remco-grapje. Ik kan er niet om lachen, maar zijn er een hoop die het wel leuk vinden. Misschien ligt het dan aan mij. De twee gaan zijn stoel insmeren met pindakaas. En dan loopt hij de hele dag met een bruine vlek op zijn reet. Nee, sorry hoor, maar dat vind ik echt niet kunnen. Nou, ik vind het natuurlijk niet superleuk, maar... Ook een beetje leuk. Nou, omdat het Vormers is en omdat hij zo lullig tegen jou deed, dacht ik, het is toch best een goede grap. Ja, ik zou mijn klasgenoten of broer ook nooit verraden. Nou, ik toch ook niet. Ik heb niks tegen Vormers gezegd, dat zeg ik toch net. Hij heeft het tegen zijn moeder gezegd. Toen Remco het zei over mama, dat zij Vormers heeft getipt, ja, toen baalde ik wel. Ik wist eigenlijk meteen dat hij gelijk had. Al had ik het echt helemaal niet verwacht. Het gaat niet over Vormers, het gaat over mij. Het gaat over vertrouwen. Ik dacht dat ik jou alles kon vertellen, maar dat is dus duidelijk niet het geval. Ja, dat kan wel. Ja, ik eet wel boven op mijn kamer. Nee, Gijs. Ja, joh. Gijs, kom... Hey, Gijs, komt. Nou, welkom in het leven van een moeder met een puberzoon. Vandaag is het de eerste keer dat Noori en Haley weer samen les hebben sinds het uit is. Vandaag doen we een aparte vorm van trefbal. En als je wordt afgegooid, je blijft staan. Yes! Dus iedereen met een geel lintje kan aan die kant gaan staan. Ga maar. Ja, sorry hoor, maar ik speel gewoon een spelletje. Dus als jij vaker wordt geraakt, dan ben je gewoon niet goed genoeg. Nee, je bent gewoon kinderachtig. Nee, je bent gewoon kinderachtig. Je bent gewoon niet goed genoeg. Zeg je nou, terug naar je veld. Ja, eigen veld. Kom op. Noori liep gewoon rond alsof hij opgelucht was. Terwijl ik alleen maar moet huilen en buikpijn heb. Dus dan leek het mij wel een beetje eerlijk om hem ook een beetje pijn te geven. Is het nu klaar of niet? Kan je tegen ze zeggen dat ze moet stoppen? Ik snap niet waar je het over hebt. Wat doe je dan niet waar ik okay, over heb? Klaar, klaar. Einde van de les. Kun je nu melden bij mij? Wat melden? Ze gooit toch ballen naar mij? Ik zie dat ze het op jou hebben gemunt, maar dit is niet de plek om jullie persoonlijke situaties uit te vechten, ja? Gewoon doorspelen. Kom op. Het betekent gewoon dat we uiteindelijk toch niet goed bij elkaar passen. Wel als het gaat om leuke dingen doen en lol maken. Maar niet als het gaat om familie en cultuur. Ja, je hebt wel gelijk. Als het nu niet was misgegaan, gaat het vanzelf toch wel een andere keer mis, dus ja. De onderbouw heeft aan het einde van de week een talentenjacht die meneer Bergman heeft georganiseerd. En ik heb al helemaal mijn danspasjes geoefend en zo, is hij? Ja, oké. Okay. Dus dan ga je zeg maar zo. En dan draai. En dan paal. Goed, hè? Ja. Maar heb jij eigenlijk al een beetje geoefend? Want dan kunnen we samen onze make-up doen en dan kunnen we samen meer oefenen. Je wilt echt dat ik meedoe, hè? Ja, duh. Nee, ik kan op zich wel een liedje die ik kan doen op de gitaar. Mag jij gitaar spelen? Ja. Dat is echt zo cool, want dan ben jij bekend op deze school als de gitaarspeler en ik als de danseres. Ik zat eerst te twijfelen over die talentjacht. Want ik ben niet zo van, kijk mij. Maar Haley loopt sinds het uitzicht met Noori al wekenlang met een verdrietig hoofd. En dit is iets waar ze eindelijk vrolijk van wordt, dus ik moet het gewoon doen. Oh. Waarom luisteren trouwens niet gewoon? Als ik zeg wacht om de hoek, wacht dan gewoon om de hoek. Nou. Volgende week hebben we dus een talentenjacht en Teerza die doet ook mee. Nee. Teerza, dat heb je ons helemaal niet verteld dat je meedoet. Maar wat ga je doen? Ja. Ik zat er gewoon niet op te wachten dat ze me dan gezellig kwamen aanmoedigen of zo. Ze hebben jarenlang tegen me gelogen. Dus dan ga ik toch niet doen alsof alles meteen goed is, omdat zij de waarheid uiteindelijk hebben opgebiecht. Gisteren na school zat ze helemaal irritant te doen over hoe leuk het allemaal is en hoe goed ik wel niet zal zijn.
Ze gebruiken dit gewoon om weer met mij te bonden. Tirza. Tirza, laten we het hier gewoon heel even over hebben. Tirza! Wat doe jij hier? Ja, je leraar wilde wat zeggen. Tirza, ik wil even wat met je bespreken. Ik snap dat er thuis wat dingen spelen en daar hebben we ook alle begrip voor. Alleen ik maak me nu echt een beetje zorgen. Je concentratie wordt steeds minder, je cijfers lijden eronder. Je hebt je ineens afgemeld voor de talentenjacht. Ik vind dit wel een beetje... Okay, het verbaast me dat dit nu speelt. Kijk, Tirza heeft wel thuis wat dingen die wat tijd nodig hebben. Ja, ja, dat vertelde ze, ja. Dus hij weet... Ja, hij weet dat mijn vader niet mijn echte vader is, ja, dat weet hij. Maar er is ook goed nieuws. Ze heeft een zusje. Hij weet echt alles. Ik was echt best hard aan het proberen om niet kwaad te zijn op mijn ouders. Maar dat was best wel lastig. Mijn moeder zo dom met meneer Bergman stond te lachen. Haley wil heel erg graag ergens goed in zijn, waar ze dan beroemd mee kan worden. Maar ik zag dus dat ze helemaal niet goed kan dansen. De onderbouw heeft vandaag een talentenjacht, georganiseerd door meneer Bergman. Haley doet ook mee, maar omdat Tirza pas heel laat bedacht dat zij ook mee wilde doen, was er voor haar geen plek meer. Is het niet een beetje too much? Ik heb altijd gelezen dat toneelmake-up super heftig moet zijn. Want als zie je het helemaal niet achter in de zaal. Ja, dat snap ik eigenlijk wel. Heb je er eigenlijk wel een beetje zin in? Ja, maar vind je het dan helemaal niet erg dat je niet mee kan doen? Meneer? Ja. Ja, we hebben dus besloten dat we gaan wisselen. Ja. Ja. Nou, nee, dat kan dus niet. Jullie moeten niet zomaar denken dat je alles zelf kan regelen. Tirza, je hebt meer dan je kans gehad, ja? Dus helaas. En nu loopt hij gewoon weg midden in ons gesprek. Hallo? Ja, spreek ik met de moeder van Tirza? I was listening to the ocean. I saw a face in the sand. When I picked it up, then it vanished away from my hands down. I had a dream, I was seven, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience for me down. And I was running far away, would I run off the world someday? I was dancing in the rain, felt alive and I can't complain. But now take me home where I belong. I can't take it anymore. Sinds mevrouw de Jong de pestpolitie is gestart, wordt er een stuk minder gepest op school. Vanwege het succes wil ze het team vrijwilligers graag uitbreiden, bijvoorbeeld met Maaike. Het is niet echt de bedoeling dat je op de pesters afstapt, maar het is meer een soort aanspreekpunt voor mensen die gepest worden. Als je niet sport of voor de schoolkrant werkt of niet in de leerlingenraad zit, dan was de pestpolitie wel een betere plek om vrienden te maken. Hey Maaike, ga je bij de pestpolitie? Ik weet niet. Ja, dit is dus precies waarom we er zijn. Ben je tegen de deur aangelopen of zo? Je blauwe oog. Bedoel je, blauw oog? Oh, ik heb gevochten. Wist je dat niet? Als je had gevochten, had ik er wel aan je handen kunnen zien. Maar met je handen? Je ziet toch mijn oog, bro? Helemaal niks aan de hand met je handje. Helemaal niks. Is goed met je. Je kletst uit je nek. Is goed met je petspolitie. Ik geloof er niks van. Hoezo niet? Wat is je probleem? Met je hand is niks aan de hand. Je ziet het verwant, toch? Hoezo zou je niet geloven? Laat zien dan. Laten zien! Laten zien! Oh, wat is dit voor lawaai?
Niks. Boris had helemaal niks aan zijn hand. Hij loog gewoon. Dat is bizar, toch? Maken van zo'n twee kantjes. Ja. Boris. Ik kan het verslag niet schrijven, denk ik. Hoezo niet? Ik heb blessure. Maar wat is er gebeurd? Ja, ik heb gevochten. Wat? Hij liegt. Er is helemaal niks met zijn hand aan de hand. Hou je bek. Niet schelden en dreigen hier, hè? Ja, hij heeft helemaal niks met zijn hand. Laat zien. Mooi, man. Klopt dat wat hij zegt? Nee. Nee, waarom zou ik erover liegen? Laat zien dan. Oh, moet ik laten zien? Nee, ik kan het verband toch wel even afhalen. Zou je dat willen doen? Oké. Oh. Hey, Boas, is dat niet gebroken? I don't know. Kom, ik loop even met je mee. De schoolfotograaf is vandaag op school. Het is 11:30 en Romy's klas is aan de beurt. Oké, als je naar mijn gezicht kijkt, is links mijn goede kant. Links is toch gewoon hetzelfde als rechts? Of ben ik nou gek? Ja, nee, bij superknappe mensen wel. Die hebben een symmetrisch gezicht, waardoor ze zo knap zijn. Maar bij de meeste mensen is er dus één kant die beter is. Oké, nou, wat is mijn beste kant dan? Links. Sowieso links. Ja. Links? Ja, ik was echt super zenuwachtig vandaag. Niet omdat ik niet fotogeniek ben of zo, maar ja, je bent toch bang dat je ineens wakker wordt met een pukkel van hier tot Tokio. Meneer? Ja? Mag ik vragen hoe de schoolfotograaf heet? Ik heb een kaartje van haar. Anna. Oh, top. Dank u wel. Ja. Okay, ik ga erop zoeken. Oh mijn god, ze zoekt mensen. Ze is een soort talentenschout. Hey meiden, mag ik jullie wat vragen? Ja, natuurlijk. Ik ben ook freelance fotograaf. Ik doe productie voor shoots en zo. En nu heb ik morgen een shoot voor een bekend jassenmerk. En ik heb een last minute uitvaller. Dus ik ben eigenlijk met spoed op zoek naar een meisje. Eigenlijk iemand zoals jij. Ik? Ja, ja, jouw foto was heel goed. Dus ik dacht, jij bent perfect. Maar je hebt er maar één gemaakt. Ja, precies. Jij moet je nagaan hoe fotogeniek je bent. Pas een dag na de fotoshoot zien de meiden elkaar weer. Het leukste trouwens van heel de dag. Ik kreeg een envelopje. Wat denk je dat erin zat? €100. Wow! Er was trouwens een van de modellen en die kwam niet opdagen. Nee. Dus ze hadden met spoed een nieuw model nodig. Nee. Had je toch mee moeten gaan? Romy. Een 8. Die is ook gewoon 7 verdiend. En Linda, jij krijgt een 1. En die is ook 7 verdiend. Hier, de foto. Waar zie jij eigenlijk? Ja, ik stond hier. Ze hebben er gewoon afgeknipt. Nee, joh. Oké, pak allemaal even jullie boeken. Tirza heeft deze ochtend Nederlands. En behalve leren hoe je een sollicitatiebrief schrijft, komt ze nog meer te weten. Maar, 1 was niet waar, maar 2 en 3 waren wel waar. Yes. Oké, wat zijn jullie aan het doen? We spelen een spel dat heet waarheid leugen. Dan is 1 ding een leugen en die andere 2 die zijn waar. Oké, maar dat is toch heel makkelijk als je elkaar al kent. Denk je? Oké, kom erop dan. 1, ik wil echt beroemd worden. 2, ik hou niet van ijs. En 3, ik ben allergisch voor katten. Nou, die tweede is sowieso fout. Ja, want wie houdt er nou niet van ijs? Ik? Weet je zeker dat je wel met mij wilt overleggen en niet met Damien? Hoezo? Nou, hij is verliefd op jou. Jij bent verliefd op hem. Ik bedoel, het is wel een beetje overduidelijk, hè? Ja, oké. Beetje wellig. Maar ik weet niet zo goed hoe het nou zit. Of we wat hebben of niet. Want ik heb natuurlijk al met Leon. Na school appt Tirza zoals iedere middag met Leon. Ja? Er staat een jongen voor de deur. Ene Damien. Zeg maar gewoon dat ik ziek ben. Ziek? Ja. Buikgriep, hoofdpijn. Ik zal zeggen dat je niet zo lekker bent, maar ik ga het niet zo aandikken. Oké, dank je. Ja, natuurlijk snapte ik ook wel dat ik dit op moest gaan lossen. Maar hoe? Dat was vooral de vraag. Net als Tirza opgelucht naar huis fietst omdat ze Damien de hele dag heeft weten te ontwijken, gebeurt er dit. Ik dacht dat je ziek was. Ja, ik moest Haley helpen met iets. Ga maar niet naar binnen. Ik heb niet zoveel zin in mijn moeder, die zat als met alles gaat bemoeien en zo.
Nou ja, ik vind buiten voor je huis hangen ook wel oké. Dat we elkaar zoveel zien de laatste tijd, vind ik eigenlijk wel prima. Ik had echt het plan om het uit te maken. Maar toen ik hem zag, was het weer zo leuk. En dan helemaal toen we gingen zoenen. Oh my gosh! Nou, gefeliciteerd, hè? Hey, dankjewel. Ik zie je later. Oké, maar je zou het toch uitmaken? Dat was ook de bedoeling. Maar het liep toch een beetje anders. Meneer Volmers deelt vandaag de boekverslagen uit die de leerlingen 2 weken geleden hebben ingeleverd. En dat is niet voor iedereen een feestje. Ik ben over het algemeen heel tevreden over wat jullie hebben ingeleverd. Dit is zelfs heel erg goed. Complimenten. Maar ja, anderen die weten het weer te verpesten. Een 1? Oké, ik had mijn boekverslag niet zelf geschreven, maar weet je, dat doet niemand. Meer dan de helft van de klas heeft dat boek niet eens gelezen. Maar Volmers pikt mij weer uit. Wat doe je? Heb jij de inlogcodes voor je moeder? Ja, hoezo? Ze gaat naar een online vergadering en ik zeg je eerlijk, ik ben wel benieuwd wat ze allemaal zeggen. En dan Gijs. Nou, daar kunnen we kort over zijn, denk ik. Ja, Gijs, nee, ik heb geen klachten. Moet ik anders even naar buiten gaan? Dan kunnen jullie vrij praten. Je bent wel echt een lievelingetje, hè? Ik ben gewoon aardig. Ja, en dan Nouri. Hij lijkt alleen maar aan het werk te zijn in die winkel van zijn vader, terwijl hij aan school moet werken. Hij presteert niet en als je daarop aangesproken wordt, dan heeft altijd een ander het gedaan. Er is wel een belangrijk verschil met de meeste leerlingen. Als die er gewoon voor werken, dan kunnen ze het niveau wel aan. Maar Nouri is dat duidelijk nog te hoog gegrepen. Hij is er gewoon te lui en te dom voor. Heb je het opgenomen? Ja, tuurlijk. Ik kan niet wachten om dit aan hem te laten horen. Ik denk dat ik dat tentamen eigenlijk niet ga doen. Ik denk dat hij niet zoveel zin heeft. Hoezo denk je dat hij geen zin heeft? Ja, ik denk gewoon dat ik er te dom voor ben. En te lui. Wat bedoel je precies? De meeste leerlingen, als die er gewoon voor werken, dan kunnen ze het niveau wel aan. Voor Nouri is dat duidelijk te hoog gegrepen. Hij is gewoon te lui en te dom voor. Eruit. Dat is uw stem, toch? Of zullen we nog een keer luisteren? Je hebt ons gewoon zitten afluisteren. Nouri, het spijt me. Ik had het niet mogen zeggen. Meike en Romy hebben hun laatste les van de dag. Een blokuur Frans. Iets waar ze maar weinig zin in hebben. Jongelui, goedemorgen. Het spijt me, maar de les kan helaas niet doorgaan. Vorige keer ook al niet. Nee, ik weet het. Het is even niet anders. Hé, hey, maar Meike, ik had begrepen dat Franse les nu alweer niet door is gegaan. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ze kunnen geen invallers vinden of zo. Dus nu moeten we zelf leren. Nee, maar dan neem je Romy toch gewoon een keertje mee naar huis? Ik kan best 2 mensen tegelijk les geven, hoor. De volgende dag neemt Meike Romy zoals afgesproken mee naar huis voor een bijles. Oh, sorry dat ik te laat ben. Ik had toneelles. Hé, hey, jij bent Romy. Hi, hallo. Harvey Hansen, de vader van Meike. Ja. Leuk je eindelijk weer eens te zien. Echt top. C'est superbe ça. 0 fout. Hartstikke goed gedaan, joh. Echt top. Meike, even kijken. Nous sommes étudiants. Je vader is echt. Ik heb even geïnformeerd op school of daar mogelijkheden zijn om als invalkracht te werken. Wat? Ja, er is niks besloten, hoor. Alles is nog open. Maar de mogelijkheden zijn er dus natuurlijk. Wat vind je daarvan? Ja, oké. Okay. Ja, oké, okay, als het is goed? Ja, dat zeg ik toch. Oké. Okay. Een paar dagen later geeft Meike's vader voor het eerst les aan haar klas. Dit is meneer Hansen. Hij zal voor onbepaalde tijd de Franse lessen waarnemen. Ik ga ervan uit dat jullie hem met respect behandelen. Het ging eigenlijk best wel goed. Al vond ik het wel raar dat Harvey wilde dat iedereen hem Harvey noemde. Want het is gewoon toch meneer voor iedereen. Net zoals bij alle andere leraren bij ons op school. Ik ken jullie niet. Jullie kennen mij. Nauwelijks. En mij leek het even handig om een spelletje te doen om elkaar even beter te leren kennen als introductie. Verder nog vragen? Ja. Maar bent u echt de vader van Meike? Ja, ik ben de echte vader van Meike. Ingo is haar biologische vader, maar ik ben wel de echte vader van Meike. Ja. Het is zondagavond en Teerza en haar ouders hebben net een film gekeken. Nou. Zullen we nog een film kijken? Ik weet nog wel een leuke. Daar hebben we geen tijd voor. Maar het is echt een hele goede film.
Lieverd, je moet naar school morgen. Ben je op tijd naar bed? Ik wil hem echt graag zien. Damien is mijn vriendje en Haley is mijn beste vriendin. Dus ik heb ze allebei gevraagd voor een filmmarathon morgen. Even testen of het met z'n drieën ook leuk is. In de pauze wordt de filmmarathon doorgesproken. Om 4 uur gaan ze inkopen doen en daarna gaan ze naar Tirza. Nu moet het alleen nog eens worden over welke film ze gaan kijken. Ziet er wel leuk uit? Nee, niet die. Hoezo niet? Ik hou gewoon niet van dat soort films. Ik hoef niet altijd een reden te geven. Oké, kan je misschien iets minder chagrijnig reageren? Ik doe helemaal niet chagrijnig, jij doet chagrijnig. Toch? Ik vond eigenlijk dat Haley meer gelijk had dan Tirza. Maar Tirza is mijn vriendin, dus dan hou ik maar beter even mijn mond. Ik wens jullie veel plezier. Waar ga je niet mee? Nee, kijk maar samen naar die dooi, jongen. Later kijken Tirza en Damien dan maar met z'n tweeën een film. Wat niet per se uitloopt op een romantisch middagje. Veel te hard. Dat is helemaal niet grappig. Ik deed echt mijn best om het gezellig te maken. Maar het leek gewoon alsof Tirza op zoek was naar ruzie. De hele dag al. Weet je, ik kwam hier om een gezellig film te kijken. Maar je zit alleen maar te chagrijnen. Ik zie je morgen wel op school. De klas van Romy heeft les van meneer Bos. Niet Romy's favoriete les en zeker niet als ze moeten hardlopen. Ja, goed zo. Ik deed niet echt mee met gym, maar ik had een reden. Ik moest dicht bij mijn telefoon blijven. Zit je op je telefoon? Nee. Ik heb toch ogen in mijn hoofd zitten? Ik zie toch dat je op je telefoon zit? Maar ik wilde gewoon even kijken hoe laat het was. Luister, het is simpel. Geen telefoons in mijn klas. Kom maar, geef het. Dat slaat toch echt nergens op? Waarom doen leren dat de hele tijd? Ik ga toch ook niet iets van u afpakken wat belangrijk voor u is? En weet je wat je kan doen? Je kan 15 rondjes gaan rennen nu. Nou, het slaat echt nergens op. Ja. Lopen. Dames, je bent nogal tegen mij uitgevallen, hè? Tijdens gym. Ik denk dat een excuus wel op zijn plek is. Sorry. Een welgemeende. Super, sorry. Ik denk dat je na moet denken over hoe afhankelijk je wilt zijn van zo'n apparaat. Na school gaat Romy met Maaike mee naar huis omdat ze aan het einde van de week een belangrijk proefwerk hebben. En Maaike Romy helpt met leren. Ik weet het, ik ken hem nog maar super kort, maar ik denk gewoon dat je het weet als je soulmate hebt ontmoet. Zo. Soulmate. Wie is de gelukkige? Lieverd, wat leuk. Ik wil alles horen. Wie is het? Of nou ja, zoveel een moeder mag horen natuurlijk. Ja, je moet gewoon met hem afspreken. Oké, ik ga hem even dat ik hem in het echt wil ontmoeten. Ik zou het doen als ik jou was. Een dag later is het tijd voor Romy's ontmoeting met Walt. Je lijkt echt anders op beeld. Je lijkt niet op je foto. Echt? Ja. Je bent 10 keer knapper in het echt. Walt was echt nog knapper in het echt. En ik vond hem al knap, dus kun je nagaan. Waarom noem je me eigenlijk Dromy? Omdat je een dromer bent. Ik vind het juist leuk. Ik vind jou ook anders in het echt. Ik ben ook wel een beetje anders. Hou op. Oh, als je me weg wil hebben, dan kan ik ook gaan hoor. Dan gaan we gewoon weer bellen en dan blijft alles hetzelfde. Nee. Videobellen is toch een beetje hetzelfde als elkaar in het echt zien. Ik bedoel, wat is het verschil? Nou, dit. Nouri heeft Saber gevraagd om hem te helpen met een betoog voor Nederlands. Maar Nouri is afgeleid door andere zaken. Deze twee zinnen, zeg maar, omdraaien klinkt veel beter. Snap je? Ja, ik snap. Manny zit bij mij in de klas. En ik dacht dat ik na Haley wel even genoeg had van meisjes. En dat was ook zo. Maar Wendy is echt leuk. En ja, als ik eerlijk ben, was het ook best saai, zo zonder vriendin. Hey. Hey. Ik wou zo terug. Alles goed? Ja, met jou? Gaat goed, ja. Wie was je aan het bellen? Dat was mijn moeder. Je moeder? Oké. Gaat alles wel goed met haar? Ja. Oké. En wanneer kan ik haar trouwens ontmoeten? In het echt. We hebben nog alle tijd voor, toch? Ik heb iets nieuws. Ik heb een vriendje. Ik heb hem nog niks verteld. Oké, ik was dus mijn vriendin aan het afluisteren als een soort jaloerse gek. Ik ben er echt niet trots op. Ik zou morgen nog wel even terugbellen om te zeggen of ik een vertrouwenspersoon gevonden heb. Is dat goed? Oké, dankjewel. Doei. Is er iets? Ik wist heus wel dat ik super egoïstisch was. Maar ik moest eerlijk zijn, toch? Wat Wendy's probleem ook was, ik kon haar niet helpen.
Ik ben namelijk super slecht in praten. Ik moet je wat vertellen. Ik denk dat we het misschien toch iets rustiger aan moeten doen. Maak je het nou uit? Je bent heel erg leuk, maar... Niet leuk genoeg. Wat heb je nou, Irina? De klas heeft vanmorgen de opdracht gekregen om iets te organiseren voor de Goede Doelendag van de school. Noori is op het idee gekomen om een sponsorloop te organiseren en Gijs helpt hem daarbij. Oké, stop. Ja, dus 600 meter per rondje. Mm-hmm. En ik denk dat we dan zo'n 15 rondjes kunnen lopen in een uur. Bro, ik denk dat we misschien wel 20 rondjes kunnen lopen. Ja, hoe meer we ophalen, hoe beter. Ja, tuurlijk. Sponsorloop is morgen, hè? Gaat het goed met de organisatie? Ja, gaat wel goed. Veel kinderen uit de klas lopen mee. Kijk, ik vind het echt zielig voor die kinderen in een kansarme situatie. Daarom zou het mij leuk lijken als u mij zou sponsoren. En u hoeft zo geen zorgen te maken over het geld, want ik ben nog best lui. 1 euro per rondje. In 3, 2, 1, en go! Woehoe! Zet hem op, hè. Wat doe je? Daar is de eerste loper. Younes, je bent klaar, jongen. Het uur zit erop. Jullie hebben het allemaal fantastisch gedaan. Mijn complimenten. Uiteraard is er ook 1 iemand die het meeste geld heeft binnengehaald. Zijn of haar naam zal straks worden gegraveerd in deze beker. En die krijgt een hele mooie plek bij ons in school in de prijzenkast. Ik geef het woord aan mevrouw Steenkamp. Ja, ja, want ik heb in deze envelop de naam van de winnaar van de sponsorloop. Mag ik een tromgeroffel? De winnaar van de sponsorloop is... Gijs! Nee, er is echt niks aan jou te verwijten, man. Je hebt echt hard gelopen. Nee, daar ben ik het 100% mee eens. Kijk eens aan, hoor. Ik dacht heel even dat mijn hele spaarrekening leeg zou lopen. Noori heeft vandaag, maar niet alleen vandaag, laten zien dat hij uit het juiste hout gesneden is. Romy's klas heeft Frans van Maaike's vader. Die, tot Maaike's ergernis, sinds kort als invaller lesgeeft op school. Ik snap niet waarom je dat moet weten, want in het Nederlands weten we toch ook niet welke woorden mannelijk of vrouwelijk zijn? Nee, maar ook iemand die Nederlands leert, moet ook leren of een woord de of het is. Wie wil er nou weer Nederlands leren? Ja, Frans snap ik nog. Dat is de taal van de liefde. Maar ja, waarom ze die zo moeilijk hebben gemaakt? Oké, ik weet dat jullie heel weinig tijd hebben gehad. Daar hou ik rekening mee met het proefwerk, ja? Na school helpt Maaike Romy met Frans. Maar of het echt helpt? Echt te hopen dat er ook Nederlandse jongens zijn op de Franse camping dit jaar. Want een Franse jongen ga ik echt nooit kunnen versieren. Waarom zou je überhaupt met een Frans vriendje willen? Die wonen te ver weg. Ah, hallo. Kun je mij even helpen? Moet ik ook wat doen? Je bent de gast. Ik ga jou toch niet aan het werk zetten? Nou, alles is beter dan Frans leren, hoor. Echt, een rottaal is dat. Ja, soms ben ik echt zo dom. Zit ik met een leraar Frans, ga ik lopen roepen dat Frans zo stom is. Ja, dan kun je goed cijfers wel vergeten. Wat is dat? Niks. Niks? Nou, lijkt me wel wat. Laat eens zien. Je bent aan het spieken voor Frans. Spiek is een 1, punt uit. En je kunt nu het lokaal verlaten. Ja, ik heb zeg maar een foto gemaakt van je vaders laptopschermen toen ik bij jullie thuis was. Misschien kun jij zeggen dat jij een foto hebt gemaakt. Ik moet je wat vertellen. Ja. Nou, zeg maar, Romy had niet die foto van je computer gemaakt. Mm-hmm. Maar ik heb een foto ervan gemaakt en naar haar gestuurd. Wat zeg je? Maar ik denk dat het beter is als ik ga. Ik denk dat jij hier blijft. Het is namelijk heel goed om te horen dat mijn dochter nu een 1 heeft ontvangen. Wat? Ja! Een 1? Dat is echt vet oneerlijk. Dat staat nergens op. Ik heb niet eens gespiekt. Daar gaat het even helemaal niet om. Je hebt Romy de gelegenheid gegeven. Daar gaat het om. Waarom moet je dan zo nodig lesgeven op mijn school? Oh, dat is lekker makkelijk. Leg je de schuld bij mij. Ja, ik denk echt dat het beter is als ik nu ga. Maaike zit sinds kort bij de pestpolitie. En die hebben iedere maandag na schooltijd een vergadering. Onderweg daarnaartoe gebeurt er iets vreemds. Ja, nou ja, dan
dan houdt het op, hè? Ja, dat denk ik ook. Ik wilde natuurlijk niet dat meneer Volmers en mevrouw de Jong zouden denken dat ik hun aan het afluisteren was. Maar ik was wel heel nieuwsgierig. Ze waren echt een super serieus gesprek aan het voeren. Mevrouw de Jong was zelfs aan het huilen. Oké, niks tegen Volmers zeggen, oké? Oké, ik moet je iets vertellen. Volgens mij moet Volmers dus mevrouw de Jong ontslaan. Ontslaan? Shh, niet zo hard. Oké, ik was dus net in het trappenhuis. En op een gegeven moment zei de Volmers iets met... Ja, sorry, maar dit is het einde of zo. En mevrouw de Jong was aan het huilen. De volgende. Gijs, zeg maar. Als de schooldag eindelijk voorbij is en Maaike en Gijs naar huis gaan, zien ze in de verte mevrouw de Jong. Tuurlijk vond ik het wel rot hoor, voor de Jong, als ze ontslagen zou worden. Maar het is niet dat we dikke vrienden waren of zo. Mevrouw? Ja? Sorry dat ik vervelend was. Ja. En we zullen trouwens niks zeggen tegen meneer Volmers. Hè, Gijs? Ja, we vinden het namelijk echt heel onterecht dat u ontslagen wordt. Ontslagen? Hoe kom je daar nou weer bij? U was toch net met meneer Volmers en u moest huilen? Ja, maar dat had niks te maken met dat ik ontslagen word. Ik ben altijd wel bang dat ik dingen verkeerd begrijp. Maar dit had ik toch echt gewoon met mijn eigen ogen gezien. En gehoord. Ja. Nou, oké. Okay. Ik dacht dat meneer Volmers misschien eenzaam zou zijn. Hè? Dus toen dacht ik... Ik had hem uitgenodigd om een avondje bij mij te komen eten. Oh. Maar ja, meneer Volmers die vond dat niet zo'n goed idee, want die wil werk en privé strikt gescheiden houden. Waarom is dat zo erg? En waarom zou je erover moeten huilen? Het is toch niks ergs om niet samen te eten? Is het niet duidelijk? Ze heeft een blauwtje gelopen. Ze heeft Volmers op date gevraagd. Romy heeft voor het eerst gezoend met Walt, een jongen die ze online heeft leren kennen. En nu is ze smoorverliefd. Lijkt je misschien wat om mijn moeder te ontmoeten en haar stomme vriend, hoor? Ja. Ja, gezellig. Ja, gaan nou, we doen. Top, kan morgen. Ik heb jou even het adres. Schat, heb je er misschien ook rekening mee gehouden dat Walt zich misschien bedacht heeft? Het is niet niks, hè, om de ouders van een meisje te ontmoeten. Dat zou je wel willen, hè? Dan heb je namelijk gelijk. Misschien heeft je moeder wel gewoon gelijk. En voel jij gewoon meer voor Walt en voelt hij gewoon een stuk minder? Jij bent gewoon jaloers, hè? Je bent gewoon jaloers omdat ik wel een vriendje heb en jij niet. Jij, mijn moeder, jullie zijn gewoon blij, hè? Jullie zijn blij dat hij geen contact meer heeft opgenomen met mij. Maar... Want mijn moeder denkt nog steeds dat hij een creep is. En jij? Jij kan er gewoon niet tegen dat ik minder aandacht voor je heb, hè? Nu ik met Walt ben. Nou, sorry hoor, maar ik vind het heel rot voor je. Maar misschien zit hij gewoon wel te ghosten. Echt klaar met jou, hè? Tirza heeft al een tijdje iets met Damien en de laatste tijd maken ze samen huiswerk. Damien is mijn vriendje en mijn ouders zijn eigenlijk best wel chill over. Al moet ik wel altijd de deur openhouden. Dus eigenlijk vertrouwen ze me niet. Ik ga even naar de wc. Oké. Jij wil natuurlijk weten wat het grote nieuws is. Oké. Over een paar dagen hoeven we geen verkeering meer op afstand te hebben. Ik ga terug verhuizen. Over een paar dagen zien we elkaar weer. Tuurlijk vond ik het echt heel leuk om Leon weer te zien, maar ik schrok ook wel echt. Verkering? Met Leon? Ik heb al verkering met Damien. Ik moet gewoon kiezen wat logischer is, wie het meer verdient. En dat is Leon, want hij was als eerst. Hey. Hey. Ik maak het uit. Wat? Waar komt dit vandaan? Twee dagen later heeft Tirza amper geslapen van de zenuwen. Vandaag komt Leon terug op school. Boe. Hey. Toen ik hem in het echt zag, wist ik het ineens zeker. Ik vind Leon leuker dan Damien. Ik moet je wat vertellen. Wat is er? Ik wist zeg maar niet dat we het hadden. Omdat Leon weg was en ik niet dacht dat hij ook nog terugkwam, was het voor mij meer alsof we een soort fantasiewereld hadden. Niet echt. Toen jij weg was, had ik een tijdje met iemand anders. Jij op school. Wat? Maar ik dacht echt dat we vrienden waren. En ik heb het ook meteen uitgemaakt. Meteen toen ik wist dat jij dacht dat we iets hadden. Dus dat is dan geen vreemdgaan, toch? Tirza vond dus dat ze niet echt was vreemdgegaan omdat ze dacht dat we niet echt iets hadden. Maar sorry hoor, daar word ik echt niet vrolijker van. Wil je het nu uitmaken? Nee, dat is niet nodig.
de Chauvin-verkering? Nee, dat is niet nodig, omdat het dus kennelijk nooit aan was. Maar ik wil wel dat het aan is. Ja, jij wel. Nouri heeft een weddenschap met klasgenote Billy die niet helemaal ongevaarlijk is. De winnaar trakteert de verliezer op een kilo snoep uit het winkeltje. Wie het eerst aan de overkant van het schoolplein is, is de winnaar. Er is één regel. Niet met je ogen open. Ogen dicht. Billy zei dat ze niet zou ontbijten, zodat ze extra veel snoep op zou kunnen. En dat was echt iets wat ik ook had gedaan als ik had gewonnen. Misschien vind ik haar daarom wel zo leuk. 3, 2, 1, go! Pas op! Shit, man. Yes! Yo, gaat-ie? Mijn hele scheenbeen is blauw. En moest je Billy ook nog eens morgen trakteren op een snoeplunch uit het winkeltje? Ja, maar kijk, daar heb ik wel weer zin in. Wat? Ja, waarom? Ik wilde een date met Billy. En het is gelukt. Yo, pak haar. Geen last meer van je blauwbeen? Komt wel goed, joh. De volgende dag is Nouri helemaal klaar voor zijn snoeplunch met Billy. Wegens omstandigheden gesloten. Oh, jongens, sorry. Ja, als jullie iets wilden kopen, het winkeltje is dicht. Ja, waarom? Ja, we hebben helaas niet genoeg personeel om het te bemannen. Yvonne is ziek. Als je echt naar binnen wil, hebben we de sleutel nodig. En die ligt in het hok van de jong. Gijs had gelijk. Die sleutel hing in het hok van de jong. Dus wij wachten tot ze heel even weg was. En toen gelijk die sleutel gepakt. Hey. Hey. Ik hoop dat je heel veel honger hebt. Moet je dit wel doen? Het winkeltje is toch dicht? Voor jou is die open. Misschien kunnen we ja, het vaker doen, dit. Snoepleusjes houden en zo. Wat hebben jullie hier? Hoe komen jullie hier binnen? Wat is er met dat snoep? Ja, sorry, oké, meneer. Het winkeltje was nooit dicht en ik had echt honger. Ik wilde wat eten. En ik was sowieso van plan om het terug te betalen. En de sleutel en het... Je bent echt heel erg over de scheef gegaan nu. Terwijl het net zo goed met je leek te gaan. Ja, sorry, meneer. Ik betaal al het eten terug dat ik heb gegeten. Allebei een maand lang corvée. Elke pauze. Sleutel. Bij CKV is de klas van Romy bezig met een project over social media design. Deze week werkt iedereen aan een favoriete emoji. Hey, Maaike. Sorry dat ik te laat was. Ik moest... Ja, ik ging dus met de fiets, maar mijn band was lek, dus ik moest lopen en ja... Nou, het maakt niet uit. Ik zie het wel een keer door de vingers. Ga maar zitten. Ik dacht dat je altijd eerlijk moest zijn tegen je vriendinnen. Nou, ken ik dus niet. Want Romy werd laatst super boos op mij toen ik zei dat ik dacht dat Walt haar misschien aan het ghosten was. Ja, sindsdien doet ze echt super raar tegen me. Ik ben dus door Walt zijn TikToks gaan scrollen. En toen zag ik bij een bepaalde video dat er een stukje school achter zat. Ja, ik ga daarheen. Wat, nu? Ja, als ik het laatste uur skip, dan ben ik daar misschien nog voor zijn school uit is. Daar was je al niet bij. Ik dacht dat Romy niet zou willen dat ik meeging. Maar ik vond dat ik er voor haar moest zijn. En dat doe je als je vrienden bent. Hey. Hi. Heb je Walt nog gesproken? Of gezien? Nou ja, het is echt super toevallig, want ik hoefde dus niet eens naar zijn school. Ik kwam hem gewoon tegen op straat. En is er nog wat gebeurd? Wat bedoel je? Nou, kijk. Ik was daar toevallig ook. En toen zag ik jullie... Stond je ons te bespieden? Nou nee, niet zo bespieden, nee. Maar ik keek gewoon even. Ja. Doei. Sorry. Het spijt me. Ja, ik vind het echt een beetje raar, hoor. Je gaat toch niet iemand zomaar achtervolgen? Kijk, ik wil er gewoon voor je zijn. Ik vind het echt wel een beetje raar, hè? Ja, ik soms ook. Ja, ik heb jou een heel verhaal lopen vertellen over dat Walt me zo superleuk vond. Maar ja, hij negeerde me gewoon omdat hij gek werd van al mijn appjes. Oh, god voor je. Hij had wel echt een rare kledingstijl. Oh. Een keer moment? Nee, hetzelfde wel. Zijn kledingstijl was inderdaad een beetje apart. De klas van Nouri moet als CKV-opdracht foto's maken van iets dat ze echt mooi vinden. Wat vind jij mooi dan? Dat ga ik je even laten zien. Hey! Billy loopt me altijd uit te dagen. Eigenlijk al sinds het uit is met Haley. Dus ik dacht, misschien vindt ze me wel leuk of zo. Ja, ik haar in ieder geval wel. En ze is mooi.
Go, 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 ga! Wat stond je allemaal te lachen? Wat heeft ze gezegd? Ik heb gehoord nieuws. Ja, zeg dan. Weet je dat Billy een test heeft gedaan en dat ze officieel hoogbegaafd is? Hoogbegaafd? Ja, man. Ze heeft een IQ van 141, vertelde ze net na vriendin. Ze gaat misschien ook naar een hoogbegaafde school nu. Lult. De hele week na schooltijd moet Nouri zich melden. Hij en Billy hebben nog straf voor de inbraak in het winkeltje van een paar dagen geleden. Hé, hey, wees blij dat ik niet te jong ben. Je bent te laat. Ik ben zeker blij dat je te jong niet bent. Nouri is gewoon heel schattig. Weet je, net zo'n lieve puppy met van die grote ogen die dan naar boven kijken zo. Ja. Wedstrijd rond de school? Nee. Ik wilde je eigenlijk wat vragen. Oké. Kijk. Ik weet dat je slimmer bent dan mij en dat je van school afgaat. En, Ja? Ja, maar je moet wel weten dat ik je wel echt leuk vind. Oké. Okay. Nou, daarom wil ik je verkering vragen. Verkering? Echt? Ja. Ik heb daar echt geen zin in. Sorry. Oké. Niet? Dus... Nee, kijk, ik vind je hartstikke leuk. Echt, maar ik... Ik wil me gewoon niet binden en ik heb het ook super druk met sport en school en zo. En ja, verkering kan er gewoon echt niet bij. Maaike zit met haar vaders aan het avondeten. Maar Maaike lijkt niet echt trek te hebben. Die leerlingen kijken toch alleen maar of in de boeken of naar het bord. Dat is toch hartstikke saai? Dan kun je toch veel beter een leuke film doen? Nou, mijn vader vond het helemaal fantastisch om weer les te geven. Alleen moest dat nou weer precies op mijn school. Na een slapeloze nacht heeft Maaike geen idee hoe ze haar vader duidelijk moet maken dat ze liever wil dat hij stopt met lesgeven op haar school. We zouden bijvoorbeeld met z'n allen kunnen gaan keten in de klas. Want daardoor gaat hij denken dat iedereen hem stom vindt. En dan gaat hij lesgeven minder leuk vinden. Wat als de klas wil dat je weggaat en niet je eigen dochter? Beter toch? Ja. Wil je dat je vader stopt of niet? Ja, tuurlijk. Ja, dan moeten we gewoon de klas tegen me opzetten, denk ik. Oké, jongens. Wie heeft er zin om zo meteen te gaan keten bij Frans? Ja, toch? Oké. Meneer, een 5,7, betekent dat dan dat ik een 2,7 krijg? Nee, je had een 8,7 kunnen hebben. Ik heb er al 3 punten afgetrokken. Ja? Oh. Ja. Dus Romy, je had helemaal geen spiekbriefje nodig. Dit was niet echt het plan, hè? Ja, maar dat was ook omdat we toen nog dachten dat we allemaal een heel slecht cijfer zouden krijgen van Frans, zoals normaal gesproken. Maar ja, toen kreeg iedereen ineens voldoende. Dus ja, ik denk dat je vader gewoon best wel een goede leraar is. Dat zegt de rest ook. Ja, dat vindt iedereen nu wel. Totdat ze volgende week een onvoldoende krijgen. En dan vindt niemand hem weer aardig. Luister, zo erg is het toch niet? Als je vader een superchille leraar is en iedereen dat vindt, dat is eigenlijk best wel nice. Misschien had Romy gewoon gelijk. En moest ik het erbij laten. Dat scheelt me in ieder geval een moeilijk gesprek met mijn vader. Je vindt het echt superleuk om zo les te geven en je verdient er ook geld mee. Dus ik dacht van, laat ik je toch maar les geven. Oh, nou, dat is in ieder geval heel fijn. Ik vind wel dat ze zakgeldverhoging heeft verdiend. Ja, en ik kan me zo goed voorstellen dat het vervelend is als je eigen vader voor de klas staat. Goed dan. Teerza en haar halfzus Cato zijn vandaag bij Teerza thuis. Het was een paar dagen uit met Leon, maar het voelde echt als veel langer. We spraken elkaar zo vaak, maar dat merkte ik dus pas toen ik hem niet meer sprak. Je hebt wel genoeg zitten balen. Die jongens zijn gewoon losers. Laten we vanaf nu alleen nog maar leuke dingen gaan doen. Later die dag doet Teerza er alles aan om Leon te vergeten. Deze? Ja, die is wel leuk. Ben je toch nog met Leon bezig? Nee. Misschien moet je hem niet vergeten. Maar hoe moet ik hem overhalen dan? Ik heb al gezegd dat ik hem leuk vind, ik heb hem geappt. Maar hij gelooft me gewoon niet. Je hebt echt nog niet alles geprobeerd, hoor. Wat dan? Zingen. Een liedje zingen. Je zegt zelf wel eens dat je het best kan beschrijven hoe je voelt in een liedje. Dus als je dat voor hem doet, dan... Ja, maar wat nou als hij het niet leuk vindt? Of hij loopt weg, dan sta ik daar. Wat nou als hij het super romantisch vindt en in je armen valt? Dan wil ik eigenlijk meteen beginnen met de muzikale opening van de les.
In the morning when I wake and the sun is coming through. Na muziekles lijkt Leon opeens verdwenen. Teleurgesteld gaat Tirza ook maar naar huis. Hey. Wat doe jij hier? Even opwachten. Ja, even over dat liedje. Ik wilde gewoon heel graag zeggen dat ik je leuk vind. Nou ja, zingen. Maar ik had echt heel vaak gezegd en je geloofde me gewoon niet, dus... Nou ja, je bent in ieder geval geen opgever, dus dat is... Nou, meestal wel eigenlijk. Bij bijna alles. Behalve als ik iets echt heel belangrijk vind, dan niet. Midden in de klas een liedje voor me zingen, dat geeft toch wel weg dat je me echt heel leuk vindt. Ja, weet je wel. Ook al moet ik zeggen dat alles wat je zong een beetje langs me ging... Ik was echt heel verbaasd. Dat zag ik, ja. Ik kan dan wel nog een keer zingen. Misschien straks. Ik wil eerst nog wat anders doen eigenlijk. ...64, 65, 66, 67. Ja, man. Je telt net zo slecht als je voetbalt. Hoe bedoel je, goos? Oh. Kijk even uit! Noor en ik deden al de hele week een wedstrijdje hoog houden. En het record stond op 62. Mijn record. En Noor kon daar niet zo goed tegen. Mijn moeder is vanavond weg, want ze gaat logeren bij haar vriendin. Ben je dan helemaal alleen thuis? Ja, ja, ja. Behalve als jij kunt logeren. Want dan kan je de hele dag nog en de hele nacht aan je record. Beetje oefenen? Niks zeggen. Gijs, als jij straks thuis komt, dan ben ik er waarschijnlijk gewoon nog. Maar mocht ik er nou niet meer zijn, dan ligt het avondeten voor jou in de koelkast. Ja? Waarom heb je niet tegen je moeder gezegd dat ik bij je logeer? Ja, het mag vast wel, maar volgens mij vertrouwt ze ons niet echt met z'n tweeën. Wil je chips? Paprika. Ah, lekker, man. Bro, echt lijp dat je het hele huis voor jezelf hebt gehouden. Ja, man. Echt heel chill. Zullen we alvast gaan kijken wat we gaan eten? Ik kan. Even de deur open laten, want... Hoezo? Wat dan? Anders gaat dit niet meer open, man. Bro, hoe bedoel je? Mijn telefoon ligt binnen. Ja, die van mij ook. Bro. Oh, goed. Ja, het moest wel. Wat, serieus? Noori. Ja, kijk. Ik wil gewoon niet de hele nacht alleen zijn, snap je? Dit is de eerste keer en ik vind het nog wel een beetje... eng. Noori is blij dat hij is blijven slapen. Ze hebben gegamed en tot diep in de nacht over van alles en nog wat gepraat. Ze zijn toch allebei weer vroeg op. Hè? En wat doe jij hier nou al zo vroeg? Noori is komen logeren. Waarom heb je niet gewoon verteld dat hij hier kwam logeren? Nou, omdat je waarschijnlijk zo zou reageren zoals je nu doet. Ja, en omdat ik wist dat jij weer zo onvolwassen zou zijn. Ik wilde gewoon dat Noori bleef slapen omdat ik niet de hele nacht alleen wilde zijn. Misschien ben ik toch niet zo volwassen als je dacht. Het is zondag en Maaike is al het hele weekend druk bezig geweest met het voorbereiden van de Franse presentatie die ze morgen moet geven. Ik heb even je hulp nodig. Ik kan je hulp ook wel even gebruiken. Er moeten nog een heleboel dozen van boven naar de kringloop. Ja, maar daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik ben namelijk bezig met mijn Frans presentatie en ik heb allemaal vragen, zeg maar, dingen die ik niet snap. Nou, ik kan je niet helpen, want vanavond komen Ida en Thomas en ik moet nog koken. Dus je zult het nu gewoon even helemaal zelf moeten doen. Even, la presentation. Wie waren er ook alweer aan de beurt nog voor een presentatie? Jij, Maaike, jij en jij, oké? Okay. Jij ook? Maaike, zou jij dan willen beginnen met je presentatie? Ja. Yes. Wat ik het meest... La scène... Jongens, even. Ik had dit weekend zo goed geleerd om alle woordjes in het Frans te doen. Dat ik gewoon de Nederlandse woorden ervan ben vergeten. Dat is raar. En dat ik ook gewoon de enige ben die de opdracht verkeerd heeft begrepen. Dat weet je toch niet? Misschien ben je helemaal niet de enige. Je was helemaal de eerste, hè? Er zijn misschien nog meer. En die zijn nu blij dat ze niet de eerste waren. Maar ik denk echt dat je gewoon naar huis moet gaan. Ik kan anders wel meegaan. Ik dacht dat je niet meer thuis kwam. Ik heb je 25 keer gebeld. Nou, zeg maar gerust 40. Kom hier liggen. Hé, ik heb volgens mij iets helemaal verkeerd aangepakt. Wat is er nou toch gebeurd? Ik weet niet.
Kom even rustig zitten. Kun jij niet met die Volmers gaan praten? He? Hij kan er toch voor zorgen dat je dan voortaan geen les meer hoeft te geven aan Meike. Maar kan ik dan wel nog les van u krijgen? Ja, of mijn huiswerk voor Frans dan hier komen maken? Het is zondagmiddag en Romy heeft afgesproken met haar ex-vriendje Walt. Die gisteren opeens appte dat hij haar wil zien. Wat was dat? Het gaat je eigenlijk niks aan. Dus je bent nog boos? Ja, je hebt zeg maar niks meer laten horen. Ik had 2 weken niks van hem gehoord. En toen appte hij ineens van, hey, zullen we even meeten? Nou, ik was wel benieuwd natuurlijk. Dus ik was ervan, oké. Maar ik snap het gewoon niet. Ik had een vriendin niet voor. Maar dat is nu uit hoor. Echt. Ik vond het ook wel weer lief van hem dat hij zijn ex niet wilde kwetsen toen hij daarover aan het vertellen was. Dus ik begon hem wel weer een klein beetje te vergeven. Ik heb echt spijt van wat ik heb gedaan en het was echt niet fake. Echt niet. Ik app je nog wel, oké? Ja. Nou, wel echt bizar trouwens van dat vriendinnetje. Ex-vriendinnetje, ja. Oké, maar wat is er eigenlijk precies gebeurd? Ja, ze stalkte hem gewoon. Maar waarom koos hij er dan voor om jou niet meer te appen? Gewoon omdat hij het zielig vond voor haar. Maar hij vond haar toch super irritant? Ja, weet ik veel. Wil je alles weten soms? Wil je ook weten welke nagellak ze op heeft elke dag of zo? Echt. Walt? Ja, dat ben ik, ja. Ah, ik ben Meike. Een vriendin van Romy. Oh, oké. Leuk. Ja. Dus je vindt je ex niet meer leuk? Hé, hey, luister dan. Dit zijn niet jouw zaken, ja? Ik heb echt wel door waar je mee bezig bent. Wat heb jij gezegd? Heb jij gezegd dat ze dit aan mij moet vragen of zo? Nee. Ik wilde lol hebben met Romy. Wist ik veel dat je zo moeilijk ging doen. En dat dit kind er ook nog eens bij. Zoveel gezeik ben je ook weer niet waard. Dus het was allemaal niet waar wat je zei dat je me zo leuk vond en zo? Ja, ik bedoel, mijn ex die begon vaag te doen. En ik dacht, Romy, ja, lekker makkelijk. Nou, niet dus. Wat heb ik erop, loser? Tirza heeft al een tijdje verkering met Leon en het gaat behoorlijk perfect. Al kunnen ze niet iedere les naast elkaar zitten, wat het kletsen wel een beetje lastig maakt. Namelijk de middeleeuwen. Mijn moeder vroeg of je zaterdagavond kan blijven eten. Oh ja? Superleuk natuurlijk dat Leon het aan me vroeg. Je vraagt alleen een vriendinnetje om je ouders te ontmoeten als je echt heel serieus over haar bent. Nou, ik zou heel graag willen komen, maar... Ze wil graag weten wat ze moet meenemen. Ja, behalve honger natuurlijk. Ze heeft altijd het gevoel dat ze iets moet meenemen. Waar sloeg dat net op? Ik probeerde je alleen maar te helpen. Door me naar een vleesfestijn te sturen? Omdat Haley verkering heeft gehad met Nouri, denkt ze ineens dat ze een soort verkeringsexpert is. Maar als ze echt een expert was, dan was ze denk ik niet uitgegaan tussen haar en Nouri. Nog even over dat steengillen. Ja. Het is echt super stom, maar ik bedacht me dus net ineens dat mijn oma de verjaardag viert zaterdag. Oh. Die verjaardag is altijd zo saai. Zit je maar in zo'n kring. Lisa, waarom lieg je? Ben je niet mee zaterdag? Mijn ouders zijn echt heel chill, hè? Die vinden jou echt leuk. Weet ik zeker. Dat kan ik nu al zeggen. Of vind je het allemaal te snel gaan of zo? Nee, dat is het niet. Ik kan gewoon niet komen omdat... Niet omdat ik het niet wil. Maar ik eet geen vlees. Ik ben vegetariër. Waarom zei je dat niet gewoon eerder? Ik was bang dat je het stom zou vinden. Dus jij houdt super erg van vlees en je familie ook en... Kom op, hé. Je moet je niet gewoon niet zo stressen. Ik hou gewoon wat vegaburgers en het wordt hartstikke gezellig, weet ik zeker. Dat vind ik lief. Komkommer, tomaat en een pakje crackertjes. Ja? Is je moeder vergeet de boodschappen te doen of zo? Nee. Vanaf vandaag ben ik vegan. Moet je nou wel zo streng zijn voor jezelf? Ik ben helemaal niet zo streng voor mezelf. Ik word gewoon misselijk van het idee dat die beesten gewoon vermoord worden en nu daar liggen. Dat mensen letterlijk stukken huid dragen, alles. Oh, en ik ga niet met je zoenen als je net melk hebt gedronken. Oh, ja, dat snap ik wel. Maar ik wil je wel bedanken, want door jou weet ik hoe de wereld echt aan elkaar zit. De science les zit er bijna op. Maar voordat de leerlingen zich op hun lunch kunnen storten, heeft meneer Volmers nog een belangrijke mededeling. Nou, vanaf nu is het niet langer toegestaan om met meer dan 2 personen de supermarkt in te gaan hier in de buurt. Die beveiliger stond sinds deze week in de supermarkt. En het enige wat hij deed, was de hele tijd super streng rondkijken. En daardoor ging iedereen zich juist onveilig voelen. Hij was het. Wat was ik? Waar was je in de pauze?
Karel heeft iemand met een hoodie gezien die aan het stelen was. Ik was gewoon hier. Maar was je de hele pauze hier? Nou, loop maar even mee naar mijn kantoor, dan kunnen we het rustig over. Hoezo? Nu! Ik ga echt niet boeten voor dit. Voor iets wat ik niet gedaan heb. Rudy had wel gelijk. Altijd als hij de supermarkt naar binnen gaat, wordt hij altijd in de gaten gehouden. Net als Tarkan en Saber. Maar ik dus nooit. Slaat toch nergens op? Dat is hem, dat is hem. Ik weet een plan. Kom, kom. Meneer Vormers, ik heb een line-up georganiseerd met de mogelijke daders. En dan mag Karel aanwijzen wie volgens hem de dader is. Ik weet niet of dit nou zo'n goed idee is, maar... Oké, okay. Ja, zeg maar, wie denkt u dat de dader is? Moet ik het nou weer gaan aanwijzen? Ik blijf niet aan de gang. Nee, de leerlingen hebben dit voor ons georganiseerd. Ik denk dat het goed is om daarop in te gaan. Even kijken kan geen kwaad, hè? Als Karel me weer aan zou wijzen, dan zou echt iedereen denken dat ik schuldig ben. Ze lijken allemaal op elkaar. Ja, hoe heeft hij dan de dader kunnen herkennen? Met die line-up hadden bewezen dat Karel echt geen idee had wie de dief was. Ja, en dus kon hij me niet meer beschuldigen. Jongens, bedankt. Loopt u maar even mee. Na een kop thee over haar broek is Romy vanmiddag de les uitgestuurd. En dan komt ze met haar natte broek ook nog eens Vinnie tegen, die ze ooit helemaal leuk vond en met wie ze toen gezoend heeft. Ik weet nooit zo goed hoe ik tegen Vinnie moet doen. Ik bedoel, hij is niet echt een ex, maar we hebben dus wel gezoend op het kerstgala. Dus ja, dan ben je niet meer niks van elkaar. We gaan met z'n allen naar het winkelcentrum. Ga je mee? Nee, ik kan niet. Ik moet op school blijven. Ik moet het science-lokaal schoonmaken, want ik heb straf. Dat gaat hem niet meer worden. Dat juist Vinnie degene was die me zag klooien met die fiets, was al extra bewijs dat vandaag echt alles tegen zat. Ik kwam dus bij mijn fiets en er stond er opeens een ander slot op. Wat? Ja, en mijn telefoon was leeg, dus ik kon helemaal nergens heen. En ja, toen was Vinnie daar ineens. Wat? Wat deed hij daar? Ja, geen idee, maar ik was al lang blij dat er iemand was die kon helpen. Nou, iemand had die fiets van Romy op slot gezet. Ja. Wel toevallig dat jij dan precies was om haar te redden. Het wel je mond dicht, hè? We zijn wel vrienden. Ja, ik vraag je toch ook als vriend. Ik bedoel dat Romy en ik goede vrienden zijn. Oh. Maar wij toch ook? Oh ja. Kijk, Romy is gewoon echt heel leuk. En het was misschien een beetje een onhandige move. Maar het heeft echt gewerkt. We hebben echt goed gepraat. Oké, okay, ik hou mijn bek wel tegen Romy, hè? Maar dan moet je beloven dat je haar fiets echt goed fixt. Echt lief dat je slot openmaakt. Nee, het is oké. Nou, het is wel meer dan oké, hoor. Ik had echt niet gehoeven. Ik heb vaker sloten opengemaakt. Ja, dan nog. Hé, maar hoe laat ga je naar huis? Hoezo? Wil je samen fietsen of zo? Nou, ik vroeg me eigenlijk af of je kon gaan. Vind jij leuk of zo? Fijn, smoot. Gaat wel actie ondernemen, hè? Ik wil resultaten zien. Zuigstoeletje in de nek of zo. Komt goed. Maar Ja, oké, ik ga wel. Top, dankjewel. Het is woensdagochtend en het tweede uur is net begonnen. Iedereen zit in de les, behalve Maaike. Ho, 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 ho. Waar ga jij naartoe? Ik ga... Heb jij tussenuur of zo? Het is niet de bedoeling dat je dan in het winkelcentrum gaat hangen, hè? Ik heb helemaal geen tussenuur. Oh, je hebt geen tussenuur? Ben je aan het spijbelen dan? Nee, nee. Nee, je had alleen het eerste uur les en nu heb je de rest van de dag vrij. Ik heb een afspraak. Een paar uur later is Maaike terug van de psycholoog. Net op tijd voor de grote pauze en om haar ronde als pestpolitie te maken. Waar ze gelukkig nog steeds bij zit. Ja, oké, maar nu moet je wel oppassen, want ik wil het nog niet verstaan. Ben ik dan echt zo anders dan de rest? Nou, raar bedoelen ze vast. Maaike, jij had nog een vraag? Oh, ja, ja, wacht. Wacht. Maar waarom vermoorden de Senaat Caesar? Ik haat het als het zo druk is. Iedereen roept en schreeuwt. Het lijkt alsof mijn hoofd ontploft of zo. Hé, hey, Maaike, wat doe jij hier? Nou, ik had namelijk nog een paar vragen voor het proefwerk. Oké, maar waarom heb je die dan niet in de les gesteld? Nou, het was gewoon zo druk in de les. En alles ging door elkaar. En ja, ik, ik, ik,
ik hield het gewoon niet meer bij. Het was ook wel een hele chaotische les. Maar misschien moet je dan toch kijken of je wat brutaler kan zijn. Dat zijn de anderen ook. Ja, ik kan er ook trouwens niet echt zo heel veel aan doen. Want mijn psycholoog die zegt dat ik ADHD heb en zo. Dus dat ik me slecht kan concentreren. Ik wil gewoon niet zomaar iets doen. En al helemaal niet iets zoals medicijnen nemen. Ik wil gewoon eerst weten of het nodig is. En? Wat denk je? Ik weet het niet. Tada! Ja, mensen, Maaike hier die heeft een 8,5. En daarmee ook gelijk het allerhoogste cijfer van de klas. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Vandaag is Precious jarig. En het is extra gezellig, want haar nichtje Tiara logeert een tijdje bij haar. In de gloria. Jubberepiep, hoera! Weet u al hoe we het zaterdag gaan vieren? Vieren met wie? Familie en vrienden. Nog even over mijn feestje. Ik denk eigenlijk dat ik dit jaar liever alleen vrienden doe. Ja? Geen familie. Oké. Okay. Ja, is goed. Ja? Zaterdag is dus mijn feestje. Ik weet alleen nog niet wie ik ga uitnodigen en wat ik precies wil doen. Oh, ik ben wel goed in ideeën bedenken. Ja, dat heb ik gemerkt. Wat wil jij liever doen? Ik denk nog even over na wil denken. Oké, wat lijkt jou leuker? Paintballen of een beautydag? Ik vind het gewoon lastig. De meiden willen duidelijk dat ik één van de twee een idee kies. En ik wil gewoon niemand ermee kwetsen. Nu kiezen. Paintballen? Zie je wel. Zo moeilijk is het toch niet? Nou, ik heb dus nagedacht. Ik denk toch dat ik paintballen wat leuker vind. Yes. Oké, ik heb er zin in. Ik wil het wel wat aparter maken, iets meer precious. Ik weet niet of je paintball echt veel aparter kunt maken. Het is toch gewoon schieten. Ik vind het echt zo kinderachtig van jou. Je vindt het gewoon niet leuk dat ze niet jouw idee heeft gekozen. Maar dat betekent niet dat je mijn idee kan gaan afkraken. Ja, prima dat jullie paintball leuk vinden. Ik vind het gewoon minder. Weet je wat? Als je het toch allemaal zo stom vindt, moet je misschien gewoon niet komen. Het is Valentijnsdag. Een dag die de anders zo romantische Romy dit keer zo snel mogelijk voorbij wil laten gaan. Want ze heeft sinds kort besloten dat ze nooit meer een vriendje wil. Klop, klop voor mij. Mag ik bij jullie? Ik bedoel, jij bent super creatief. En jij is super romantisch, dus... Ja, prima. Wij zijn al met z'n tweeën. Het mag vervolgens met z'n drieën, dus... Vinnie heeft mij gevraagd of ik jou kon vragen of jij hem nog steeds leuk vindt. Wat? Maar ik vind hem niet meer leuk. En ik weet niet hoor, het zou kunnen dat hij je verkering zou vragen. Wat zou je dan zeggen? Wat? Loop je even mee? Ja. Ik geloof gewoon niet dat je klaar met me bent. Ik zie het gewoon niet naar me kijken. Ja, dan zie je dat verkeerd. Sorry, ik ben gewoon helemaal over je heen. Kijk, ik voel gewoon dat er meer tussen ons is. Ja, als ik jou was, zou ik mijn energie echt ergens anders in steken. Zoals in die opdracht van Nederlands of zo. De volgende dag is Romy vastberaden Vinnie van zich af te schudden... nadat ze de avond ervoor een flinke hoeveelheid appjes van hem heeft gehad. Het is goed dat we weer samen les hebben, want... gisteren heeft hij dus de hele avond zitten appen. Ja, terwijl ik toch duidelijk had gezegd dat ik niks meer voor hem voel. Zou je een tijdje willen doen alsof je mijn vriendje bent? Wat? Vinnie heeft mij geslagen, ziet u? En ik had niet eens de kans om terug te slaan, omdat die jongen me alweer vast had gepakt. Ja, het is vervelend voor hem dat ik nu verkering heb met Romy, zijn ex. Alleen, het is zijn eigen schuld. Door hem moest ik gewoon veel met Romy praten, ging veel met haar om. En ja, toen werden we gewoon verliefd. Daar kun je niks aan doen. Vinnie heeft Romy zelf laten gaan. En je kunt iemand niet dwingen om verkering met je te nemen, toch? Nee, wat dat dwingen betreft heb je sowieso gelijk. Nou, deze les gaat over de VOC. Ik heb hiervoor een filmpje klaargezet. Even kijken waar die is. Maaike zit in de geschiedenisles van mevrouw Aafting, waar iemand een vrede grap heeft uitgehaald. Wat genant! Zet uit! Ja. Zet uit! Ja. Oh, wat genant. Ja, man. Sorry Marit. Sorry, Luca. Ik wilde ook verliefd worden. Dag. En zoenen leuk vinden. Net zoals de rest. Dus
ik besloot maar ook te gaan zoenen. In de hoop dat ik zoenen ook lekker zou vinden. En dat ik die gevoelens ga krijgen die iedereen heeft. Ja, jullie. Als je niet kan voetballen, dan ga je gewoon daar voetballen. Dan heeft niemand er last van. Let even op, joh. Ben ik onzichtbaar? Ik weet niet waar jij op uit bent. Maar als het straf is, dan heb je hem te pakken, hè, dame? Na het laatste uur kom je je bij mij melden. Duidelijk? Ja. Ik hoopte dat de jong snel weg zou gaan. Want dan kon ik beginnen met flirten. Deed het pijn? Wat? Toen jij het helemaal viel. Wat? Ben je serieus? Ja. Oké, ik ben aan de wc. Als hij niet wilde dat ik achter hem aankwam, had hij ook niet gezegd waar hij naartoe ging. Het was dus een signaal. Oké, ik dacht dus, dit is het moment. Ik heb alle signalen opgepakt en nu was het tijd voor het hoofdstuk initiatief nemen. Hey. Wat doe je? Nou, waarom kom je hier in deze jongens-wc? Wat kom je doen? Ga weg. Wat doe je? Doe gewoon even mee. Mee? Waarom zou ik meedoen? Stop! Stop! Hey! Ben jij helemaal gek geworden, joh? Dat doen we hier dus niet, hè? Dit is onacceptabel wat jij doet. Een paar dagen geleden was Precious jarig. Dit weekend geeft ze een feestje voor vriendinnen. Maar of al haar vriendinnen erbij gaan zijn, is nog de vraag. Let nou even op. Ja, schat. Vraag Romy anders even. Dat gaat dus niet. Want met Romy heb ik ruzie, weet je nog? En Tirsa die heeft een hele andere smaak dan ik. Romy wilde echt supergraag haar idee voor mijn feestje doorduwen. En toen ik toch voor Tirsa's idee koos, toen was ze helemaal beledigd. Ik zou er gewoon even contacten als ik jou was. Ja? Ja. Hey. Hi. Nog een keer sorry, hè? Maakt niet uit. Ja, ik en Romy hebben het bijgelegd, dus is er morgen ook gewoon bij. Oh, fijn. Ik vroeg me wel meteen af of Romy nog sorry ging zeggen tegen mij. Want ze deed tegen mij ook echt onaardig. Wat heb ik jou ooit aangedaan? Nou, dat weet je prima, hoop ik. Als ik zou weten, waarom zou ik het dan vragen? Nou, omdat je wilt doen alsof je het niet weet. Je doet het maar alsof je alles goed bedoelt, maar ja. Ondertussen zit je gewoon te mengen in mijn vriendschap. Hallo, gaan jullie lekker? Ja, ik snap gewoon niet wat Tirsa tegen mij heeft. En ik snap niet dat jij tegen mij hebt, want jij gaat ineens helemaal Hallo, met Precious. Of jullie lopen te ruzien over mijn feest, over cadeautjes. Hier. Bedankt. Hoeft allemaal niet meer. Ja, ik weet niet wie wat doet, maar jullie lossen dit maar op. Voordat Precious echt een rotfeestje heeft zometeen. Oh, die heeft ze nu al, hè? Bedankt, meiden. Maar ik denk, gaat echt flippen. Yeah. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Nouri, Saber en Rick spelen al de hele week een nieuwe game op hun telefoons. En daar gaan ze helemaal in op. Snel gaan zitten, we hebben een hoop bloem. Hey bro. Wat is dat? Jongens, doe die telefoon weg. Zak terug. Pak hem via die rechter. Zijn jullie doof of zo? Pak hem via die rechter. 6 dagen speelden we dat spel en 6 dagen werden we door Rick aflarder geschoten. En ik en Saber hadden hem eindelijk te pakken en toen van Volmes. Wat doe jij dan? Zo doe je? Saber, jongen, nu. Nouri, je kent de regels aangaande telefoons in de klas, hè? Ik hoorde u niet, ik doe hem gewoon in mijn tas. Ja, kom hier. Het is niet de eerste keer dat je hem in de klas hebt. Na het 6 uur kun je hem ophalen. Oké, weet je wat? Ik ga het doen. Ik ga die telefoon terugstelen, maar niet in mijn eentje. En als ik gepakt word, lap ik er gewoon bij, ja? 100. Deal? Sterre. Ik moet nog heel even iets met mevrouw Manohua bespreken. Lois? Gewicht. Hey, het gaat makkelijker dan. Zijvak. Volgens mij niet. Deze actie. Ik kan hem niet vinden. Ja, pak hem dan, jongens. Hebben ze. Snel.
Wat kan ik voor jullie betekenen? Ik hoop dat je voortaan je telefoon in je broekzak wil houden. Hè? Want als ik hem nog een keer moet innemen, dan moet je een paar dagen zonder je spelletje. Ja. Hoeveel heb je voor die telefoon betaald? Dat was een tijdje terug. Ik weet het niet meer echt. Ongeveer 250 euro. Tirza, Gijs en Nouri zijn op uitwisselingsreis naar Valencia. En mevrouw Steenkamp is mee als begeleider. Hey, we zijn dus gewoon aangekomen na een super lange reis. Maar we zijn in Valencia. En je ziet al allemaal palmbomen. Dat is natuurlijk wel beter dan die bomen bij ons. Oh, en een fontein, kijk daarachter. Nou, ik ruik volgens mij de zee ook al. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet via een filmpje sturen. Het liefst had ik Leon meegenomen op deze reis. Maar ja, dan moet ik het maar op een andere manier met hem delen. Zodat we toch een beetje samen zijn. De volgende ochtend gaat de groep kennis maken op de Spaanse uitwisselingsschool. Can he talk English? No, I can't. Voy a hablar en castellano, ¿sí? Muy bien. We have to do the activities on the folder with the Spanish girl. So you... Je moet wisselen. Met wie? Ja, met deze jongen, tweetal. Oh. Is dit serieus? Moeten we echt schoolwerk gaan doen nu? Dan kunnen we net zo goed in Nederland blijven, toch? Even serieus, wat is dit? Nee, maar aubergines en champignons, ik lust dat gewoon niet. Kun je niet voor één keer gewoon onbekende dingen gaan eten? Het eten hier is echt lekker in Spanje, heb ik gehoord. Doe gewoon. Maar dat is toch niet hoe het werkt? Ik kan niet in een paar dagen tijd ineens mijn hele smaak omgooien en alles lekker vinden. Oké. Ik ga gewoon voor de pollo, als je het niet eigenlijk meer hebt. Er zit hier gewoon niks bij voor mij. Allemaal onbekende gerechten. Was dat jouw maag? Ja, ik heb eigenlijk best wel honger. Ik was blij dat we op het strand lagen. Doordat ik niks had gegeten, was ik echt mega gaar. Alweer ziet Tirza geen enkel herkenbaar gerecht op de kaart staan. Of iets wat ze lust. Zo, dat ziet er goed uit. Ik ga er ineens een foto van maken, want niemand hier jaloers van wordt. Dat is lekker, hè, broodje? Wat zit er weer gewoon? Dan zit je weer op je telefoon. We zitten in Valencia, we zitten niet in Nederland. Dat is toch hartstikke zonde? Ik was alleen even aan het bellen. Nee, ik vind het asociaal wat je doet. Komt nu gewoon met ons mee en je gaat gezellig bij ons zitten. En deze die hou ik wel even. Die krijg jij morgenochtend pas terug. Nee? Ja. Nee, maar dat kan niet. Ja, dat kan wel. Nee, want in de avond dan ben ik altijd met Leon. En als ik dat dan niet doe, dan denkt hij misschien dat er iets ergs is gebeurd of zo. Of dat ik misschien een vriendje heb of zo. Wat is er aan de hand? Gaat het goed? Gaat het? Gijs is gisteren met Tirza en Nouri in Valencia aangekomen, want ze zijn op uitwisselingsreis naar een Spaanse school. De lessen beginnen vandaag laat, dus de ochtend besteden ze aan het verkennen van de stad. Maar je hebt amper wat gegeten vanochtend, Tirza. Ik had fruit op. Maar verder zat er gewoon niet echt wat tussen voor mij. Het was allemaal onbekend of er zat vlees in. En ze hadden geen nagels. Een ijsje. Ik ben echt wel blij hoor, want ik ben nog nooit in Spanje geweest. Het enige jammer is alleen dat ze hier zo vies eten hebben. En dat die twee gasten zo vermoeiend zijn. En dat ik Leon mee ga mis. Hola. Hola. Todo oké? Sí, yes. Señorita. Qué guapa tú eres. Thanks. Hi. Wat hebben zij het nou weer gezellig? Ze spreken niet eens op elkaars taal. Dat is niet waar. Ze spreken toch allebei de taal? Van de liefde. Noor en ik dachten erover dat het dan leuk was als we een local meenemen. Ik heb voor morgen al een wandeling ingepland. Oké. Okay. Waar is Fernando? Hè? Had het toch al moeten zijn? Oh, er staat dat de les is uitgevallen. Dus dat we hier nu voor niks zitten. Maar ze weet iemand die mee kan wandelen morgen. Dat is wel gezellig, toch? Ja, is goed. Nou, jongens. Ja. Manuel vindt me helaas niet leuk. Dacht je dat echt? En weet je hoe ik dat weet? Nou, vertel. Hij is verliefd op Lola. Kijk dan. Concurrentie, jou? Shit. Nouri, Gijs en Tirza zijn met mevrouw Steenkamp op uitwisselingsreis in Spanje. En vandaag maken ze met twee Spaanse klasgenoten een lange wandeling in een natuurgebied net buiten Valencia. Vogel, schrikker. Vogel is schrik. Wat? Nou, vogel. Oké, zeg first vogel. Tem, verschrikker. Verschrikker. Oké. Okay. Onze buitenlandreis is echt sick. Komt misschien ook door onze uitwisselingsstudent Lola. Oh, ik heb geen bereik. Somos perdido?
verdwaald? No, 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 Perido, no, no. We are, nou, wel een beetje. No, we are here, we are here. No, 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 it's good. That's good. En ik ken deze weg. Ik denk gewoon, ja, we hebben een omweg gemaakt of zo. Dus, of we zijn te snel gelopen. Dus ik denk gewoon, we moeten teruglopen. Dat is het. Ik ken het. Maar na 2 uur hebben ze de parkeerplaats nog steeds niet gevonden. En beseffen ze dat ze toch echt verdwaald zijn. Laten we gewoon gaan. Oh, jongens, het is echt heel oud. Wacht even. Denk je dat het gebroken is? Ik ben verzwikt of zo. Ja, wat moeten we nu doen dan? Moeten we hulp gaan zoeken of zo? We get help? It's Manuel. Manuel? Muy bien. ¿Has encontrado el parking? ¿Dónde estabas? No, el parking no lo he encontrado, pero hay un arroyo de agua allí. ¿Agua? Agua. ¿Y el parking? No sé dónde está el parking. Bueno, vamos a decirles eso, que es una buena idea. Gifón, agua. Water. Oh. Dat is tenminste iets, toch? En de parking? No. No, no, no. No puedes hacer fuego aquí. ¿Qué, qué, qué? No puedes hacer fuego. No! Fire! Vas a crear un incendio. ¿Qué forest? No puedes incendiarlo. You're crazy. Ja, hij zegt dat je geen vuur mag maken in een bos. Domme. Estás usando una piedra para hacer fuego. Con esto no vas a hacer pregunta con esto. Maak een vuur, man. Met je vuursteen. Sorry. Sorry. Het was een spannende en onrustige nacht in het bos voor Tirza en haar klasgenoten. Maar hij zit erop en dit geeft ze weer wat positieve energie. De meeste dan. Wacht. Tirza. Jongens, waar is Tirza? Willen jullie even gaan kijken waar ze is? Ja. Ja, en dan niet zo gaan kijken dat je verdwaalt, maar gewoon in de buurt. Oké, komt goed. Ja. Stel je voor, ze is hier vanaf gevallen? Nee, joh. En ze ligt bewusteloos daar? Echt niet. Ze komt vast wel weer boven. En? Nee. Hoe kan ze dit nou doen? Ik heb net nog, dat hoorde je toch, ik heb net nog gezegd dat ze hier moest blijven. Weet je wat, laat maar, we gaan wel met z'n allen kijken. Weet je het zeker? Ja, het zou wel moeten, hè? Fernando! Tirza! ¿Qué pasa? Tirza! Jeetje, waar was jij? Heb je bereik? Nee. Fernando! Fernando! Lola! Hé, hey, ben je hem net tegengekomen? Ja. Hé. Hey. Ziet er al een stuk beter uit. Ja. Nou, hij is ook verzwikt, maar... het was steeds een beetje beter, dus dat is wel fijn. Hé, hey, hoe is het met jou? Ik doe even een rondje. Die jongens die liggen volgens mij al te tukken, want die hoor ik niet. Ja, gaat wel goed. Ja? Ik vond het wel fijn om weer even met Leon te kunnen bellen. Je hebt het wel te pakken, hè? Nou, dat vond ik eigenlijk wel het ergste. Dat niet connected zijn. Gewoon met Leon, maar ook met Haley en Precious. Dat je gewoon niet weet wat iedereen aan het doen is. Gijs, Tirza en Nouri zijn samen met mevrouw Steenkamp in Valencia, waar ze op uitwisselingsreis zijn bij een Spaanse zusterschool van het Prinses Irene College. Vandaag is de laatste dag. Oké, jongens, jullie worden om 3 uur opgehaald. Dus ik wil dat jullie dan ook echt om 3 uur bij de ingang staan. Ja, man, we zijn geen 8 meer. We redden ons wel. Ja, nou, maakt niet uit hoe oud jullie zijn. Jullie zijn mijn verantwoordelijkheid. Dus ik zou het fijn vinden als jullie gewoon allemaal daar zouden staan. Weet je dat je straks over 1 uur weer zit met trilhandjes van... Ik wil wifi. Jullie zouden dat eens moeten proberen. Jullie kunnen dat nooit. Huh? Echt wel. Echt wel. Ja, laat zien dan. Oké, is goed. Mijn best. Kijk, kom met je telefoon. Ik leg ze wel even bij de receptie. Tss, ik niet kunnen. Señorita, ¿cuánto tiempo? 1:15. Gracias. Het is dus 1:15, dus we moeten nu wel ongeveer weg. Oh nee, wacht. Mijn broek is zeiknat. Ik ga zo die stad niet inlopen. En we moeten pas om 3 uur terug zijn. Dus genoeg tijd. Ja, maar we moeten nu wel echt een beetje weggaan, want we moeten ook nog aan mensen gaan vragen waar we naartoe moeten. Ik had echt geen zin om te haasten. Het hele idee van deze dag was juist om te chillen. Maar ik had ook geen zin om te laat te komen, want dan zou mijn moeder helemaal gestrest worden. Oké, wacht. Laat me ook nog even zo drogen. Oké, 10 minuten dan, maar daarna loop je gewoon in je natte broek.
Tirza, Gijs en Noori lopen terug naar het hotel. Maar zonder telefoon is het niet zo makkelijk terug te vinden als ze dachten. Die man zei toch dat we weer naar links moesten? Ja, volgens mij wel. Maar op een gegeven moment deed hij wel een soort bochtje met zijn hand. Dus misschien bedoelde hij dat we moeten afslaan of zo. Dat had je ook eerder kunnen zeggen, hoor. Ja, ik kom er toch ook nu pas achter. Je had ook gewoon zelf even kunnen opletten. Ik weet niet, hoor. Maar zou je maar even heel snel willen terugbellen? Want ik snap hier dus helemaal niks van. Ik bel net met school. En zij zeggen dus dat jullie daar helemaal niet zijn aangekomen. En ik snap dat dus absoluut niet, want ik heb jullie zelf in die taxi gezet. Waar zijn jullie? Bel mij nu. Mevrouw Steenkamp vond dat ik minder mijn telefoon moet. Dus dat we nu alweer verdwaald zijn, is gewoon haar schuld. Do you know Blanco Torres? Sí, tato hasta 20 minutos aquí. Oké, zo... Hoeveel minutos? 20 minutos, más o menos. Zeker 20 minuten. Ik heb nu al blaren. Daar zijn jullie. Ja, wat waren jullie nou? Het was echt niet de bedoeling dat we zo laat zouden komen. Stop, ik heb niet goed gelezen en de trein die gaat al over een uur. Dus we moeten nu zo gaan. Kom, snel. Ja, ik doe het. Oh, moet ik snel doen? Ja. Na Tirza's toch wel heftige uitwisselingsreis naar Valencia is ze vandaag weer terug op haar eigen school, waar haar een warm welkom staat te wachten. Denkt ze. En? Kom een 11-jaar. Zoek je Leon? Ja. Ik had hem eigenlijk wel verwacht. Ik had Leon echt heel erg gemist. En hoewel ik het super fijn vond dat Haley me stond op te wachten, had ik toch liever mijn vriendje gezien. Ik ga hem even bellen. Ik denk dat hij gewoon in de bibliotheek zit, hoor. Daar zit hij al de hele week met Linda. Met Linda? Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel alleen dat ze vaak samen zijn en dat ze de hele tijd in de bibliotheek zitten. Niet dat ze achter de school met elkaar zitten te tongen. Weet je, ik denk dat je wat minder slechte dingen moet denken. Ze zaten helemaal achterin. Waar je alleen gaat zitten als je niet op wil vallen, zeg maar. En ze hadden het duidelijk echt superleuk samen. Nou ja, wat denk je dat ik dacht? Iedereen die een beetje gevoel heeft, zal geen vlees meer eten als ze weten hoe die dieren behandeld worden. Nou, ik ben vegetariër. Nou, dat vind ik nog steeds gevoelloos. Het is niet zo dat die dieren niet dood worden gemaakt voor leer of voor dingen waar andere dierlijke producten in zitten. Eigenlijk zei Linda dat ik geen gevoel had. Jullie hebben me overtuigd. Ik word ook vegan. Echt waar? Ja, wat jullie zeggen is waar. Als ik ook bij het werkstuk kan helpen, lijkt me ook wel leuk. Goed idee, ja. Toch? Is het lekker? Ja, als een vegan zou je wel weten dat je dit helemaal niet mag eten, toch? Alsof jij ooit hebt geloofd dat ik echt vegan was. Romy's klas is vandaag op excursie in een oud-Hollands dorpje onder leiding van mevrouw Aaftink. Een uitje waar de een meer van geniet dan de ander. Ik had echt best wel in deze tijd geboren willen worden. Lijkt me echt superleuk dat je zelf kleding maakt en zo. Oh, misschien kunnen we wel zo'n huisje in. Ik had me voorgenomen om niet meer aan Gijs te denken, want ik wil niet meer verliefd worden. Oh, zullen we even daar kijken? Kom. Wat is er aan de hand? Je loopt de hele tijd weg. Niks? Je bent verliefd. Oké, ik snap het wel. Hij is wel knap. En je kan goed met hem lachen. Ja, het maakt helemaal niet uit, want ik ga er toch niks mee doen. De vorige keren dat ik verkering kreeg, was ik gewoon zo teleurgesteld of zo. Ik weet niet, ik ben gewoon klaar met jongens. Even later is het tijd voor actie. Het spelen van oud-Hollandse spelletjes. Ondanks haar voornemen lukt het Romy niet om bij Gijs uit de buurt te blijven. We gaan een wedstrijdje steltlopen doen. Dus de steltlopers mogen allemaal hierheen komen. Laten we dat ding even weghalen. Ja. Ik had eigenlijk nog nooit met Gijs een opdracht gedaan. Maar het was echt alsof we al 100 keer hadden samengewerkt. Even later sneaken Romy en Stephanie ertussen uit en is het tijd voor een reality check. Denk je dat het kan? Het is gewoon open. Het is echt heel mooi. Ik vind het echt zo grappig hoe mensen hier gewoon leven, zonder internet en zo. Ja, ik ook wel eigenlijk. Kijk, dit is ook. Je moet zeker even afkoelen. Weet je wel? Van Gijs. Maar hoe bedoel je? Toen jullie dat spelletje deden. Het paste gewoon perfect. En toen jullie elkaar vastpakten, was echt heel cute. Zag je dat? Het was echt zo duidelijk, want iedereen het wel wist. Ja, behalve Gijs dan, maar je had niks door. Het leek echt alsof we gewoon
meant to be zijn of zo. Dat is toch juist leuk? Ik wil niks met Gijs, hij moet uit mijn hoofd. Ik vind het echt best wel inspirerend om te zien dat je helemaal niet zoveel nodig hebt om gewoon te kunnen leven. Nou, ik hou gewoon veel meer van gamen. Echt, als ik één dag niet game, voel ik me slecht. Het is toch wel een beetje raar? Als je één dag niet gamet en je dan helemaal gek voelt? Sinds wanneer ben jij opeens mijn moeder geworden? Nou, ik zou zelf best wel op het platteland willen wonen later. Nou, ik weet één ding zeker. Ik ga nooit in een dorp wonen waar helemaal niks te beleven valt. We waren eerst zo super in tune, zeg maar. En nu had ik echt zoiets van, wie ben jij? Ik stel voor dat ik mijn verslag zelf maak. Dat botst gewoon een beetje. Nou, lieve mensen, hebben jullie allemaal geplast? Ja, nou, ja, je zit zo meteen 3 kwartier in de bus, hè? Precious Klas gaat vandaag op excursie naar een militair museum. Iets waar Precious super veel zin in heeft. Ik vind het leger zo cool. Vooral mannen in pak. Kerels in uniform. Chill. Het hoeft toch niet per se kerels te zijn? We hebben Team Amerika en Team Russia. Alsjeblieft. En jij mag naar de overkant, naar Team Amerika. Pak aan. Ja, nu heb ik er echt geen zin meer in, hoor. Nu moeten we tegen elkaar. Hoe stom is dat? Oké, okay, als we nou niet als allemaal debielen op die knoppen gaan lopen rammen, misschien komt het dan goed. Hallo? Zet de knop om. Wat betekent dat? Welke knop? Welke knop? Ja, ik weet niet. Zijn die overal? Ja, ik zal het ook. Jongens, stil. Leon is hier echt supergoed in. Geen stress. We gaan het gewoon doen, oké? Die, daarin, ja. Oké, en? Ja! Oh, ik wist wel dat dit kon. Ik ken Sean eigenlijk helemaal niet zo goed, maar het leek net alsof we al 100 keer hadden samengewerkt. Ik was wel blij dat Precious het gezellig had met Sean, maar ik vond het wel echt jammer van die foto's. Dat was toch ons project? Wat een tof ding. Heel mooi. Zullen we nog een foto maken? Kom op, man. En ken je die challenge Kiss My Best Friend? Ja. Sean en ik zijn geen best friends. We zijn niet eens friends. Bovendien gaat het erom dat vrienden elkaar duidelijk maken dat ze meer dan vrienden willen zijn. Doen? Ja. De klas van Tirza is nog steeds op excursie in het museum met mevrouw De Jong als begeleider. Ik vond het wel leuk dat we naar het museum gingen. Vooral gewoon om lekker een dag vrij te zijn, samen met mijn vriendje en samen te chillen. Ik kom zo, ik beloof het. Ik bedoel, we zijn hier toch nooit. We zijn hier 1 keer. Kijk naar dit ding is toch gewoon sick. Maar ik snap ook niet wat je leuk vindt, al die leger- en voertuigspullen. Ja, daarom sta jij daar en zit ik nu hier. Leon, bro, kom snel. Oké, ik kom echt zo, ik beloof het. Hey, zullen we straks samen gaan? Ja, tuurlijk. Hey, maar ik wil het echt nog wel afmaken. Ik wil ook nog wel een drankje van morgen bij. Nee, bedankt. Er is helaas geen begeleiding vandaag aanwezig om jullie de stormloopbaan uit te leggen en het te leren hoe het moet allemaal. Maar het goede nieuws is dat ik zelf natuurlijk al heel wat stormloopbanen in de benen heb. En ik heb ook jarenlang bij de padvinders gezeten. Dus ik denk dat het helemaal goed komt, jongens. Ik ga het gewoon zelf begeleiden. Zal ik je dan maar feliciteren? Mooi tijd. Go for it! Go girl, yeah! Get around! De klas van Maaike heeft al een paar dagen allerlei excursies naar verschillende leerzame plekken. Hey, heel veel plezier vandaag. Ja. Waar ging je nou ook weer naartoe? Oh, weet het ook weer.
Ik spijbelde al een paar dagen. En elke dag zocht ik dus een beetje informatie op het internet over de excursie. Hè? Wat is dit nou? Mijn begeleider is ziek. Je begeleider is helemaal niet ziek. Dus jij bent nu 3 dagen aan het spijbelen? Maaike heeft een uur geprobeerd om uitjes te kiezen voor de komende dagen, zonder succes. Heb je nog niks kunnen kiezen? Nou, ik probeer het wel echt leuk te vinden, alleen het lukt me gewoon niet. En zeker niet als we naar een plek gaan buiten school en wat voor plek het dan is. Dan weet ik gewoon precies niet echt hoe ik erop moet reageren. En zometeen moet ik bijvoorbeeld naar de wc en dan kom ik weer terug en dan is ineens heel de klas weg. Ik wilde deze dingen allemaal niet tegen Abu Ab zeggen. Goed, ik zal je niet dwingen om vandaag naar de excursie te gaan. Dus ik stel voor om een virtuele tour te doen. En dan kan je daar een verslag over maken. Nou, het was echt een vet goed idee van Abu Ab. Hij heeft me gewoon een virtuele tour door het museum laten kijken. Het is echt zoveel beter dan door de gangen lopen met hysterische klasgenoten. Is er iets? Abu Ab belde mij net en hij gaf aan dat jij misschien wel een vorm van autisme zou kunnen hebben. Weet je wat het is? Nou, ik heb er wel eens een keertje van gehoord. Ik dacht, als er een woord bestaat voor hoe ik ben, dan ben ik vast niet de enige. Wat wel fijn is, want de laatste tijd voel ik me best wel alleen. Abu Ab stelde dus ook voor om, om je eventueel te laten testen. Zou je daarvoor openstaan? Ja hoor. Het gaat erom dat je gewoon meer inzicht krijgt over wie je bent en hoe je handelt in bepaalde situaties. En waarom ik anders ben. Ja, maar goed, iedereen is anders, dus hè? Nou, dan verbergen ze dat wel goed hoor. Ja, dat kun je inderdaad zo stellen, ja. Maaike heeft een tussenuur en terwijl de meeste klasgenoten naar het winkelcentrum gaan, maakt Maaike haar wiskundehuiswerk. We hebben de les uitgestuurd. Nee, ik heb een tussenuur omdat Frans is uitgevallen alweer. Ik was best verbaasd dat Kim bij me kwam zitten, want zo goed ken ik haar niet eens. En er was nog echt heel veel plek. Ja, leraren zijn echt stom. Bijvoorbeeld mijn mentor, meneer Abu Ab, die had dus mijn vaders gebeld. En toen ging hij helemaal tegen hem vertellen over dat ik een test moet doen op autisme of zo. Ja, ik vind eigenlijk niet dat het echt nodig is om me te laten testen erop. Want je hebt ook al zelf gezegd dat er geen geneesmiddel voor is en dat er ook geen medicijnen voor zijn. Dus dat vind ik eigenlijk een beetje, ja, onzin om dan mezelf te laten testen erop. Het antwoord is in ieder geval goed. Kan je me op het bord uitleggen? Oké, dan mag je een stilte dag op de gang gaan hebben. Je kan vertrekken. Eruit. Jij gedroeg je anders dan hoe je normaal gedraagt. U doet echt alsof u mij kent, maar u kent me helemaal niet. Nou, ik ken je in ieder geval wel goed genoeg om te vertellen dat jij je anders gedroeg dan normaal. Als je überhaupt dan al autisme hebt, dan zal het mild zijn. Je kan er prima mee leven, geloof mij nou maar. Nou, wat weet u daar nou weer van? Ik weet er aardig wat van. Ik heb zelf ook een milde vorm van autisme. Maar heeft u er dan geen last van? Nee, ik ben zelfs blij dat ik de diagnose heb gekregen. Want dat was een bevestiging voordat ik niet raar ben. Er zijn meerdere mensen zoals ik. Ik heb dat nog nooit aan u gemerkt. Nou, ik ben blij dat je stilte dag erop zit. Tijdens de CKV-les van Nouri en Gijs leveren sommige leerlingen vandaag hun werkstukken in. Precious heeft iets gemaakt wat alle aandacht trekt. Oh, wauw. Dat ziet er heel mooi uit. Ja? Ja. En ik denk sowieso dat ze dat alleen bij dingen doen die ze mooi vinden. En dit vinden ze sowieso mooi. Lief van je. Dat hoofd van Nouri. Hij wist niet waar hij kijken moest. Ja, ik snapte het wel. Precious is gewoon geweldig. We kunnen na de vergadering van de pestpolitie even langs die vuilnisbakken lopen om nog extra gebouwen te vinden of zo. Ja, ik denk dat ik gewoon ga stoppen met de pestpolitie. Hoezo? Vind je niet meer leuk? Kijk, het neemt gewoon veel tijd in beslag, ja? En aangezien mijn cijfers kan ik die nu veel beter besteden aan het leren. Ik heb gewoon moeite met mijn cijfers. Het gaat over mijn cijfers en ik vind het echt heel erg leuk bij de pestpolitie, ja? Maar ik wil gewoon mijn tijd besteden aan, ja... Besteden om je cijfers op te halen? Ja. Dus je wil stoppen bij de pestpolitie? Stoppen bij de pestpolitie.
Zoek jij zelf even een vervanging dan, voor jou? Hoort er een beetje bij, hè, bij de verantwoordelijkheid van de pestpolitie. Dat is toch geen probleem, neem ik aan? Ik was eigenlijk vooral blij dat die jongen mijn kop er niet aftrok. Ik vond eigenlijk alles goed. Wat heb je ervoor over dan? Zeg maar, je tas dragen, je lunch betalen. Van alles. Huiswerk. Huiswerk? Huiswerk? Hij doet 2 maanden lang met wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en mijn CKV-project. Hij doet het wel goed, hè? Want anders stelt het niet. Ik heb wel moeite met mijn eigen huiswerk. Moet ik die van jou ook gaan doen nu? Hallo? Dat is de deal. Neem hem of neem hem niet. Ik heb een vervanger gevonden, hè? Echt? Ja. Wie dan? Rody. Rody? Ja. Ik had hem ook eerst gevraagd om me te vervangen, hè? Echt? Maar hij wilde het alleen doen als ik zijn aardrijkskunde, wiskunde en Nederlands huiswerk zou maken. Ja, en hem helpen bij zijn CKV-project. Mevrouw de Jong heeft een vervanger voor je geregeld. Is gefixt? Ja, man. Let's go. Lekker gedacht, man. Eindelijk. Ja. Wie dan? Wie is het? Hey. Hey. Precious. Precious was het nieuwe lid. We hebben positieve getallen en we hebben negatieve getallen. Het derde uur heeft Precious wiskunde. Super saai. Maar deze keer komt ze de les prima door, omdat zij en haar vriendinnen zichzelf vermaken. Wat vind je van Def? Ik weet niet. Hij vindt alle jongens maar saai. Nou, ik doe me ook wel een beetje raar, hoor. Ik vind haar wel grappig. Dames, het is nu echt klaar. De afgelopen weken heb ik dit meerdere malen gezegd. Na de les hebben de meiden zich bij meneer Abouab gemeld en daar kregen ze iets heftigs te horen. Maakt hij een grapje? Abouab wil ons uit elkaar halen. 2 van ons in andere klassen zetten. Niet voor de les of voor tijdelijk, maar voor altijd. Vandaag is er echt iets bizars gebeurd. We waren in de les bij Abouab en we waren aan het kletsen. En opeens worden we eruit gestuurd. En hij heeft ook gezegd dat we worden overgeplaatst naar andere klassen. Ik vind eigenlijk dat jullie dit zelf moeten oplossen. Tuurlijk wilde ik niet weg bij Tiara. Alleen, ik ben veel beter bevriend met Tirza. Maar dat kon ik weer niet tegen Tiara zeggen, want die is familie. Ik dacht dat jij het goed kon vinden met je nichtje. Ja, dat is ook zo. Ik vind haar echt mega leuk. Maar zij is nou eenmaal mijn nichtje en Tirza is mijn beste vriendin. Oké, dus uiteindelijk hoef ik niet te bellen? Jawel. Oh. Maar om te vragen of Tirza en ik bij elkaar in de klas mogen blijven. Wat is er? Waarom zeg je dat je bij mij in de klas wil blijven, terwijl je eigenlijk bij Tirza in de klas wil blijven? Ja, dat heeft Romy mij net verteld. Haar moeder heeft gisteravond Abouab gebeld. En daar zei ze van, ja, ik kan niet iedereen zijn voorkeur in ontvangst nemen. Omdat jouw moeder heeft gezegd dat jij zo graag bij Tirza wil blijven. Mogen wij nog 1 kans om te laten zien dat we het echt wel kunnen? 1 kans. 1 week. Geen lachje, geen woord, niks. Behalve ademhalen en opletten. Ja, meneer. Meike gaat de afgelopen weken regelmatig naar een therapeut en mist daardoor nog wel eens een les. Dat is in de klas niet onopgemerkt gebleven. Dit is zeker al de 5e les die je hebt gemist de laatste weken. En moet jij niet ook eigenlijk je spreekbeurt doen bij geschiedenis? Dat ik geen geheim heb, is niet helemaal waar. Ik mis gewoon veel lessen omdat ik in het traject zit om te bepalen of ik autistisch ben of niet. Maar ja, ik heb geen zin om dat allemaal aan Deborah te vertellen. Wat is er dan? Ik word getest op autisme, oké? De volgende dag is Meike bang dat nu de hele school weet dat ze getest wordt op autisme. Is Meike er nog? Wat bedoel je? Ik weet dat er speciale scholen zijn voor mensen zoals Meike. Moet je daar niet naartoe? Ik heb gisteren even een beetje research gedaan en weet nu dat mensen zoals Meike vooral rust en regelmaat nodig hebben. Mensen zoals ik? Autisten. Hé, wat is er? Niks. Ik heb net mijn laatste sessie gehad. De therapeut zei dat ik hoog genoeg heb gescoord in het autistisch spectrum om autisme te hebben. Maar hij heeft nog een brief. Nou, het was nu officieel. Ik ben autistisch. Best gek. Ik voelde me gewoon nog steeds hetzelfde, maar opeens was alles toch anders. Wat kan ik dan voor je doen? Niets. Ik heb gewoon autisme en daar zou ik aan moeten wennen. Ik ga naar mijn
kamer. Ik heb nog een spreekbeurt voor te brengen. Ik vind het echt ontzettend moedig dat je hier zo open over durft te praten. En ik weet zeker dat de leerlingen dat ook zullen gaan zien. Ik hoop het. Ik hoop dat als ik de leerlingen vertel over mij en mijn autisme, ze me misschien gaan begrijpen. Ik ga mijn spreekbeurt houden over mezelf. Ik heb namelijk best wel geschiedenis die ik met jullie wilde delen. En 3 dagen geleden heb ik gehoord gekregen dat ik autisme heb. En ik dacht eerst dat ik dan naar een gesticht moest en dat ik naar een soort speciale school moest of zo. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Ja. Ik vond het een mooie spreekbeurt en ik heb zelf PDD-NOS. Ik ook. Ja, ik ook. Ja, ik heb dat ook weer niet gekregen. Iedereen is best wel anders dan ik had gedacht. Nouri heeft keihard geleerd om een voldoende voor wiskunde te halen. Maar dat is helaas weer niet gelukt. Hij heeft dit jaar bijna alleen maar onvoldoendes gehaald. Ik haat het dat iedereen me als een tombo ziet. Maar als ik daar iets aan wil doen, ja, dan zal ik wel een keer een voldoende moeten halen. Nouri heeft een plan waarmee hij een voldoende voor wiskunde kan halen. Maar of dit ook het slimste plan is... Lukt het? Nouri, ik wil weten waarom je dit doet. Luister, ik heb echt voldoendes nodig, ja? Ik leer echt hard voor wiskunde, maar het lukt gewoon niet zonder bijles. Ik ga je geen straf geven. Ik ga je wat anders geven. Ik ga je bijles geven. Echt? 2 voorwaarden. Voorwaarde 1. Je gaat er keihard aan werken. Als ik zie dat je er met de pet naar gooit, is het gelijk klaar. Voorwaarde 2. Als je het aan iemand vertelt, is het ook gelijk klaar. Als andere leerlingen erachter komen dat ik bijles geef, ik heb daar geen tijd voor. De volgende dag gaat Nouri na het 7e uur naar zijn eerste bijles van meneer Abouab. Hij heeft zich goed voorbereid. Heel erg goed. Abouab had wel een punt. Ik denk dat ik nooit zo goed geleerd had voor deze bijles dan voor wiskunde ervoor. Maar hier had ik ook echt iets aan. Nou, dat zie ik je later. Ja. Doei. Tussen morgen weer in de les. Ja. Later. Doei. In dat figuur zie je in ieder geval verschillende driehoeken. Ik ga je uitleggen hoe je die hoeken in die driehoeken moet breken. Ja, we beginnen. Het was perfect. Abouab was echt goed te verstaan toen hij mijn vragen beantwoordde. Maar een 30 minuten bijles, hè? Als Abouab komt, is deze hele bijles afgelopen. Oké, even voor de administratie. Heeft iedereen bij zich? Ja. Ja? Oké. En ik zei dat wiskunde niet echt mijn ding was. Maar ik kan prima rekenen hoor. 8 keer 3 is 24 euro. Niet slecht toch? Ja, dat begrijp ik. Hoek P1 en hoek P2. Het 2e uur is begonnen, maar Tirza heeft een tussenuur. Dat ze vandaag nuttig gebruikt. Ik heb er meer. Oh, top. Leon, Linda en ik zijn laatst Viking geworden. Of nou ja, Leon en ik. Want Linda is het echt al eeuwen. Die is volgens mij zelfs als Viking geboren. Ze is echt een diehard. Wat is dit voor kutgrap? Haal onze schoenen eruit. Wat is dit? Wat laat het op? Het is geen grap, juist niet. We hadden wel verwacht dat de mensen boos zouden worden. Mensen weten vaak niet hoe slecht leren is. En daar is ons club voor. Om mensen er bewust van te maken. Wat is hier nou weer aan de hand, jongens? Die vorige actie die had echt 0 effect. Eigenlijk moeten we gewoon iets doen wat blijvend is. Waar mensen gewoon niet omheen kunnen. Eigenlijk moeten we gewoon alle dingen waar dierlijke producten in zitten uit het winkeltje halen. En hoe wil je dat doen? Inbreken. Nou, kom op, je kan niet zeggen dat dat geen goede actie is. Nee, maar we hebben echt al superveel gezeik met die jongen. Actie voeren zorgt nou even voor gezeik. Dat moet je ervoor over hebben als je tegen dierenleed strijdt. Mag ik naar de wc? Ja. Ja? Mag ik naar de wc? Ja. Moet je wel snel terug zijn? Ja, ja, tuurlijk. Mevrouw Steenkamp, mag ik ook naar de wc? Dan ben je de derde in 2 minuten. Wat heb jij? Melk, kaas, ham. Jij? Chocola. Jee, man. Ik dacht dat je jong was. Even normaal. Gelukt. Goed, man. Hebben jullie deze spullen serieus uit mijn winkel gepakt? Het is voor een goed doel. We leggen het straks terug. Nou, ik vind niet dat dit... We hebben het gewoon geleend. Mevrouw de Jong, ik snap deze reactie. Dit is alleen onderdeel van het CKV-project. En ik heb wel gezegd dat ze de spullen mochten pakken, maar niet natuurlijk de hele winkel meenemen. Nee, maar vind je het handig om ze actie te gaan laten voeren met spullen die we op de school verkopen? Nou, en zonder overleg? Ik,
Maar wij mogen best wel wat kritischer kijken naar wat wij verkopen. Hè? Nou, ik handel dit verder wel af met ze. Mogen we dit echt voor ons project gebruiken? Nee, Tirza. Natuurlijk niet. Nee, maar ik waardeer jullie idealisme. Dus dat wordt een beetje strafvermindering. Dus we krijgen wel straf. Ja, je krijgt wel straf. Oké, jullie lopen zomaar mijn lokaal uit met een of andere smoes. Hè? Vervolgens plunderen jullie de hele winkel? Ja, wat denk je zelf? Lekker alle lijmrestjes wegkrabben. Nee, wacht even. Ik heb vogelhuisjes laten maken en die mogen jullie overal ophangen. Oh, dat moeten jullie toch leuk vinden? Dat is echt heel diervriendelijk. Het is 8:00 ochtends en Maaike gaat zo naar school. Vanmiddag heeft ze een science-proefwerk. Moet jij nu wat eten? Nee, ik ben aan het leren. Ja, nee. Nou ja, dat kan wel. Ja, nee, is goed. Dan zien we elkaar straks. Nee, geen probleem. Mijn vader gaf een tijdje Frans les bij mij in de klas. Maar ja, je vader als leraar, dat werkt niet. Dus nu krijg ik Frans van een andere leraar. Ga je nou de hele ochtend niks meer tegen me zeggen? Sommige dingen veranderen nou eenmaal. Dan moet je mee leren omgaan. Ik moet me dan wel aan beloftes houden en jullie dan lekker niet? Het betekent eigenlijk gewoon dat ik de volgende belofte die ik ga maken, dan kan ik die ook uiteindelijk gewoon verbreken. En dan zeggen ze van, oh ja, sorry, nee, we moeten aan nieuwe situaties wennen. Ze weten dat ik het moeilijk vind als iets plotseling veranderd is. Maar dan is mijn vader weer zo van, daar kun je toch wel mee omgaan. Oh, je snapt er ook werkelijk helemaal geen ene. Het is alsof ik tegen de muren sta te lullen hier. Ik kon niet horen wat ze zeiden. Behalve één ding dan. Harvey riep keihard tegen mijn andere vader dat het heel veel zou verklaren. Wij hadden ruzie over iets dat tussen ons speelt. Ja, die ruzie die ging over mij, dat weet ik. Nee, helemaal niet. Die nieuwe situatie ben ik toch, met mijn autisme? Nee. Meik, alsjeblieft. Wat is er? Wat doen jullie hier? Nee, maar er is niks aan de hand. Maar we hebben het weer goed gemaakt. En, dat vinden we leuk om jou even te komen vertellen. Ik heb heel lang gedacht dat ik anders was dan de mensen om me heen. Maar ik zou het niet erg vinden als ik autistisch zou zijn. Maar ik zou me wel schuldig voelen omdat jij dan autisme van mij hebt. Het is niet of zo dat jij expres ervoor kiest om autistisch te zijn of zo. Maar ik voelde me wel schuldig omdat jullie ruzie hadden. En ik dacht dat ik daar de oorzaak van was. En dat jullie misschien met ruzie uit elkaar zouden gaan door mij. Nee, maar we gaan niet scheiden. Nooit. De klas van Romy is weer in het oud-Hollandse dorpje. Waar het lijkt alsof de tijd stil heeft gestaan. Dit keer nemen ze een kijkje achter de schermen. Om alles er zo echt mogelijk uit te laten zien. Het vorige bezoekje liep het een beetje mis. Gijs en ik zaten samen in een groepje en we werkten supergoed samen. Maar daarna, nou ja, niet. Ik wou echt dat ik niet met Gijs in een groepje zit. Ik weet niet eens of hij überhaupt nog wel vrienden met me wil zijn. Natuurlijk wel. Het is niet zo dat je met één meningsverschil meteen gecanceld wordt, hoor. Ga gewoon met hem. Oké, ik probeer het zo wel, ja. Hey, ik ben bij jullie. Aarting zei iets over een oneven aantal of zo. Ja, ik snap het ook niet, maar het kwam erop neer dat het bij jullie moet. Oké. Je zal hier maar werken, hè? Ja, dat is natuurlijk jouw droom. Nou, dat valt wel mee, hoor. Als je hier werkt, je levert toch gewoon één lange CKV-les? Romy is normaal helemaal niet zo van, de ene dag vind ik dit helemaal te gek en de andere dag weer iets heel anders. Dus dat vond ik wel een beetje raar. Dat hoef je echt niet te zeggen voor mij, hè? Dat doe ik ook niet. We kunnen ook gewoon vrienden zijn als jij andere dingen leuk vindt dan ik. Deed je alsof je het museum stom vond omdat je verliefd op me bent? Ja. Nou ja, ik dacht gewoon dat als je heel anders over iets denkt, dat je dan niet, dat het dan überhaupt niet... Ja, dat is gewoon stom. Maar het gaat alweer over, hoor. Ik heb dit zo vaak. En, hoe ging het? Ik dacht echt dat we een momentje hadden. Ik ga gewoon met hem praten. Hey. Ik weet dat dit nu best wel stom gaat klinken, maar... Ja, ik weet wat je bedoelt. Alleen,
We zijn gewoon vrienden. De schooldag is bijna voorbij en Tirza wil straks even alleen zijn met haar vriendje Leon. Maar Linda vraagt of ze nog even op school willen blijven om iets belangrijks te bespreken. Aangezien jullie niet echt met ideeën komen, heb ik al wat dingetjes bedacht. Supermooi hoeveel Linda aan dieren geeft. Maar een beetje jammer dat ze niet zo goed met mensen is. Daarom wil natuurlijk niemand bij de club. Dus heb ik de afgelopen week foto's gemaakt rond heel de school. Ik vind het een slimme actie. Dank je. Zullen we verf gaan uitzoeken? Ja. Later die dag is Tirza eindelijk een moment alleen met haar vriendje. Nee, stoppen. Stoppen nu. Dit gaan we hier dus niet doen. Eraf. De jongen zegt net een parkiet gewoon. Net. Hey. Nog even over die actie, hè? Ik heb niet meer het idee dat Linda achter Leon aan zit. Maar dat ze een stoorzender is, dat wist ik inmiddels zeker. Linda is er echt altijd, vind je niet? Wat bedoel je? Nou, we zijn gewoon nooit meer met z'n tweeën. We zijn altijd met z'n drieën. Ja, dat komt omdat we met Linda in een actiegroep zitten. En buiten de groep zijn we ook gewoon vrienden. Ik zag Linda vooral als clubgenoot. Met vriendinnen kan je het over alles hebben, maar het enige waar Linda altijd over wil praten is veganisme. Hier ben je. Ik heb echt overal naar gezocht. Wat ben je aan het doen? Ik ben op zoek naar nieuwe veganacties. Leon en ik zijn niet meer zo blij met de club. Waarom niet? We hebben er gewoon een beetje een ander idee bij. Dus betekent dat dan dat jullie uit de club willen? Dat lijkt ons wel het beste. Gaat het? Ik vond het wel fijn of zo. Met z'n drieën in die club. Kijk, ik wil je niet kwetsen of zo. Maar ik denk dat je soms een beetje heftig kan zijn voor mensen. Want het gaat waarschijnlijk al flink helpen als je mensen niet de hele tijd moordenaar blijft noemen. Ja, misschien wel. De week staat school in het teken van bewegen met plezier. En daarom gaat de klas van Maaike vandaag zwemmen. Mevrouw Manuhua is de klassementor en is mee als begeleider. Ik zeg eerlijk, ik ga wel gelijk achterover duiken. Is dat het goeie? Mijn zusje van drie kan dat zelfs, man. Oh, laat ze zien straks. Rustig lopen, wees voorzichtig. Mevrouw? Ja? Ik wilde nog wat met u bespreken. Oké. Ik kan namelijk niet zwemmen. Oké. Want ik ben ongesteld geworden. Maar ik wilde me gewoon ziek melden. En ik had het tegen je gezegd vanochtend. Maar jij wilde weer per se niet naar me luisteren. Nou, ik wilde het ook wel echt tegen haar zeggen en zo, maar het lukte gewoon niet. Iedereen was gehaast bezig en we moesten allemaal snel naar binnen. Nou, ik wilde niet zwemmen en uiteindelijk hoef ik toch niet te zwemmen. Dus ja. Oké, nou, ik moet gaan. Wie verzint er nou een smoes zodat hij niet hoeft te zwemmen? Oké. De verliezer duwt mij in het water. Hij is goed. Die is goed. Okay. Die is goed. Dik verloren, bro. Oh boy, Stefos kan niet zwemmen. Ja. Hij kan hoor. Ga. Doe. Hey, Maaike. Hoi. Ik zag iets in het zwembad hier in het water en ik weet niet wat het is. Oké, maar waar ligt het? Goed kijken. Ja, waar? Ja, nog een beetje. Ik zie echt helemaal niks. Rustig, meisje. Rustig. Hé, ik ben bij je. Kom. Meike. Luister. Kijk, ik wil sorry zeggen, ja? Ik had echt niet gedacht dat je het zo erg zou vinden. En ik wist niet dat je niet kon zwemmen. En ja, ik hoorde je in de gang aan de telefoon zeggen dat je niet wilde zwemmen. En dat je een smoesje had verzonnen om niet te gaan zwemmen. En ik vond dat raar, want ja, wie vindt zwemmen nou niet leuk? Dus sorry daarvoor. Precious heeft het derde uur Nederlands van meneer Volmers, die vandaag te laat is. Iets waar de leerlingen natuurlijk nooit problemen mee hebben. Ik denk dat Tirza en Leon nu 2 maanden of zo met elkaar gaan. Ze is helemaal verliefd. Voorzichtig. Zo. Ongeveer? Ja, zeker. Als Leon mijn vriendje was, zou ik het echt niet chill vinden als hij zo met de andere meisjes zou omgaan. Misschien moet je even op de TikTok kijken. Daar heeft hij vast wel video's. Dan kunnen we even lachen. Oké, is goed. Leon, waarom staat je account ineens op privé? Op TikTok? Ik gebruik de app niet meer, dus ik dacht dan is het toch niet nodig als iedereen mijn filmpjes maar kijkt. Mijn zus had nog een oude telefoon met beltegoed. Super handig, want dan herkent Leon mijn nummer tenminste niet.
Dat was al een beetje flirten. Ik stuurde van oh nee. En hij stuurde sommigen zeggen van niet. Jij weet dat Leon een vriendin heeft, toch? Oké, maar ik doe toch niks verkeerds? Jullie lopen de hele tijd te flirten? Ik heb toch geen vriendje? Ik had ook niet verwacht dat Vee gelijk zou zeggen sorry, ik laat hem wel met rust. Maar dat maakte mij niet uit. Je moet gewoon bij Leon uit de buurt blijven. Hij is gewoon niet te vertrouwen. Wie is Leila? Ja, nog iemand waarmee Leon flirt. En hoe kom je aan dit gesprek? Dat is toch helemaal niet het belangrijkste van het verhaal? Het gaat toch om dat jij denkt dat Leon je leuk vindt? En dat is helemaal niet zo. Hij is gewoon een player. Als je nu nog verder gaat, nu je dit weet, dan ben je gewoon dom, hè? Zullen we het alsjeblieft naar het winkelcentrum gaan? We waren eigenlijk van plan om met z'n drieën te gaan skaten. Ga je vanaf nu echt alleen nog maar skateboarden? Daar is voor mij toch niks aan? Oké, we gaan wel naar het winkelcentrum, maar één voorwaarde. Ik mag op mijn skateboard. En hoeveel er van elke atoom in zit? De klas van Maaike wordt overladen met leerstof voor de toetsweek. Ook bij Science moeten er opeens allemaal nieuwe formules worden geleerd. Niet iedereen kan het tempo bijhouden. Ja? Ja, hoe moeten wij nou weten wat C of AU betekent? Het is beter gewoon dat je twee keer vraagt en dat je het dan zeker weet dan dat je aan het twijfelen bent of je het wel goed hebt. Hoofdstuk 4 gaat dus over bloemen en planten. En dat vind ik gewoon echt super tof. En thuis heb ik ook een herbarium en daar droog ik allemaal bloemen in en zo. Droog bloemen? Kun je dat zelf doen? Ja, ik kan het je misschien wel leren. Ja, ik ben alleen niet zo goed in lang wachten. Ik voelde me dus niet echt zo lekker. Ik voelde me heel erg gek in mijn hoofd en mijn buik deed raar. En ik kan niet echt stil blijven staan of zo. Ja, ik hoop echt niet dat ik voor het eerst ongesteld ben of zo. Nou, ik zocht dus die symptomen op. Alleen, ik ben niet ongesteld. Maar verliefd? Dus ik ben verliefd. Ja, dat zou goed kunnen, Maaike. Maar wat moet ik dan nu doen? Nou, ik zou gewoon eerlijk zijn. Ja, dan weet je waar je aan toe bent. Ja, en uitstellen, dat is gewoon zonde van je tijd. Maar weet je wat? U heeft gewoon gelijk. Ik moet het gewoon zeggen. Onder het mom van een dag zonder cupcake is een dag niet geleefd, heeft Precious vandaag voor de hele klas cupcakes meegenomen. Morgen begint de Ramadan. Dus ik ben blij dat je ze overgemaakt hebt. Wat goed dat je aan de Ramadan meedoet. Ik wil een goede moslim zijn. Dus ik heb eigenlijk geen keus. Hier, neem maar. Wat? We hebben nog om wat te eten voor morgenochtend. Ja? Dank je. 10 cupcakes voor mij helemaal alleen. En dat van het leukste meisje van de klas. Of nou ja, van de school. Hé hey meneer, mag ik naar de wc? Ja, je ziet er bleek uit. Ga maar. En? Gaat het een beetje? Ziet er nog steeds bleek uit? Ja, ik wankel een beetje, maar voor de rest gaat het wel. Misschien komt het ook gewoon door de Ramadan. Misschien heb je te weinig gegeten. Dat gebeurt wel vaker op de eerste dag van de Ramadan. Het probleem is, ik heb juist te veel gegeten. Hij heeft gekotst. Kijk, vasten gaat over discipline. Niet alleen discipline om overdag niet te eten, maar ook discipline om tijdens zonsondergang niet te veel te eten. Dat is ook heel belangrijk. Ik schaam me gewoon dat ik de eerste dag van de Ramadan gelijk uitkijk naar zonsondergang. Wat doe jij? Ik ben aan het eten. Je mag toch niet eten tijdens het vasten? En ben je niet meer ziek? Oké, dat hoef je toch niet zo hard te zeggen. Niet iedereen hoeft het te horen, hè? Maar Abu Waf zei dat als je ziek bent, je niet hoeft te vasten. En ik ben bang als ik nog meer dagen niet ga eten, dat ik nog meer dagen moet skippen. En ik baal gewoon. Want het voelt gewoon alsof ik, ja, Ramadan spijbela ben als ik aan het eten ben. Sorry. Ja, het spijt me dat ik dacht dat je er honger uit wilde komen. Ik wist niet dat je mocht eten als je ziek was. Maar je moet je niet zo druk maken. Als ik het zo hoor en je gewoon weer gaat vasten straks als je beter bent, dan komt alles gewoon goed. Oké, dan hoef ik geen eten en drinken meer. Thanks voor de coaching. Plus soja deze, want ik begin me weer wat beter te voelen. En ik zou nog wel wat cupcakes lusten tijdens zonsopgang. Ah. De school staat al een tijdje in het teken van bewegen met plezier. En daarom heeft Nouri's klas een paar keer gym op locatie. Vandaag zijn ze voor de tweede keer in het zwembad. Nouri. Goed. Hey, kan ik ervan uitgaan dat jij je beter gedraagt dan de vorige keer? Ja, ik heb toch al sorry gezegd. Ja. En we hebben het goed gemaakt, dus... Het staat er heel dichtbij, dus dat is in ieder geval goed, toch? Ja, maar nou, de kant lopen is niet zo moeilijk. Kijk,
ik had het mezelf echt voorgenomen dat ik het gewoon ging doen. Maar nu ik hier sta, is het toch gewoon moeilijker dan ik had gedacht. Je moet gewoon niet verwachten dat je gelijk 3 baantjes gaat zwemmen. En het is beter aan de kant zitten, toch? Ja. Je moet het gewoon eerst rustig oppakken. Mijn nichtje is toch verdronken. En niet zijzelf. Ja, en bijna verdronken. Dus ze is niet verdronken. Ik heb toch ook wel eens een film gezien waarbij iemand verdronk? En die was super realistisch. Sla dat op, hè. Serieus, wat zeg je nu? Ja. Is dat niet chill dat je ergens bang voor bent? Ik was zo bang voor water, ja, toen ik niet kon zwemmen. Het duurde echt lang voordat ik mijn diploma had gehaald. Is niet chill. Dan helemaal niet als anderen nog dat gaan afzeiken. Nou, waar ga je? Dat zijn ze. Lekker bezig, hoor. Vorige keer kom je niet eens verder dan daar. Kan je wel op als je wilt, aan deze bank. Als je dat wilt. Ja. Hey. Breng me even snel. Oh, ja, rustig. Hier, als bedankje. Oh? Ja, ook bedankt. Ja. Ja, je hebt natuurlijk wel iets meer gedaan voor mij dan ik dat nu voor jou heb gedaan, maar alsnog. Weet gewoon hoe je je voelde, daarom. Ik heb altijd het idee dat mensen weinig van mij begrijpen. En toen ik Nori dus hoorde zeggen dat hij snapte hoe ik mij voelde, ja, dat vond ik dus best wel gek. Nou, gek. Op een goede manier dan. Oh mijn god! Wat is er? Nou, Soraya laat net weten dat Jordan weer single is. Persjes nichtje Tiara logeert al een paar weken bij haar, omdat Tiara's moeder voor haar werk in het buitenland is. Voordat Tiara kwam slapen, gingen we nog niet zo goed met elkaar om. Dus ik dacht wel van, wow, kom jij zo lang logeren? Maar we zijn wel vriendinnen geworden. Ik heb je moeder gesproken. Ze neemt de terugvlucht. Vrijdag is ze weer thuis. Misschien kunnen we je moeder vragen of ik een poosje langer mag blijven? Wil je dan niet naar huis? Je bent hier al zo lang en mis je je moeder niet. Wil je dat ik wegga dan? Nee, tuurlijk niet. Oké, top! Ik snap het niet, je hebt me perfect gemaakt. Vorige week ook. Tiara? Ja. Je hebt geen huiswerk gemaakt? Dit is mijn schreeuws. Precious, dit kan echt niet zo verder. Je staat er niet goed voor, dat weet je ook. Thuis doe je niks, in de klas doe je niks. Ja. Je zal er echt wat aan moeten doen. Ik ben weer door meneer Abouab gebeld. Je maakt je huiswerk niet meer? Hm? Wel. Wel? Hij is gewoon super streng, oké? En iedereen maakt wel eens huiswerk niet. Wel is, maar Precious maakt nooit haar huiswerk. En nu loop je achter, Precious. Komt het door mij? Ja, je lijkt me wel behoorlijk af. Met je dansjes en de hele tijd vragen of elke keer wanneer ik aan het werk ben dan... Ik wou even checken of je op je kamer was, zodat ik je zou afleiden. Het is oké, je lijkt me niet af. Net zei je nog wat anders. Ik had het nog niet door. Doordat mijn moeder zo zat te zagen en te zagen, toen pas besefte ik dat ik het eigenlijk veel te gezellig heb met je. En... Ja, en nu loop ik te balen omdat ik naar huis moet. Maar ja, ik begrijp het ook wel aan de ene kant. Ik besef nu ook dat we alles gewoon eerlijk tegen elkaar konden zeggen. Dus ik had het ook liever eerder gezegd. Ja, je moet mij niet vergeten, hè? Meneer Volmers wil dat iedereen vandaag besteedt aan het lezen van een boek. Maar zelf lijkt hij met zijn hoofd vooral bij zijn telefoon te zitten. Ik vraag me oprecht af wat er aan de hand is. Iedereen denkt dus dat meneer Volmers verliefd is op mevrouw Manoa. Wat was er nou aan de hand vanochtend met jou en Leon? De liefde spat daar niet bepaald vanaf. Ja, om eerlijk te zijn zijn mijn gevoelens ook wel iets minder geworden voor Leon. Ik heb eigenlijk het idee dat ik hem alleen nog maar leuk vind omdat hij mij zo leuk vindt. Jij gaat het uitmaken met Tirsa. Wat? Uitmaken met Tirsa? Waarom zou ik het uitmaken met Tirsa? Dit gaat over die situatie met Leila, of niet, hè? Want dat was gewoon hartstikke onschuldig. Dat was zo onschuldig. Ja? Ja. En dit? Jij hebt gewoon geen keuze. Of jij gaat het uitmaken met Tirsa, of ik laat haar dit bericht zien. En dan is het gegarandeerd uit. Tirsa? Leon heeft het net uitgemaakt. Ik heb Leon gedwongen om het met je uit te maken. Wat heb je gedaan? Je hebt hem gedwongen? Waarom in hemelsnaam en hoe? Kijk.
En ik ben dus Leila, maar dat heet Leon niet. Soms snap ik echt niet waarom Precious mijn beste vriendin is. Dit is toch echt gewoon een gestoorde actie? Kijk, ik snap dat je boos bent. Maar je zou niet boos moeten zijn op mij. Je zou boos moeten zijn op Leon. Ik had alleen maar goede bedoelingen. Hij was ervan bewust dat hij aan het flirten was met andere meisjes. Dat is op zich wel lief. Kan je de volgende keer gewoon eerlijk tegen me zijn? Gewoon maar een wilde gedachte? Ja, dat lijkt me ook een beter idee. Maar reken er maar op dat ik nu boos op hem ben, hoor. Tekent dat een klein beetje wraak? Oké. Okay. Normaal gesproken is science één van Maaike's favoriete vakken. Maar de laatste tijd is ze er niet helemaal bij met haar hoofd. Moet je nou kijken, je bent altijd hartstikke goed in scheikunde en nou ineens dit. Nou, als u het echt wilt weten... Ja, graag. Ik denk aan Wendy. Ze zit gewoon de hele dag rondjes te dansen in mijn hoofd. Kijk, zo. La, 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 ja. Ik word er gewoon gek van. Als ik jou was, zou ik het echt nog een keertje aan haar vragen. Wendy! Hey. Over dat biologieproject gesproken. Ja, ik zat dus te denken. Misschien kunnen we dat vrijdag bij mij thuis gaan doen. Want ik heb echt geen zin om na school nog te blijven. En ja, het is net zo handig, toch? Ja, is goed. Zullen we dan samen fietsen? It's a date. Een date? Vind je me ook leuk? Waarom vragen ze dit nou nog een keer? Echt, iedereen kijkt ons aan. Meende je het? Dat je me leuk vindt? Ja, waarom zou ik het anders zeggen? Ik heb een onvoldoende door scheikunde, omdat ik probeer me te concentreren. Maar elke keer als ik dat doe, dan begin jij in mijn hoofd te dansen, zo. Ja, dan kun je wel lachen, maar het is echt heel irritant. Ik kan niet eens dansen. Nou, dan kan je daar mooi mee stoppen en dan kan ik gewoon verder leren. Ik vind jou eigenlijk ook leuk. Echt leuk. Ja, echt leuk. Ja, sorry dat ik het niet eerder heb verteld. Alleen, je verrast me gewoon. En ik wist niet eens dat ik een meisje leuk kon vinden. Ze vindt me leuk. Echt leuk. Ja, ik hoop ooit wel dat verliefdheid toch wel iets makkelijker wordt. Maar ja, nu moest ik nog wat verzinnen. Een date of zo? Nou, ik hoop niet dat ik een van die paar ben. Anders krijg je mij een cijfer. Ja, ik bedoel... Door mijn slechte dansmoves heb jij niet kunnen leren. Nou, alsof jij die achterhoek opgeeft voor mij. Als je mijn vriendin wil zijn, wel. Gisteren durfde ze nauwelijks te zeggen dat ze me leuk vindt. En nu wilde ze gelijk al verkering. Nou, natuurlijk ik ook, maar wat doe je eigenlijk als je verkering hebt? Ik wil je vriendin zijn en zo, maar moet je dan ook zoenen? Ja, tuurlijk. Dat hoort toch bij verkering? Als we alleen samen kletsen, dan zijn we gewoon vrienden. En ik wil wel met jou zoenen. Heb je het wel eens geprobeerd? Wat? Zoenen. Niet echt. Wil je het een keer proberen? Met mij? Ja. Ja, dat is niet goed genoeg. Je moet het echt zeker weten. Ja, met jou wil ik het proberen. Vandaag levert Nouri zijn werkstuk voor CKV in. Hij heeft er de hele week hard aan gewerkt. Hier zo, dit raam. Beetje omhoog. Nog meer? Ja. Hij stop. De Ramadan is al een tijdje bezig en iedere dag dat ik niet kon eten, heb ik plaatjes van eten gezocht. Ja, het klinkt misschien stom, maar het helpt echt tegen de honger. Voor deze heb ik echt mijn best gedaan. Ja, en dat zie ik. Dat vind ik ook. Heel ziet er mooi uit, toch? Ja. Ja. Ja, vind je? Ja, heel mooi. Je bent echt een kunstenaar. Ah, dat is lief van je. Maar ik vind eigenlijk wat Nouri doet veel knapper. Ik vind het juist leuk dat Nouri gewoon een beetje anders is dan dat ik in mijn hoofd had. Slim, leuk, grappig, creatief. Ik weet wel dat ik best leuk ben, hoor. Dat is het op zich niet. Maar het is Precious. Iedereen wil met Precious. En Precious wilde dus met mij. Ik ga haar vragen of ze achter de school afspreken. Of gaat dat te ver? Ja, dat is zoenen, hè? Dat weet iedereen. Oké, achter de school wordt het. Het is best wel gek dat je niet mag eten en drinken, maar
dat je wel mag zoenen. Dat is toch best wel gek? Kom je nu mee? Oké, dan ga ik het opzoeken. Je mag je partner kussen. Je partner. Tongen is wat het vaste doorbreekt. Ja, oké, maar als ik geen speeksel doorslik, dan is het oké, toch? 5, 7, 8. Hey. Hey. Als je de seconden is aan het tellen dat ik hier was. Mag ik dat nu eigenlijk wel, met Ramadan? Maar je bent geen moslim, toch? Nee, maar ik ben gisteren wel begonnen met vasten. Ik moet wel weten hoe het voelt als mijn nieuwe vriendje het ook moet doen. Oh, ben ik dat? Ik hoop het wel. Oh. Precious, zodat ik ook niet zo lekker uit haar mond nu ze aan het vasten was. Wat is er? Je mag eigenlijk niet zoenen tijdens Ramadan. Oh, gelukkig. Gelukkig? Niet om je te beledigen of zo, maar het ruikt niet heel fris. Sorry, het komt door het vasten. Maar dan ruik ik nu vast ook. Ja, nogal ja. Top. Duidelijk. Nou, dat betekent geen kus van ons beiden dan. Ja, jammer. Ik zie je nog wel. Meneer Abouab is ziek naar huis gegaan, maar heeft de leerlingen aan het werk gezet. En mevrouw de Jong zorgt ervoor dat iedereen ook netjes aan het werk blijft. Als een leraar ziek is, dan moet je toch gewoon vrij hebben? Misschien moet je toch maar even op je eigen blaadje gaan kijken nu. Oké. Nee, oké, je mag gewoon mee. Oh, sorry. Nou, Romy, ben je nou zo lomp geboren of ben je opeens gek geworden? Oh. Spijt me. Ja, toch was wel op. Ja. Goed. Hier. Kunnen we het een beetje droog houden? Ik wil even uitkijken. Staat er een pakje sap? Niet dat je er straks overheen struikelt. Nee. Jij en Romy zijn de laatste tijd best wel close, hè? Ja, misschien vind ik er wel een klein beetje leuk. Of misschien wel heel erg veel meer dan een klein beetje. Ja, Amber denkt dat ze me kent, hè? Maar sommige dingen kun je gewoon beter niet zeggen als je in de brugklas zit. Als je wil laten merken aan iemand dat je iemand leuk vindt, dan moet je iets doen. Een move maken, actie ondernemen. Oh, zoenen bedoel je? Ik wil je eigenlijk best wel leren zoenen. Oh, dat zou best wel chill zijn, ja. Ja, weet je? Kom na school, achter school afspreken. Dan laat ik je wel zien hoe dat moet, dat zoenen. Wil je nou leren zoenen of niet? Nou, dat is wel waarom ik hier ben. Ja. Hey! Bitch! Je hebt ook nooit meer te zien, loser! Gijs wacht op Romy. Voordat school begint wil hij haar laten weten dat hij Amber niet leuk vindt. Maar of Romy dat gaat geloven nadat ze voor haar ogen hebben staan zoenen? Hé, dit was wel een momentje voor mij, toch? Ik had echt helemaal geen zin om met Gijs te praten. Waarom ging je niet gewoon naar Amber als hij haar zo leuk vindt? Ik vind Amber helemaal niet leuk. Ik wilde helemaal niet met haar zoenen. Je struikelde en toen voel je per ongeluk met je tong in haar mond. Ja, goeie. Nee, nou ja. Nou, weet je, het boeit me ook niet meer. Je mag lekker doen wat je wil, we hebben toch niks. Dus ga lekker je gang. Waar denk jij? Naar de wc. Kan ik even kijken of ze oké is? Ja, joh, anders loopt iedereen er lekker achteraan, toch? Ik heb tegen je gelogen. Wat dan? Amber wilde geen zoenles. Zoals ik. Oh my god, hij wilde gewoon voor mij leren zoenen. En dat hij dat gewoon eerlijk toegeeft, hè? Ik hou namelijk helemaal niet van die macho jongens. Dacht het even niet. Meekomen naar de les. Jullie zijn nog lang niet jarig. Denk maar dat je hier makkelijk vanaf komt. Hebben jullie gezoend? Nee, meneer Abel komt net te vroeg binnen. Dan heb je geluk gehad. Hoezo? Nou, omdat gij zoent als een zombie. Wie heeft dat gezegd? Amber. En zij kan het weten, want jullie hebben gisteren nog gezoend, zei ze. Ja. Ze is gewoon gemeen. Laatst zit ze toch ook jip voor schut alleen maar omdat zij het niet kon uitzetten dat ze een lager cijfer had dan zij. Niemand gelooft wat zij zegt.
Iedereen denkt toch wel dat je niet kan zoenen, hè? Kom. Je leerlingen te slaan, nu sta je boven op een tafel. Het is heel raar gedrag, hoor, jonge dame. Je hebt een heel groot probleem. Jij hoeft niet zo te lachen. Jij kan naar meneer Volmers. En dan ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar dat dit er niet goed uitziet, dat is duidelijk.